All right. Let's go, boys. Let's go. Kutzo. Oh, pakket. Right. Jezus, wat ben ik rood. Komt dat door de... Oh, dat komt door mijn achtergrond. Alright, wacht heel even tot het stream wordt uitgezonden, Jos. Let's go, man, chat. Hey, what's up, boys? Welkom bij de stream, mannen. Ik ga... Oh, ik hoor mezelf. Hey, what's up, ladies and gentlemen? Ik ben heel even trouwens een storytje aan het maken, jongens. Geen een seconde, hoor. Ik ben live. Uitroepteken. Ja, die zitten we even niet zo. Juist, jongens. Smashing varken. Hey, what's up, mannen? What's up? Livestream. Jongens, ik heb helaas nog niet de alert kunnen veranderen naar die song. Maar morgen ga ik even er weer voor zitten. Maar morgen ga ik weer even wat dingetjes fixen, zo op een keertje. Let's go, boys. Hey, welkom bij de stream, mannen. Super dat jullie allemaal van de partij weer zijn, jongens. Hoe is het met iedereen, jongens? Welkom bij de stream, boys, sowieso. Nice dat jullie allemaal weer van de partij zijn. Let's get it, man. Ik heb de zin in, boys. Super leuk. Ik moest vandaag scheid zijn bij de U13. En ik ben 12 jaar. Volgende week zaterdag kan ik de eerste ploeg van Diksmuiden kampioen worden. Maurice, ben jij scheids, man? Wat leuk, man. Goeie shit, bro. Love naar goede dingen, man. Hou dat vast. Ah, fuck. De stad is volgens mij weer gecrashed. Het gaat allemaal lekker, jongens. Hé, maar chat. Ik hoef mijn autosleutels een beetje zo in. Juist, man. Topper. Ah, goeie shit, man, jongens. Yo, dille nieuwe auto's. Binnenkort, boys. Kijk, weet wat ding is? Ik weet wanneer. En, ja. Nou, laten we zo zeggen. Ik weet ongeveer de streefjes. Het ding is, het is gewoon binnenkort, man. Ik ga er geen... what's up, man? Aaron, jongen. Dit doet vies in de woning, jongen. Hey, Aaron, tank voor de 3,32 €. Hij zegt hem, oh, meneer Kippie. Meneer Kippie blijft nog steeds leuk, hè. Maar toch, Alex kan het beste zeggen. 100%. Aaron, dank je wel voor de 3,32 €. Boy, je bent een strijder, man. Hey, welkom bij de stream, broeder. Ik ga even mijn cam ietsjes vellen. Controlling. Je bitch doet vies in de woning. Lekker man, jongen. Hey, Akos Rome bij me de 3 zegt, yo Dylan, blijf zo doorgaan met streamschap Free AC. Ja, anti-cheat ban. Je bent sowieso of niet anti-cheat ban. Soon back in future, papa. Ako, je had volgens mij inderdaad een anti-cheat ban, bro. Kerel, dankjewel voor alle support, maatje. Gisteren had je ook al gedoneerd. Hey, Ako, dikke liefde voor die fucking support, man. En ik hoop je snel weer te zien in de stad, kerel. Let's go. Smashing varken. Wacht, doet stream deck het? Oh, de stream deck doet het weer niet. Wacht, laat me eens even kijken. Stream... Oh, dat is Steam. Ik wil heel veel mijn stream deck laten fixen, man. Stream deck. Waarom doet hij het nou weer niet? Even kijken. Waiting for OBS. Dus hij kan niet connecten met mijn stream deck. Wacht, laat me heel even die software restart, jongens. En dan gaan we echt beginnen. Ik zit trouwens ondertussen alvast in de game. Toch, kijk, jullie zien die blur, hè? Ja, ik vind het een vibe, maar tijdens het game is het echt heel irritant. Stream deck. Beëindig taak. Oké, heel even kijken. Hier ook Elgato... Audio Control Center, nee. Even kijken of ik nog een Stream Deck ergens heb openstaan. Stream Deck, nee. Oké, wacht. En nu pakken we hem even opnieuw erbij. Stream Deck. Ik heb hem even nodig namelijk. Stream Deck. Hij kan niet connecten met OBS, man. En dan kan ik hem niet gebruiken. Dan moet ik de hele tijd... Nou, gisteren dus ook. Doet dit nu al? Nee, waiting for OBS. Wat een gezeik is dat, bro. Ah, dat is zo irritant. Wacht, wat nou als ik een nieuwe scène toevoeg? Kijk of dat werkt. Kan ik dat snel fixen of niet? System. OBS. Oké, kijk, wacht even. Source. Scene. Oké, die moet ik hebben. Bap. Nee, hij doet het niet. Oké, ja, mijn OBS is gewoon aan het kutten. Dat is wel jammer, man. Nou, fuck dat dan met die stream deck. Dan moet ik maar weer met mijn muis doen, jongens. Welke soundpack heb je? Check even mijn video. Ik zal wel even hier nog even een kleine promotie gooien. Dan weten jullie het ook. Hier heeft mijn koeling nog... Oh, die staat op high. Top, beter. Ik zal even die video laten zien, man, jongens. Hoe heet de stad? What's up, Billy, jongen? Ten voor de euro, jongen. Je bitch doet vies in de woning, mannen. Deze video. Check deze video even uit, jongens. Dit is hoe je 5M beter maakt. In die video, check even de beschrijving. Staat hier, zeg maar, de soundpack download ook, man. En hier nog andere handige dingetjes. Dus check die even uit, man. Let's go, boys. Zo, shout-out naar deze video, boys. 23.000 views alweer, hè. Oh. Het blijft bizar, man. Shout-out naar iedereen die die video heeft. Oh, what the fuck. Heel de cave hier. Dat is altijd hallo, zo. Hallo, meneer. Zo, morgen, mannen. Ik ben net zat in. What's up? Oh. Ja, we vroegen of u verdwaald was. Ja, ik... nou, eigenlijk niet. Ik ben net de stad ingekomen, dus ik ga nu lekker op pad. Moet u hey, naar het HB? Hou de radar dadelijk in de gaten.
Hou dadelijk de radar in de gaten, want we gaan gewoon wat doen in een hele mooie bank. We gaan even geld pinnen daar zo. Jullie gaan geld pinnen? Ah, dat ja, klinkt nice, man. Dat klinkt nice, kerel. Nee, je vergeet de passen dus, niet, hè, gaat... mannen. Is helemaal goed, jongens. Nee, nee. Ah, nee. Succes, hè, hoi. Ik zie je zo wel. Oh nee, de mannen gaan de bank pinnen, jongens. Alright, let's go, mannen, what the fuck? Mannen gaan de bank pinnen. Ja, ik hoop dat trouwens binnenkort die dikke vette lampjes gefixt worden, man. Dan kunnen we in dit soort waggies ook rijden met lampjes. Maar ja, helaas, dat script moet nog gefixt worden, man. Rick is jarig, man. Shout-out naar Rick sowieso, man. Gefeliciteerd voor die kerel, man. Ja, Rick is alweer 46 geworden. En wat een oude zak is het ook, jongen. Nee, shout-out naar Rick, man. Lekker, man. Lekker, man. En Koen is... Oeh, daar gaan ze weer. Koen is al lid voor 10 maanden. Wat zat dit? Hoe is het, jongen? Iedereen like en abonneer op naar die 300k, Koen. Je hebt gesproken, maatje. Mannen... What's up, Ako? Tim, wat een fucking 3 weer, jongen. Doe het vies in de woning. Ballgame hard, net als bowling. Ik zeg ballgame hard, net als bowling, man. Hé, maar Willy had nog een euro. Zeg een hele goede avond. We zijn er weer bij. Klopt het nou dat je alweer bijna 2 maandjes bezet bent door je vrouwtje? Bro, Willy, het feit dat jij dat aankaart, bro. Shout aan jou, bro. Dat jij dat onthoudt, is wel echt een dikke wee voor jou, man. Ja, man, over 2 dagen, hè, de 19e, hebben we precies 2 maanden een relatie. En het ding is, ik had het letterlijk vandaag ook met vrouwtje erover. Het voelt zeg maar zo raar dat het maar 2 maanden is. Want ja, wij kennen elkaar echt sinds vorig jaar augustus. Dus ik, ja, kijk, tuurlijk, in het begin hadden we nog niet zeg maar helemaal dat we hoten de boten waren. Tuurlijk, ja, stiekem de eerste dag dacht ik al van... Imagine, tuurlijk had ik dat, maar... Hoe zeg je dat? We hadden geen relatie toen. Dus ja, en op een gegeven moment ga je natuurlijk daten. Ga je vaker met elkaar om. Dan kom je bij haar thuis. Dan kom ze bij mij thuis. En dan ga je met elkaar op. Je gaat op date, weet je wel. En op een gegeven moment kwamen we gewoon op zo'n niveau. Dat we eigenlijk zeg maar al een relatie hadden. Maar niet officieel hadden, zeg maar. Tegenover elkaar dat het nog niet gezegd of over gehad. Maar ja, het werd al gewoon iets, weet je wel. Dus het voelt zeg maar alsof we eigenlijk al bijna een half jaar een relatie hebben, maar we hebben maar 2 maanden. Snap je? Hey, Wheelie Tim voor de euro, man. 100% man. Love neer voor de euro, jongen. Let's go, man, Wheelie. Wat sap, kerel? Welkom met stream. Aankom met de zin. Ik had geen anti-cheat, bro. Jaden, controlling, man. Jaden, dankjewel voor de fucking 3, neef. Bro, ik had een Novel of Life Plus nog wat 43 dagen bent. What the fuck? Vrie maar zelf niet spelen als je lam bent, want dan ga je ook op vakantie door domme dingen. Ako, ik wil jou wel even gewoon een dikke shout-out geven dat je gewoon bewust bent van je size. Kijk, ik weet niet wat je hebt uitgesproken. Ja, no value of life. 43 dagen is lang, bro. Ik denk dat je misschien nog iets geks hebt uitgesproken dan, maar dat is niet aan mij. Ik heb geen idee. Maar dankjewel, Ako, voor al je love, broeder. En ja, man, ja, dat is wel lang, man, 43 dagen. Dat zijn nog wel flink wat dagjes, man. Hey, kerel, ik hoop je daarna gewoon lekker weer te zien, neef. Super dankjewel voor alle support, maatje. En goed dat je er weer bent, man. Goed dat je er weer bent. Oeh, die waarom lijken mijn handen zo fucking huge bij deze outfit? Wat is dit dan? Hé, hey, maar Jaden bij de 3 daarnaast bij de 4 zeggen, ik heb niet echt iets te zeggen. Wil gewoon eventjes wat gunnen. Hé, hey, Jaden, dank je fucking wel. Ook dat je de vieze nog bij doneert, broeder. Lof voor die liefste, man. Dank jullie sowieso wel, jongens. Bro, jullie gunnen sowieso fucking vaak, man. Nice dat jullie allemaal van de partij zijn, boys. Ja, man. Kans is trouwens bezig weer. Ik heb trouwens meerdere files opgenomen. Dus Kans is ook bezig met... Ik moet zeggen dat de andere video en ik hoop hem morgen eventueel af te hebben. En morgen ga ik sowieso weer nieuwe uploads gooien, man. Ik vind het gewoon leuk, man. Oprecht, jongens, ik geniet echt van het opnemen van video's, man. Ik vind dat echt een leuke vibe om te doen. Dus ik hoop dat ik snel door met die video's kan pompen, man. Even te denken, man. Ja, wat voor een kledij kan je de hele tijd aanzetten? Ik weet het nooit, jongens. Gewoon denk ik, zullen we een keer dit shirt rocken? Is ook wel prima shirtje, toch? Zo'n Palm Angels ding, of niet? I don't know, man. I don't know. Het heeft wel wat. Wat zeggen jullie, boys? Kan dit? Jawel. Hier, die tattoo is dik, man. Zo eruit. Fuck it. Anders staan we hier 10 jaar. Alright, jongens. Let's go. We gaan even in de porten, man. Ah, kut. Streamdeck werkt niet. Dat is echt wel gezeik, man. Alright, let's go. Trouwens, jongens. Ik heb een short geüpload. Staat helemaal nergens op, hè. Maar, die short heeft gewoon 2 ton views in 6 dagen. 2 ton. Ja, het blijft echt wel bizar, hoor. Je moet heel even een chat even openzetten. Rules, zo. Dan gaan we even in de porten, hoor, mannen. Daisy, dat is de verkeerde. Zo, A04K, jongens, we zijn er nog steeds, jongens. We zijn er nog steeds. En dat is prima, man. Hoppakee. Oh, kut, sorry. Hey! Sorry, ik klikte verkeerd. Ja, wel irritant van die dikke, vette pauper, hoe zeg je dat, streamdeck. Ja, ik zei het al tegen jullie, hè. Ik moet misschien een nieuwe hebben, want dat ding gaat even de hele tijd kuren. Ja, de tas af, hè. Ik heb hem wel gewoon om,
Maar ik doe hem gewoon af en toe inderdaad een beetje af, man. Meneer Ben Wipe, er gaat nooit een Ben Wipe komen, man, jongens. We hebben erover gehad. En we hebben een systeem bedacht om mensen die een perm hebben weer terug in de stad te kunnen laten komen. Maar een Ben Wipe gaat er nooit komen. Er gaat nooit, zeg maar, in hele vlaag over dat iedereen geunband wordt. De reden waarom, er zijn gewoon te veel rotte appels. En die kunnen we gewoon echt niet toelaten, man. Die kunnen we echt niet toelaten. Dus helaas, boys, sorry, mannen. Want het ding is, er zijn gewoon heel veel mensen die, die zeg maar, bijvoorbeeld Thomas of Nick hebben uitgescholden. Hen met hun, ja, hun overlijden grapjes over gemaakt hebben. Of hun uitgescholden en shit. Dat soort mensen hebben ook een perm. En 5games.com met een 2, mannen. En 5games, hosting on top, Brave Games in stroom. Oh, dat is een leuke slogan, man. Future roleplay in 5M leeft elke droom samen sterk. In verhaal en spel, toekomst vol plezier. Dat snappen we wel. Wat een rijmpje. Jongens, ik wil dan inderdaad, ik zeg het nog steeds te weinig. Dat moet ik echt vaker zeggen, maar één dikke shout naar 5games. En gewoon heel eerlijk, we zijn gesponsord door 5games. Letterlijk, zonder 5games was Future er niet. Oprecht, no joke. We hebben een fucking fantastische server, zeg maar, qua hosting. En shout naar 5games voor die gunnings, man. En dat mag zeker gezegd worden. 5games, dank jullie wel nog steeds vanuit mijn hart, bro. Ik zit elke dag met plezier op de stad. Er zijn superveel mensen die genieten elke dag. En love voor alle liefde, 100%. Dat mag wel even gezegd worden. Gooi eens even een hartje, jongens, in de chat, jongens. Zou even dope zijn, man. Let's go, man. Let's go, 100. Ja man, ja, nog wel even jongens, eerst even loadout halen binnen. Gijs, moet je eens kijken wat ik heb, jongen. We hebben ze nog. Deel luister even Pretty Girls Frenner. Ik kan het helaas nu niet doen, Leon, man. We gaan sowieso, ben ik altijd wel... Kijk, ik heb een channel in mijn eigen Discord, waar jullie zeg maar muziek... Oh! Champagne Bottles, man! Hey! What's up, jongens? What's up, man? Hey, what's up, man? Erjan! Holy dance, jongen! Oh jongens, ik heb dat nummer wel even gemist, man. Maddo, jongens, blijf er fucking... Oh, spektiet, man. Hey, Natalie, thank you for trouwens. Hey, maar what's up, Erjan? Thank you very much voor de €25. Kijken we eens even hier staan, maatje. Erjan, hij zegt ook oeps, jongen. Erjan, ik heb het gevoel dat niet heel erg verongelijk ging, hè, jongeman. Hey, Erjan, dankjewel voor de €25, broeder. Insane bedankt, maatje. Insane bedankt. Oh, wat een gekkies, jongens. Ik snap dat zo niet, hè, Erjan. Waarom moet dat nou altijd weer zoveel, jongens? Stel je rare grapjes, jongen. Hey, dankjewel, maatje. Let's go, man. Let's go, man. Ja, we gaan Smashing Fark even als Donut Sound, inderdaad. Ga ik morgen fixen, jongens. Let's go. Dylan, ik zit met je broertje in Karl. Zou je ABN niet zo willen schreeuwen? Vriendelijke groetjes. Je squad. Oh. Anko, ik weet het. En ja, nee man, het lukt me niet man. Dan moet je helaas Erjan even de schuld geven, jongens. Want ik weet wat het is. Dat schreeuwen vind ik oprecht super. Ik vind dat echt chill om te doen, man. Het boeit me echt niet of mensen dat cringe vinden. Ik oprecht, kijk bro. €25 in één keer van één persoon is bizar dat iemand dat gunt, man. En ik weet dat schreeuwen geeft gewoon een soort van extra... enthousiaste vibe, man. Ik voel dat echt om te doen, man. Dat is bizar. Dankjewel, man. Erjan voor de 25 pro. Oh, dat ging bijna fout. Let's go, boys. Let's go. Ja, man. Ik heb mijn broertje, man. Ja, ja, ja. Maar hij is maar één jaartje jonger dan ik, bro. Dus we zijn bijna even oud. Smashing fuck. Bro, even over dat, hè. Het blijft een bizarre situatie, man. Oprecht. Het is echt zo. Gisteren hadden we natuurlijk een dikke meme gegooid over smashing fuck. En dat joch had dus een, ja... een bijzondere video op TikTok gezet. Shout naar iedereen die dikke vette huts heeft gegooid en die video heeft gerapporteerd, man. Ik denk dat we... Kijk, ik hoop dat we op tijd zijn, dat niemand het heeft gescreenrecord. Waarschijnlijk zijn er een paar rotte appels die dat wel leuk vinden om te doen. Fuck jullie trouwens. Maar ja, wel top dat we die video voordat die helemaal geëxposed werd konden blokkeren, man. Dat is hard, man. Dat is hard. Ja, man. Rick is jarig, man. Ja, man. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe oud is Rick geworden eigenlijk, man. Yo, Lorenz, je hebt nog niets gemist, man. Er is nog niet echt iets gebeurd, man. Kijk, het ding is, er is dus een regel dat ik niet in die algemene porto mag zitten. Maar jongens, hoe de fuck ga ik nu dan contact leggen met eventueel de politie-eenheden? Snappen jullie wat ik bedoel? Dus ja, ik zit dan zo van, ja, ik snap de reden. Ik snap het echt, metagamers, 100%. Maar ja, anders kan ik gewoon niet... Ik, dat is gewoon kut, man, op stream. Hij is 28, ouwe zak...
Ah, ik wist sowieso dat hij... Ja man, nice. Die hebben mijn arm gebroken. Games for Real, wat de fuck heb jij gedaan, maat? En je heel veel sterkte, kerel. Wauw, man. Waarom moeten... Wat? Waarom moesten mensen... Kijk, Okai, die kerel van Smashing Varken. Dat is een minderjarig joch, 100%. Ik weet niet hoe oud hij is, maar zo klinkt hij wel. En hij had zijn private Tudeledoki laten zien. Ik zelf heb hem niet gezien, gelukkig. Maar heel veel van jullie... Kijk, weet je wat het is? Ik zat hem te memen. Ik zei gewoon van, ha, dit is grappig, jongens, check even die video, weet je wel. En toen gingen jullie me opzoeken. En toen hebben jullie uiteindelijk zelf denk ik gewoon die video's een beetje lopen aanklikken. En uiteindelijk kwam er dus uit dat hij dat fucking deed in zijn laatste video. En die was gisteren toen wij net die video van hun hadden gezien. Was hij 20 minuten geleden geüpload, man. Nou, dat was niet slim, dat was niet slim. Ik heb straks mijn been gebroken met voetbalmatch. Mannen, wat de fuck zijn jullie allemaal aan het uitspoken? Doe alsjeblieft een beetje voorzichtig, man. Heel veel sterkte gewenst. Lil Bolly, man. Ik moest even kijken. Ja, de stad is een beetje grimmig, jongens. Met crashes vandaag, man. Ik weet niet wat de fuck dat was, man. Meneer Soen, ja, dat is een vraagteken, jongens. Nee, helaas, mannen. Ik ga niet zeggen wanneer Soen is, man. Ik ga gewoon in die porto. Ja, sorry hoor, jongens. Maar anders kan ik toch helemaal niks doen, jongen. Radio, deze... Kijk, natuurlijk wordt er gemetterd game. Maar ik denk niet als er... Of 6 mensen staan, of weet ik veel, 48 in die lijst. Dat mensen dat echt gaan misbruiken, man. Dylan, ik vind jou straks leuk. Maar ja, ik vind het jammer dat ik zo vaak word geband. Hashtag Free Lucas Crips. Oh. Ik heb mijn hart gebroken. What the fuck, Breno? Ik weet wel wat het is, mannen. Wij bannen nooit voor de fun. Wij gaan nooit, zeg maar, iemand eruit naaien omdat we hem niet mogen of iets. Het ding is, als iemand geband wordt... What the fuck? Dan heeft dat wel gewoon een reden, mannen. Ja, het spijt me zeer. Het is echt niet lullig bedoeld, maar... Kijk, heel eerlijk, stel je voor, uit mijn perspectief. Wat heb ik eraan dat al mijn spelers geband worden voor de grap? Helemaal geen reet, bro. Uiteindelijk nuke je eigen stad. Morris, jongen, het heeft een fucking idee, jongen! Je bitch doet vies in de morning, man. Yo, kerel, fijn het zien, zegt Morris. Hey, Morris, dankjewel. Nee, super dankbaar voor de liefde, jongen. Hé, hey, maat. Jij bent er ook vaak bij, trouwens, Morris. Insane, maatje. Insane. Morris! Lekker, man. Nice dat je bent, kerel. Nigel, man. Smashing Varken! Controlling, jongens. Ja, mijn stem gaat een beetje hoog. Ik weet, jongens. Maar Smashing Varken blijft een leuke. Die hard net als bowling, man. Nigel, ten we de 3, man. Ook jij, bro. Nigel, straks met hem. Oh, godverdomme. Kom maar. Ja, er gebeurt als je je been verkeerd neerzet. Lil Bolly. Ja man, ik heb ooit eens mijn pols gebroken en waarschijnlijk mijn knokkel. Die video zeg maar dat ik mijn knokkel heb gebroken, dat is waarschijnlijk legit. Mijn knokkel zat zo scheef, maar uiteindelijk hij doet het wel weer. Ik merk wel dat hij een beetje, ja, fucked is, maar goeie, het zal wel. Wanneer nieuw auto's, jongens, Soen. Kijk de thumbnail eens even. Jongens, oké, kijk eens naar de thumbnail van de stream en kijk eens goed wat voor buggy dat is. Laat ze even weten in de chat, boys. Hij vroeg zelf voor een ban. Huh? Zelf voor een Ben. Oeh, nog een Siffy erbij. Siffy erbij. Rolling. Is dat een recherche? Die guy. Controlling. Er lopen zeg maar 6 lui met holsters hier. The fuck? Yo, het gaat lekker, man. Zo, hoe gaat het met jou, neef? Welkom met iemand. Oh, die RSQ8, mannen. RSQ8. Oeh, what the fuck? Een Audi RSQ8, boys. RSQ8. Oh, dat is toch een frisse bak. Of ben ik nou? Waarom? Er komt gewoon een fucking helm door mijn... Lado. Dat is van de motto. Ik ga even hier staan, jongens. Wat de fuck is daar voor situatie? Ik vind het een aparte sodemieter daar. Ik weet nou niet of er een crash is geweest. Dat ze daarom allemaal met zo'n kate daar staan. Maar de helft heeft een holster. Eén in de boeien en een Camaro staat eromheen. Waarom rammelt mijn... Oh, ik dacht dat mijn headset rammelde. What the fuck? What the fuck? Ik hoor ook niemand in die algemene poort. Ik weet niet of de Camaro daar zit. Ik denk dat ze in de koppenprio zitten namelijk. Holy shit, Nigel! Hey! Ik weet het verkeerde kant op. Ik moet die kant opwijzen. Nigel met de 3, jongen. Doe de 3 euro's aan Smashing Varken. Ja man, kan ik dat snel fixen? Oké, aangezien er toch de stad even iedereen aan het rejoinen is, laten we het even snel fixen, jongens. TikTok. Oké, dan laat ik even gelijk zien hoe ik dat fix. TikTok. Let's go, mannen. OBS heb ik niet. Sorry. Bro, thank voor alle... Finn ook, dankjewel man. Dankjewel voor de support, jongens. Oké, ik moet heel even iets kijken. Hoe gaan we dat nu fixen?
Ah, ik download heel snel OBS dan. OBS, oké, dan gaan we heel even die donorsout even veranderen, jongens. Windows, dat is komen dan. Hey, Tristan, dankjewel, jongen. Je bitch doet vies in de woning, Hey, Dolphin met de 3 zegt, je bent toch die kerel met die Renegade Raider die ook vertelde dat je geen vriendin had en Mavo deed. Per smashing varken. Vind ik mag jou niet, jongen. Dankjewel voor de donor, dat wel. Maar deze man, Finn. Dankjewel voor de support, man. Let's go, boys. Let's go. Even kijken of er iets gebeurt. Nee, nog niet. Hey, Finn, dankjewel voor de 3, man. Renegade Wada. Hey, thanks voor de 3, maatje. Tristan van Eur zegt, kan je al je presets laten zien, zodat ik daarvoor een screen kan maken, die jij het meest gebruikt, alles, zodat ik heel die preset een screen kan trekken. Ik gebruik eigenlijk de meeste nu RTX, de rest gebruik ik niet meer echt. Dus, hier, Bob. Hey, uit is ook wel, ziet er wel clean uit. Is misschien wel dikker zo, man. Maar ik denk dat het in het donker dan een beetje... Wat zeggen jullie? Uit of aan? Ik doe het voor nu even uit. Sharpening, Radiant en deze. Dus een beetje Shadows extraatje. Hoppakee. Boris, zijn we de 3 maatjes. Dankjewel, man. Dankjewel. Je pak een goede stafzaak. Is dat een stafzaak? Oh, Oké. Nou, we gaan toch even Smashing Varken even erbij pakken. Lunge. Finish. Het boeit totaal niet welke settings ik nu heb. Ik moet puur even die audio. Ja, prima. What the fuck? Nee, skip dat. Gebruik, blablabla. 30, 60. Volgende dienst aangepast. Ik wil boeien. Ik wil niet streamen. Gebruik streamkey. Nee, ik wil dit niet. Flikker op. Oké, even zien. Mic uit. Even kijken. Opname starten. Zo. Even kijken, TikTok, profile, geliked. Even die Smashing Varken erbij halen. Ik laat me niet gek maken door een persoon die me in dit flat de vorige keer eruit heeft gestuurd. Dus we gaan kijken of het hier veilig is. Als we veilig kunnen gooien. Ja, het is veilig. Smashing Varken! Smashing Kutkat! Smashing Kutkat! Oké, zo, helemaal goed. Top, dan hebben we die audiofile. Pak even Premiere Pro erbij. Er gebeurt nog steeds niet iets geks daar. Nou, die is even aan het opstarten, jongens. Let's go, man. Ik ga stuk, man. Hey, morgens weer met een drill. Daarna zeg hopen dat je het voor elkaar kan krijgen. Waar we het laatst over hadden. Lijkt me echt leuk om een creamy content te zien. Morgen ga ik even rondom de tafel, man. Want ik vind het een goed plan wat jij hebt gezegd, man. 100% kerel. Hey, dankjewel voor de support, maatje. Dankjewel voor de support, Morris. Smashing varken. Hoppakee. Knallen we die er even in. Doen we even een link. Die eruit. Pak even dit, denk ik. Op. Dus we gaan kijken. Waarom doet hij niet? Hij lijkt helemaal. Dus we gaan kijken of het hier veilig is. Als een dat komt door de 5M, denk ik nu. Dat hij een beetje zwaar heeft. Hij doet het niet. Oh. Dus we gaan kijken of het hier veilig is. Als we veilig kunnen gooien. Ja, het is veilig. Smashing varken! Ai, bingo. Hoppakee. Dan is dit de... Smashing varken! Juist, oké, even kijken. Hoppakee, top. Gaan we even zo doen. Noem even... Ja, heel primair is best wel een zwaar programma. Varken. Even mp3'tje. Export. Hoppakeetje, top. Dit kan ik helaas niet aan jullie laten zien. I'm sorry, boys. Oh. Want that's private fucking show the meter. Tip stream. Bap. Skip it dip, jongens. Skip it dip. Penis. Je weet, het is menus. Ratatouille is een goede film. Die heb ik lang niet gezien. Rick is een fully AK kwijt. Maar ze denken dat die agent hackt omdat hij iedereen dood heeft. Helaas krijg ik veel meldingen van mensen die hacken, jongens. En ik ben daar een beetje klaar mee, man. Ik, ja, I don't know, man. Het gebeurt te vaak, man. Het is echt zo. En het nekt echt de stad, bro. Dus ik, I don't know, man. Het is gewoon irritant dat het zo gedoetje is, man. Het is irritant. Ik snap het niet. Mensen hacken nog steeds. Ik word er gewoon een beetje... Ik heb nog nooit die vibe gekend om te gaan hacken, man. Ik snap het ook gewoon niet. Waarom zou je, zeg maar, willen hacken? Ja, in de onderwereld om te winnen, tuurlijk. Smashing varken! Ja, dit is nice. Smashing varken! Nice. Launch. Hoppa. We got him, boys. Refresh hier. Alerts klein. Bap. Vanaf nu kunnen jullie doneren met die sound, jongens. Let's go! Ik ga stuk. Als het echt... Ik weet alleen niet... Ik weet alleen niet of die kut is, man. Smashing kutkat! Sorry. Mijn auto ziet er wel vies uit. Waar gaat hij nou in rennen? Smashing kutkat. Ik vind het nog steeds een rare situatie, jongens. Eerlijk. Zo. Stap die eens uit.
Smashing varken! Hey, Nigel, we hebben de drie man smashing varken! Ik ga stuk, bro. Het werkt ook, hè. Wat een meme sound, jongen. Hey, Nigel, dankjewel, man. Hij moest het ook weer uittesten. Wat een gast is dat, jongen. Smashing varken! Ja, blijft een leuke meme, man. Ja, jongens, jullie zeggen dat dit een stafzak is, maar... Varken! Ja, Bram, jongen, de drie. Heb je een vriendin? Was je advies, Bram? Deze, jongen. Oh, nee. Nu gaat iedereen doneren met die sound, jongen. Smashing varken. Ja, hij blijft wel leuk, hè, die sound. Eerlijk. Smashing varken is een beetje zacht. Skidaddle, skidoodle. Zal ik hem even wat harder zetten dan? Smashing varken. Wat een kutzooi. Leef met ons. Hey, Chachi Boy, je reed vandaag met je hele mooie golf en je chickie vandaag door Deventer. Ik heb je gespot. Nou, Mattie. Er zijn nog geen drie lampen aan. Nee. Ja, nee. Ja, hier. Nee. Je was er net niet eens bij, vent. En dan ga je nu opeens aankomen koppelen. Wij willen geen mensen en zitten daarover. Oh, ik reed echt letterlijk toevallig langs. Ik weet niet eens wat hier gaande is. Zou je dan alsjeblieft weg willen vervolgen? Zullen we dat even doen, jongen? Eerste vordering. Oké. Okay. Hé, hey, jij de bal ook? Ja, nou, hè. Ik was stuk. Hey Levi, ik wil niet lullig zijn, kerel. En ik mag je echt enorm. Maar ik ben niet uit APD geweest vandaag, man. Dus mijn opa en oma hadden vandaag hun 65-jarige trouw. Noem je dat zo? We gingen uit, of we gingen lunchen met de hele fam. Dus daarna zijn we gewoon hier gaan gymmen en verder ben ik niet mijn huis uit geweest, man. Dus helaas, Levi, sorry kerel, maar dat was ik niet, man. Dus ik weet niet welke chick jij hebt gespot met een guy met een golf. Maar hij heeft een mooie auto, dat ga ik nu alvast zeggen. Maar nee, Levi, ik ben helaas vandaag niet, sowieso de afgelopen week niet in Deventer geweest, man. Dus sorry kerel. Ik ga heel vertrouwens zijn. Jullie zeggen dat die alert te zacht staat. Dat kan ik hier even aanpassen. Smashing KitKat. Oké, dat is deze. Smash. Yeah. Ik zet hem wat harder. Smashing varken. Smashing varken. Hey Nigel, let's go man. Oké, ik heb hem kut, wat doe ik nou? Ik heb iets anders gerefreshed. Dat is niet de bedoeling. Deze launch. Alright, ik heb die alert even iets harder gezet, jongens. Lekker man. Hey man, Nigel, wil je zeggen, koop van mijn geld zo varken puur voor de meme en je agressieproblemen. Laat mij eens even een keer die Intertoys in beuken en zo'n varken kopen, man. Let's go. Nightje, tegen de drie maatje. 100%, man. Smashing varken. Ja, is wel hard, man. Wel hard. Achterom, kijk, veel likes. Kom op, man. Bro. Oh, het feit dat jullie allemaal geleid hebben, man. Insane, boys. Insane. Ik zou naar jullie allemaal sowieso voor de love, man. Voor de love. Ja, insane, hoor. Dank jullie wel, jongens. Wat zijn je regels thuis? Wat bedoel je, Leon? Als in regels thuis? Nou, we mogen hier... We gaan niet schelden hier met, noem het maar op. Ja, als mijn ouders naar bed gaan, dan heb ik daar gewoon mee te dealen, hè. Smashing varken! Hey, Nick met de 3 aan, wat een sound hier. Nick, we hebben wel echt weer een meme gevonden met z'n allen. Oh, bankoverval bezig. Linker snelweg. Oh, kijk, die cirkel niet. Bro, jongens, echt, jullie zijn echt raar, man. Iedereen doneert door die sound nu. Jezus. Lenny ook met de 2 fucking 94. Wat een sound, hahaha. Varken! Oh, Lenny. Dankjewel, jongen. Ik vind het wel een leuke... Oh, oké. Okay. Leuke sound, jongens. Leuke sound. Morgen, hè. Goedemorgen, hè. Smashing varken. En we gaan even naar die bank toe. Nee, jongens, ik ben fucking uit voor die nieuwe waggies, bro. Ik heb in de dev... ben ik af en toe voor de thumbnails een beetje hier en daar... aan het zoeken naar nieuwe waggies. En die RSQ8, hè. Dat is wel echt een pareltje. Laten we eerlijk zijn, dat is wel een model. Waar ik nu al van weet, dat wordt een metabak. 100%, maar dat moet ook een metabak worden. Q8 is gewoon fucking dik, man. Dat is zo'n mooie wagen. Dat moet gewoon een beetje fris en fruitig worden, man. Let's go. Komt die iPhone 14 nog in de future? Ik denk het niet, man, boys. Weet je wat het is? Het is een hele mooie telefoon en leuke functies. Maar helaas voor de grootte van onze stad qua spelers en scripts... werkt die telefoon helaas niet goed genoeg, man. Te veel lag, man. Dylan, ik eet een lekker chippy. Hey, lekker man, just the kip, man. Heb jij één eten misschien? Een lekker chippy. Ja, chips blijft wel lekker, man. Smashing verreke. Een kick, Mattie Gaan is een dikke sif, jongen. Er is een dikke sif en een nekje. Er wordt een inbraak. Hey, Bricht. Negatief van God. Zouden jullie een kijkje kunnen nemen bij de linkersnelwegbank? Is een gijzeling gaande met meerdere vuurwapens. Oh, Steve, ik ben toevallig te plaatsen. Varken! Nigel! Gehoord, ik sleep jullie allemaal. Alright. Hey, Nigel met de 3 zegt: Dillemite G, ik ga zo'n filmpje sturen in je DM dat je een beetje een NPC was op Shady's. Nu nog steeds NPC, by the way. Nigel, stik!
Nee, niet stikken, dat is niet aardig. Nigel, waarom moet je nou weer zo haatzaaien, man? Smeersen zorgen. Oké, ik hoop. Nigel, dankjewel voor de 3 man. Ik krijg allemaal berichtjes. Vrouwtje is denk ik aan het slapen. Of gaat slapen, nu al. Tandenborst vreten. Oh, nee. Oh, oh, Slimpy. Pak ze aan mijn hoek. Ik neem ja, is van allemaal. Ik pak zo meteen ook een lichte motor dan als jij hier bent. Thank you, mop. Verdorie, ze heeft geen tandenborstel. Ja, helaas, jongens. Helaas, dan word ik kauwgompje. Haha! Okay. Ah, in bankers, toch? Ja, positief. Ja, dat klopt. Ja, top. Wart. Ik heb al niet gezien welk wapen er binnen is. Bro, die fucking... Oh, die sound is geweldig, man. Die sound is echt geweldig. Smashing varken! Blijf, man. Hey, er zit nog een rode gloed over mijn wagen, of niet, jongens? Smashing varken! Nice, even een waggie pakken, jongens, of rode. Penis, jongens. Oh, what the fuck? Hey! Puntje! 420, man. Hij zegt, yo, bro, hey, what's up, man, Puntje. Hey, Puntje, dankjewel voor de 420, man. Dat blijft ook wel een lekker soundje, hè. Hey! Leuk, man, dat je Cayenne in de verte spant, maar dat je er niet in komt. Dat was IZ. Wat een kut. Steek in de impound. Oh, dat niet. What the fuck was dat? Smash een kut, kat. Hey, ik zie eenmaal Firex. Geen vuurwapen nog. Oh, is van allemaal. Ja, de opco had jullie meteen opgeroepen. Ik weet niet waarom. Wat is dit nou weer dan? Ja, normaal heb je voor een bankje wel een vuurwapen nodig als het goed is, man. Ah, oké. Okay. Misschien zit hij achter. Ja, dat zou kunnen. Huh? Hey, collega's, kunnen jullie ook geen voertuigen pakken uit je garage? Smashing vangen! Kan het even proberen. Ik zie hem in de verte inspannen, maar ik span zeg maar niet in die auto. En hij verdwijnt weer, what the fuck? Hé? Hey. Smashing vangen! Nigel, echt, wat ben jij een gast? What the fuck is dit? Hey, collega. Hey, oh, bij mij ben je onzichtbaar, dat is ook lekker. Oh, kijk. Handig. Ik denk dat ik moet knipperen. Ik zie alleen jullie wapens. Even kijken. Ja, jullie wel. Ja, ik denk dat jij hem knipperen, man. Ja, je moet kijken. Zien jullie mijn auto in de verte spannen? Wacht even. Zie je mijn auto wel, Karel? Ja, positief. Zie je hem? Zag je hem wegspannen? Nee, waar komt hij dan? Maar je mag deze alleen. Ja, oh, bij mij. Ja, bij mij zijn jullie ook onzichtbaar. Ik denk dat ik even moet knipperen. Oh, ja, is prima. The fuck is dit, bro? Smashing varken. Hey man, Nightwinner, is een grapje. Love naar jou, bro. Maar op dit moment heb ik geen vriendin. En mijn advies is MAVO. Smashing varken. Nigel, zoek het uit. Gast. Wat een gast ben jij, man. Deze man, Nigel. Deze. Hoi. Steek hem in je neus. Hey, maar dankjewel voor alle support. Dat wel, Nigel. Ja, goed, oh, er zitten wel weer veel mensen in de stad. Leid, man. Ja. Leef, meneer. Zeg. Nee, ja, prima. Sorry, hoor. Ik wist niet dat je... deze mannen, stop met leoneren, man. Die alertse gaar, man. Wat heb je zelf aangedaan met die sound? Echt, Nick. Het is echt bizar. Het gaat ook weer helemaal de... Ik besef dat ik die song niet heb gepakt van mijn advies is MAVO, hè. Dat scheelt weer, jongens. Ik heb mezelf gesaved. Nick, dankjewel voor de stream. Ook jij wel met de stream, Maarten, als je er bent. Leef me nu zeggen. Nou ja, sorry hoor. Ik wist niet dat je boos werd. Ik heb 2 zakken chips. Woelé. Met Doritos scherpe lekker opgechapt. Wat is dat lekker, Dylan? Kom even aan komende dinsdag of woensdag langs. Mackie daten, de schecht, schatje, patatje, heksie, maxie, pexie. Weet je wat vies is? Of wat mijn vriendin heel erg vies vindt? Dit. Kunnen jullie daar wel tegen, jongens? Let op. Ik ben een joch van 10. Let's go. Stop die sound. Ik haat hem nu al. Is echt een kut sound. Ik ga stuk. Zit job, meepo. Ja, maar dat is juist de bedoeling dat hij kut is. Smashing varken, wat zie ik? Ja toch! Hahaha! Ha, een vis! Oh, jezus. Juist, nu doet het wel. Top! Smashing varken! Ja, dat is toch gewoon top, man, zo'n speekselbal. Nigel, man! Doe die meme van je met je advies op 10 plus aan, dan gooi ik even de doden van dat bedrag. Nigel. Nee, maar kijk, weet je wat is, Nigel? Die song is denk ik te lang, man. Van mijn advies is MAVO. Heb je een vriendin en was je advies? Ik denk dat die net te lang is voor een donatie. Smashing varkens! Hoe vaker ik hem hoor, hoe irritanter die wordt. Dolphin, man, met de 3 zeg echte mannen baffen en breng de Fortnite streams terug. Dolphin.
Sorry, dat moest eruit. Weet je wat het is, jongen? Fortnite is echt een prachtig spel geweest. Ik voel het niet, man. I don't know. Weet je wat het is? Ik weet niet, man. Het spel is te gek, te chaotisch geworden, man. Smashing. Staat 7? Ik kan stuk. Is het misschien handig om bij die bank eventueel een hele weghelft af te sluiten in plaats van de hele snelheid? Ja, dat is wel mogelijk. Dat is denk ik wat veiliger voor ons. Marcelo met de 5, jongen! Ja, Karel, AWB is al onderweg, dus 1-1 uit deze kant. Kijk, helemaal goed. Hey Marcelo, hoe is het met jou, jongen? Man, zeg yo! Hey Marcelo, welkom, kerel. Ik wou weer back zeggen, maar gast, nice dat je er weer bent, man. Hey Marcelo, Marcelo is nog steeds op de fucking gym grind, bro. Die Marcelo, hè, hij is, nu eigenlijk niet meer sinds kort, maar hij is een tijdje bezig met gymmen. Maar bro, die kerel houdt het vol, hoor. Ik denk als we inderdaad die rijstrook van de bank zelf dicht houden, dat het beste is inderdaad. Nigel! Ik moest tegen de collega's praten en ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Nigel met de 16! Dan heb je hem hier alsnog lof, man, bro! Nigel, jij bent een mafcase en je bent een fucking top donator. Nigel, dankjewel voor de liefde, kerel. Super, dankjewel voor de support, kerel. Dankjewel, maatje. Dankjewel. Dit is de motto. En maar Marcel, hoe gaan we met jou, jongen neef? Welkom met de stream. Mannen, let's go, man. Duran ook met een 3-0-4-5-6. Smashing varken. Hey, Duran. Allemaal bitches hebben ass, jongen. Deze Marcel met de 5. Maar gisteren 100 kilo PS squat. Bro. Marcelo, even deze, man. Bro, dat jij 100 kilo squat is wel fucking dik, hoor. Hey, Marcelo, goed bezig, maatje. Dat is wel hard, man. Hey collega's, zullen we anders even hier even de afzetting zetten van alleen die rijstrook? Ja, dat zei ik toch. Komt er mee. Dit is de motto. Marcelo, lekker bezig. Maar hoeveel bench je nou dan? Heb je daar ook, hoe zeg je dat? Een beetje verhoging in? Smashing wat? Ja, smashing varken. Maar gisteren liep het wel een beetje uit de hand met die kerel. Die zat opeens iets anders te smashen. Oh. Hoe kan dat nou? Maar eerlijk, hè. Even terugkomend op dat, hè. Hoe? Ja, ik blijf er met mijn kop niet bij kunnen van hoe kan die... Kijk, tuurlijk, die ouders... Smashing varken! Koen... die alert blijft. Ik vind hem wel echt leuk, eigenlijk. Robin, ik maak me gewoon zorg van... Houdt niemand dat joch dan in de gaten met wat hij doet op die TikTok van die ouders of zo, man? Ik ga stuk, man. Hey, Koen, met het is... Hey, Dylan, ik zag je gisteren in de sportschool en zei nog wat tegen je. Lach om je in season 17, Koen. Bro, een dikke shout aan jou, man. Inderdaad, ik weet het nog goed, man. Nee, goede shit, bro. Hey, maar Koen, hoe lang sport je al, man? Ja, man, jij kan naar me toe, man. Bro, je stoorde echt totaal niet, trouwens, Koen. Je mag gewoon altijd gewoon naar me toe komen. Ik vind dat echt niet erg, bro. Hey, lol voor de 3, man. Goeie shit, broeder. Goeie shit, man. Wat? Huh? Ik ben een tovenaar. Waar is mijn auto? Je hebt een beetje een piep in je stembanden. Wat? Heb ik een piep in mijn stembanden? Ja, ik hoor een piepje. Oh, wacht even dan. Nigel! Yo! Hallo? Zo! Oké. Piep. Ja. Een piep. Ik hoor geen piep. Nou, ik ga denk ik maar eerst even mijn auto weer even terughalen, jongens. God, what the fuck? What the fuck je gedoe, jongens. Waarom vliegt dat ding? Smashing varken! Ik ga stuk smashing varken! Hey, Gray, what's up, man? Tegen de fucking 3, man. Nigel, jij bent echt een muppet. Fucking 13 euro. Succes met de stream. Ik ga er vandoor, man. Bro, hey, Nigel, dankjewel voor alle love, man. Thank you very much voor de 50 euro in totaal, maat. Oh, ik dacht dat weet ik, Lizard. Hey Nigel, shout out aan jou voor de liefde, maatje. Thanks voor alles, man. Thanks voor alles. Let's go, man, Nigel. Let's go. Hey, yo, what's up, Gray? En ook jij, thanks voor de fucking donatie, maatje. Yo, Huub, welkom ook bij de stream, kerel. Naast je er bent. Smashing varken. Oké, smashing varken. Godsamme, wordt mijn auto weer weggehaald. Dikke pepernoot. Oh, dat is toch ook niet. Oh. Pak een F-ket. Ja, maar kijk, ja, ik ga toch even die mod weer even aanzetten, jongens. Dit. En je ziet dan wat meer. Zie je dat? Nou, ding is, we hebben al veel off-roaders qua motoren, jongens. Dus ja, smashing varken, je weet toch? Right. Push die like, man. We zitten bijna op de 5 bar, man. Insane. Shout out naar YouTube. Ik weet niet waarom. Nu wel. Shout out naar YouTube dat de stream nu wel goed verloopt, man. Nice. Eindelijk, man. Ik zie gewoon niet meer die dips, man. Fucking clean eindelijk. Hè? Het valt me wel altijd op dat het in de zondag of weekenden meestal goed gaat. En door de week niet.
Ik weet niet of dat iets is. Het is echt een beetje lastig. En ik moet even doorrijden, kerel. Ja, ik ben... Sorry. Hey. Meneer, sorry. Ik schrok gewoon heel erg. Ik kom langsrijden. Ik schrik. Ik zie die man daar binnen staan. Ik denk, die godverdikkies. Die ken ik. Ken jij die ik man? Ik denk, wat zie je nou aan dat? Ja, chips, ja, die ken chips. Ik. Ja, hij gaat wachten. De tralies belanden, kerel. Heb jij toevallig een naam voor mij dan? Nee, niet te overvallen, maar de ik zie het. Ja, hetzelfde jekkie, hè. Ja. Ik zie het, ja. Oh. Ik schrik me rot, meneer. Ik zie dat wapen op zijn gezicht. Ik denk, wat goed, jongen. Dankjewel voor die drie, man. We gaan even kijken of we zo snel mogelijk die vriend van jou kunnen bevrijden, ja, dan, man. Ja, goed, dankjewel, man. Alright, ja, kerel. Ik heb dit neonlicht er net ook uitgezet. Het is echt de Harris hier. Ja, het is dikke Harris inderdaad, man. Ja, we gaan even ons best doen. Helemaal goed. Ja, succes. Hey, hoi, de ballen. Hoi. Hey, kom maar naar de yo, Knights. Knights, stop met het neren. Stoppen. Ik ben nu pas 2 weken bezig. Heb mijn schema gekregen. Heb je nog tips voor een beginner? Koen, zorg dat je consistent bent. Dus het is niet... Kijk, je moet het gewoon doen. Dus even boeien dat je zeg maar af en toe niet wilt. Ga alsnog. En zorg dat je een plezier vibe hebt. Dat het een soort routine wordt. Een soort van lifestyle eromheen creëert. Af en toe een leuke gym outfit. Een beetje changen. Daag jezelf uit. Dat is belangrijk, man. Staat het 7? Oké, dan ga je hier staan wachten. Kijk, oké. Nee. Is er al een onderhandelaar aangewezen? Negatief. Iemand die vrijwillig onderhandelaar moet zijn. Ik kan het op zich wel opnemen, ik sta er toch voor. Kun je snel even inkloppen? Ik zou eens even kijken, even zien. 667, wat is jouw dingetje? Ja, kapitein, man. Ben je ook dus 10 of zo, 11? 667 was het toch? Ja. Deze? Oh, dan eentje omhoog. Eentje omhoog. Kijk eens. Yes, wel. Alright. Is het goed, collega's, dat ik de onderhandeling start? Ja, post die. Maar goed. Prima. Misschien. Dus e-mechanic legt wapen weg. Even zien, hoppakee. Ik wou zeggen, waarom kan het niet in? Daar hebben we C-set. Oké, zo. Hoppakee. Hele goedemiddag. Ik bedoel avond, sorry, excuus. Hallo heren! Hey. Hallo. Zou ik naar binnen kunnen komen? Ja, ik hoorde jullie niet buiten. Ja, als jij je wapens buiten hebt, leg er wel, ja. Dat kan. Positief, ik heb mijn wapen weggelegd, dus die ligt in de kofferbak. Dat is mooi. Alright heren, ik zie hier een vuurwapen op iemands hoofd gericht. Dat is natuurlijk niet fijn. Even kort als stil. Nee, klopt. Hey. Ik wel. Hey, meneer DC-agent. Ja? Zeker niet zo fijn. Ik zei toch dat ik geld ging pinnen hier zo, maar dat lang ging af. Ik dacht dat jullie inderdaad netjes gingen pinnen, maar dit is iets anders in de bank. Oh. Je moest even doorzoeken, toch? Je moest even doorzoeken? Die geld hebben we nodig. Maar je pinpas werkte niet en je dacht dan maar overvallen? Nee, wat was, kijk. Ik kon het zelden gewoon zeg maar niet betalen, toch? Ja. Dus ik dacht, dan ga ik maar gewoon naar binnen. Dan pak ik het geld wel. Oké, maar dat is natuurlijk niet de manier, hè? Hij wilde een nieuwe auto kopen. Ik wilde een nieuwe auto kopen. Zo'n dikke 8R. Maar ja. Oh, maar je hebt het geld wel op de rekening staan. Ja, nu wel, man. Dat is het dus. Dus je hebt een. Ik heb nog een lening afgeschoten. Oh, dat de bank dat nog gunt, joh. Ja, zware bank toch? Oké, duidelijk. Yo, Tim voor de donors. Maar heren, even kijken. Zijn dit iedereen die jullie hebben geholsterd? Of zit er achter nog iemand? Nee, er zijn er 4 totaal. 4 totaal, oké, mannen. Ik wil zometeen nog even achterkijken voor de zekerheid. Ik moet het gewoon zeker weten. Maar, ja. Ik ga wel met jou mee. Ja, zullen we dat eerst even checken? Dan weet ik dat zeker. Ja, ik loop wel mee. Is helemaal goed, dan loop ik even door. Hey, Great, hebben we de 15, man! Even kijken hier achter de bank. Hey, Great, dankjewel, jongen! Lekker mensen, dan gaan ze door. Great, let's go, maatje! Even die deur, helemaal goed. Great, dankjewel voor de 15, man! Shout out die oude broer voor de liefde, man! Beetje doorlopen, hè? Ja, ik moet het even goed kijken, hoor. Deze deur zit op slot. Nou, goed, ziet er goed uit. Klein pand, jongens. Dat is goed. Dankjewel, man, Gray, voor de 15, man. Broeders, wat gunnen jullie veel, man? Nee. Alright, heren. Oké. Voor de mensen die holsters worden gehouden. Hoe gaat het met jullie, jongens? Alles goed, hoor. Ja? Alles goed. Ja. Oké, dus jullie worden niet... jullie hebben geen verwondingen of eten tekort of noem het maar op. Nee. Oké, dat scheelt weer. We behandelen ze wel goed. Nee, dat is alleen maar goed om te horen. Dat maakt het ook voor jullie makkelijk om eventueel te onderhandelen hier. Dus dat scheelt weer.
Vinden jullie het goed als ik een iPad erbij haal? Dat we even wat opschrijven? Narcos? Doe jouw ding. Alright. Slash i tablet. Oh, sorry. Twee. Dat was mijn visitekaartje. Sorry. Oké. Okay. Even kijken. Jij hebt morgen dat voor je deur staan. Ja. En deze keer ook. En levert even de euro. Dat is een grapje. Spierman. Helaas. Dat is een ander visitekaartje van iemand anders, denk ik. Maar ja, even kijken, heren. Jullie hebben 4 hostages. Ja. Wat is de bedoeling? Hoe willen jullie weg? Wat hebben jullie in gedachten? Ja, wij gaan met de Africat weg. Ja, dat dacht ik al. Doorgang naar links. Dankjewel, Levi. Ik had ook begrepen dat er een helikopter in de lucht zat. Die mag van mij ook lekker weg. Dat zijn eigenlijk al 2 eisen, hè? Klopt. Dat hoor je goed. Ja, groen licht 1-2, maar dat is natuurlijk uiteraard logisch. Duidelijk. Even kijken. Dus even kijken. Vrije doorgang die kant. De Zulu eruit. Ja. Duidelijk, er zijn er al 2. Ja. Ja. Collega, weet jij nog eentje? Smash een varken. Even kijken hoor, wat hebben we nu? We hebben vrije doorgang en we hebben geen... Jongens, lees zo meteen jullie donus op, man. Hey, Nigel. Wanneer gewoon wegeisen dat die motors weggaan? Nee, dat boeit niet. Fuck it. Dat wordt een lastige kerel, dat ga ik nu alvast zeggen, inderdaad. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat is goed. Nee, dat is zielig. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Dat is een beetje zielig voor jullie, moet je met de KJGT bijhouden. Ja, dat wordt er niet, in de riolering. Ik heb zo'n vermoedens. Zef... Nee, joh. Nee, dat doen we niet. Een keer wat anders, joh. Oké. We gaan het een keer wat anders doen. Oké. Mount Chiliad. Dan schrijven we dat even op. Mount Chiliad. Oké, ja. Ja, jullie hebben eigenlijk nog 2 eisen over dan. Nog 2 eisen? Ja, ik weet het niet zo goed. Zou ik er anders één eentje geven of zo? Dat ik een beetje jullie kan helpen? Nou, ik kan niet gewoon al die hekken weg. Alle hekken. Kunnen we niet gewoon eisen dat jij als DS hier met ons meegaat? Dat je aan onze kant staat voor een keertje? Kan dat gewoon niet? Nou, dat is zielig voor mijn collega's, denk ik. Kijk. Dan krijg jij het geld als we klaar zijn. Nou, ik weet wel 1 leuke eis. Vertel. Laatste eis. Ja, ik heb die ene laatste eis, zeg maar, alle hekken weg. Aan alle beide kanten. Wacht, dat wordt dan zeg maar de vrije doorgang aan beide kanten? Ja. Dat zijn dan... Ja, dat kop ik wel onder 2 eisen dan, eigenlijk. 2 kanten vrij. Ah, dan volg ik dat. Dan wil ik dat iemand kaal gaat. Je wilt dat iemand kaal gaat? Ja, ik wil dat iemand kaal gaat. En liefst jij. En die hier zo lekker gaat dansen voor ons. Kijk, het ding is... We hebben vaker dat dansen gehad. Ik mag van mijn leidinggevende helaas er niet aan voldoen. En het kaal gaan, ik mag mijn identiteit niet op straat gooien. Dus voor mij wordt dat lastig. Maar een collega zover krijgen... voor je collega? Dan een motoragent collega. Die moet kaal en die gaat dansen. Maar kaal en dansen, dat is eigenlijk ook weer 2 eisen, jongens. Ja, is goed. Maakt niet uit. Maar kijk... Ik doe mooie eieren weg. Het ding is... Ja, jullie moeten dan 4 hostages loslaten. En dan wordt het een beetje lastig met wegkomen dan nog. Bij 3 houden. Ja, jullie moeten 3... Dan doen we als ene laatste eis dat iemand kaal gaat. Ja, dus kaal gaat. Ja. Dat. En laatste eis is dat we 1 hostage aan het einde meenemen naar de motor... Voordat we weg en hem daar gewoon loslaten. Maar dat is gewoon die laatste hostage. Ja. Oké, dan even... Daar gaan ze ook wel eens moeilijk over doen. Even herhalen. Vrije even doorgang aan die kant. De linkerkant. Ja, 100%. Dat is nummer 1. Een collega die kaal gaat, nummer 2. Ja. En dan 1 persoon als laatste meenemen. Of sorry, de Zulu af laten schakelen. Ja. Zullen we dat zijn de 3 eisen. En dan mocht je inderdaad 1 persoon nog meenemen naar de motor of zo. Ja, die laten we naast de motor. Even kijken. Wat nou als we zeg maar 2 personen mee naar buiten alvast nemen? Dat we de Zulu alvast laten afschalen en de collega kaal laten gaan? Dat ik dat even bespreek? Ja, dat is wel. Ik kan wel zeggen, als die Zulu weer in de lucht is, gaat hij eraf. De Zulu gaat eraf. Ja, als die weer terugkomt. Oké, dat wordt wel ver gooien met zo'n bel. Ja. Oké. Hij is stoor, hè? Hij kan gooien dus zich hier tegen. Alright. Ik kan hem gooien. Niet... Weet je wat we doen? Over zijn handjes terug. Ik neem alvast een hostage mee voor de Zulu. Dan ga ik even bespreken of dat kaal gaan doorgaat. En dan kom ik zo meteen weer even terug, oké? Okay? Ja, toch? Wacht, toch? Dat ze een beetje leuk meedoen. Hey, meneer DC Agent. Ja? Dan kan ik 1 seconde overleggen met mijn collega. Ja, van mij wel. Oké, kom. 2 seconden. Blijf wel even hier staan. Luister. Zeg het maar. Dat is wel apart eisen, maar oké. Goeie shit. Kunnen niet als eisenpartij gewoon met rust gelaten moet worden?
Gestuk, man. Hé, hey, maar bouwen met de twee zeggen, we zijn er weer bij en iedereen moet beginnen te liken, man. Jongens, jullie hebben bouwen gehoord, boys. Er zijn duizend mensen bij de stream, sowieso lof dat jullie er allemaal zijn, jongens. Vergeet zeker te liken, zou super echt de stream ook helpen, man. Shout naar jullie, jongens. Luister, we hebben een wisseling. Momentje, niks doen. Een wisseling, ja toch? Die kade, die schrappen we. Ja. En ik wil nu dat die twee andere rocks die nu achter iemand aan zitten, af gaan koppelen. Oké dan. Ze rennen bij de grenspost. Nu bij de grenspost, we moeten afkoppelen. Alright, dus afkoppelen, grenspost. Oké, duidelijk. Dan wil ik daar wel twee heren van meenemen in totaal. Voor de Zulu en de afkoppeling. Ja, neem die nee, twee. Neem deze maar mee in je hand. Oké. Die moet gaan. En neem die voorste maar mee. Deze op zijn knieën. Alright, als de heren meegaan, dan ga ik gelijk in mijn portocalen of ze daarop afkoppelen. Helemaal goed. Ja, ja kom, mannen. Geen stress, die andere gaat afkoppelen. Ja, komt er mee. Ik mocht naar buiten. Ja, mocht ik ook naar buiten? Ja, positief. Loopt u even naar mijn collega toe? Zaten 7. Ja, is goed. Ik heb er al boei om. Yes, loopt u even mee daarheen, kerel. Ja. Zaten 7, collega's. Je brief. Ik krijg te horen dat ze voor een eis de twee Amaroks moeten afkoppelen bij de grenspost. Zitten die in deze portal? Ik denk het niet, hè? Negatief, dat gaat om waarschijnlijk een oorspost die opgezet is, dat mag. Ja, dat kunnen we waarschijnlijk ook niet afblazen, zo. Ja, het gaat om een achtervolging die gaande is met twee Amaroks. Dat die moeten afkoppelen, kreeg ik te horen als eis. Ik denk dat je het dan via de stadsport even moet omroepen. Die zit hier niet in. Even kijken. Staat er 7 voor de twee Amaroks die in achtervolging zitten bij de grenspost? 7 rest? Ik zit op dit moment in een bankoverval en die heren binnenvragen als eis dat die achtervolging wordt gestopt. Wat? Gaat het om een rode SRT? Ik zou niet weten in wat voor voertuig ze zitten. Er wordt iemand achtervolgd bij de grenspost, kreeg ik te horen van hun. Kan je het navragen of de rode SRT is, Karel? Ik zou het even navragen. Gaat het om een rode SRT? Ja, die moet afkoppelen. Oké, duidelijk. Top. Ja, positief. Het gaat om de rode SRT. Zeg maar, wil dat afkoppelen of niet? Ja, ik heb hier op dit moment een gijzing gaan, dus er gaat momenteel anders iemand misschien ervan af. Oh. Als jullie afkoppelen, kan met die ijs koppelen wij af. Alright, dat is vernomen. Negatief, er loopt er nog één door. Oh. Door. Oké, nou, we laten nog even... Ik weet niet waar die heen is gegaan. Ja, voor jullie collega's, ik ga trouwens even de eis even bespreken. De Zulu moet afkoppelen. En daarnaast moeten we zeg maar de kant richting de stad moeten we vrijgeven als vrije doorgang. Ik kan wel even ergens gaan landen dan, dan kan je daarna gewoon aankoppelen weer. Ja, zullen we het op die manier doen? Ja, dat is helemaal goed. Oké, ik kan misschien best Blombeek landen. Voor jou trouwens, Zulu. Ze hebben wel lopen dreigen van als die Zulu toch weer naar boven komt, dat hij eruit gesmaaid wordt. Andere ook genoeg. Dus dan weet je dat alvast. Komt goed, ik ben heel goed in noodlanden, ja. Ah, het is goed, het is goed. Verder willen ze gewoon één persoon meenemen naar de motor, zometeen. En de kant richting de stad willen ze vrij hebben, dus that's it. Ja. We hebben trouwens al twee hostjes buiten gekregen, dus dat is top. Die net bij die gijzeling is, moeten wij stoppen met de achtervolging of moeten we doorgaan? Want het is nu heel onduidelijk voor ons. Ja, ze eisen momenteel dat jullie stoppen. Ja, we zitten nu in een betere V. Ja, maar. Probeer maar even aan te houden, kunnen ze die personen terug eisen? Ja. Hey, hallo, kom eens hier. Yo. Als ze nu niet gaan afkoppelen, gaat de 1-0 af. Zo simpel is het, want ze zijn nog steeds niet afgekoppeld. Collega's, ze gaan nu dreigen om iemand hier te vermoorden als jullie hem aanhouden. Ze hebben de hele tijd contact met die mensen daar. Oh, wij komen wel naar jullie computer, ja? Stem bij. Ja, is gehoord. Welke prio gaat het? Laat me even controleren. Collega's, welke prio zitten we? Dit is koppel prio 2. Koppel prio 2. Ja, yes, we hebben momenteel beter gefeest, zeg het maar. Nou, het is heel simpel toch? Als hij als hij wordt aangehouden, dan knallen ze iedereen dood. Dan is het toch niet heel moeilijk. Eén om één. En dan gaan onschuldige mensen nu de pijp uit, denk ik. Ik zou zeggen, laat hem dan. Hou hem maar niet aan, want anders gaan hier mensen dood. En ik denk dat het leven van een burger belangrijker is dan iemand aanhouden, toch? Maar dan is dat wel één eismentor voor hun pijpenbank. Ja, dat was zeg maar één eis van hun. Dat was wel één eis, hoor.
Zeg maar, als jullie een hostage naar buiten kunnen fixen, laten wij deze persoon gaan. Die hebben we al, als het goed is. Die hebben we al. Ja, ik heb er 2 al naar buiten gekregen. Laat hem gaan, ja. Ja, laat maar gaan. Kom maar weg. Oké, nice. Hé, dat is wel nice, man. Zie je? Wij als korps, wij gunnen wel, man. We zeggen allemaal hier dat de hostage... We moeten het inderdaad gewoon goed en rustig melden. Dat is nice. Alright, top. Heel veel mute weer. Kijk, dat is medewerking. Alright, heren, we hebben... positief van onze kant. Ja, we hebben het voor elkaar gekregen, jongens. Dus, Oké. Dan zie je dat wij meewerken, dus dan weten jullie dat. Niks afgepakt van hun? Als het goed is, zijn ze vrij uitgegaan. Ik heb geen idee of ze iets bij zich hadden. Hé, zijn jullie vrij uit nu, daar? Kan je het voor de zekerheid even nakallen? Ik ga het even navragen, in een seconde. Ja, gewoon wegwezen. De politie is het enige waar we wat mee kunnen doen. Oh, hebben jullie gewoon contact? Dat ze dat kunnen bevestigen? Ja, het is al goed. Oké, top. Top. Jongens, de Zulu is afgeschaald. Wij hebben alvast een B-klasse weggezet, maar ja, er kunnen hier nog mensen komen rijden. Dus vandaar dat die allemaal ook er nog even staat. Ja. Wat nou als wij nog een hostage mee naar buiten nemen? De vrije doorgang correct maken en dan kunnen beginnen met groen licht? Ja, is goed. Als jullie die man... Ja, neem deze maar mee, die witte. Buiten nemen, ja. Dan zien we vanzelf groen licht 1-2. Is goed. Loop maar als je even terugloopt om het aan te kondigen dat je groen licht positief gaat geven, dan weet ik dat. Ga ik dat nog even doen. Kerel met een hemdje, kom. Dan gaan we naar buiten. Allright, jongens, er komt nog een hostage naar buiten. Kunt u even naar mijn collega's lopen, meneer? Yes, ik vang hem wel. Yes, loopt er maar even mee. Helemaal goed. Collega's, die Amarok kan weg en dan kunnen we eventueel de achtervolging zo meteen gaan beginnen. Dankjes 6 aan de mensen bij de pamp zelf. Collega? Ja? Ik ben heel goed op smaak van het... Wil je dat de mensen zou jij dat kunnen doen? SCT, ja, dat goed, aan zaken naar de pamp komen of moet je hun hier weer afkoppelen? Wacht, bedoel jij collega's of? Ja, wij zaken net als ik die rondje SCK aan. Moeten wij niet naar de band komen of moeten wij weer afkoppelen? Nee, echt te veel te druk. Ja, we hebben genoeg eenheden hier. Helemaal goed. Dan koppelen wij weer af. Fijne avond. Helemaal goed, fijne avond. Fijne avond. Alright, nice. Alright. Het is gelukt. Zal ze even in die IC zetten. Nee, is helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Kijken. Misschien. Zou er een van jullie misschien een indeling kunnen maken wie waar achter, wie hier blijft eventueel bij de hostage? De laatste persoon. Ik moet eigenlijk met z'n allen... Ik af. Zijn we rood? Sorry? Ja, ik had wel even een vraag qua Zulu. Zeg u wel voor wanneer wij de lucht in kunnen gaan in verband met de veiligheid van die hostages? Ja, positief. Als die hostage vrij is en hun zijn weggereden, zou ik melden dat je de lucht weer in kan. Ja, zo noemen. Alright, helemaal goed. Jongens, ja, ik denk dat iedereen even gewoon klaar moet gaan staan en dan kunnen we zo meteen van start. Kijken. Wie blijft hier voor de hostage trouwens? Niet allemaal tegelijk. Ik ga stuk. Ja, we moeten één eenheid hebben. Ik ga vragen. Ik hoorde net dat de zwaven je het wil doen. Daar blijf je wel verwachten. Nee, is wel helemaal gehoord. Maar jij koppelt het toch af. Wat een naaibouw. Alright. Kan een collega in de Amarok ook naast de motoren gaan staan? Wij zullen schaduwen meerijden als onze. Ja, is helemaal gehoord. Alright, kijk. De gunner pakken, jongens. Oké, zo. Alright, zou een van jullie zo meteen die dingen in de tekst kunnen zetten van groen licht? Yes. Ga ik nog even melden dat we beginnen zo. Alright. Goedendag heren. Hey mannen. Yo. Zoals je ziet is die hele linkerkant helemaal vrij voor jullie. Ja, heb je. Dus jullie kunnen zo meteen groen licht verwachten, jongens. Oké, meneer, wat is uw naam als ik vragen mag? Mijn naam. Kan ik groen licht geven hoor. Mijn naam is Karel. Een negatief collega. Fijn jou gesproken te hebben, maar we gaan zo meteen een uitdaging tegemoet met z'n tweeën. Wij gaan zo meteen een uitdaging tegemoet? Wat bedoel je daarmee? Ja, dat maakt niet uit. Want we zitten in de schoot, hè? Wordt gezellig.
Ik heb geen zin in dat er mensen neergaan of dat er wordt geschoten. Laat dat duidelijk nee, zijn. Nee, dat is toch helemaal niet nodig? Ah, ik merk een beetje een sarcastische houding. Maar wie is deze meneer dan? Nee, die ken ik niet. Die mag gelijk naar buiten. Oké. Okay. Die ken ik niet. Ah, meneer die net komt vallen. Je mag even naar buiten, jongen. Ik zou schieten, denk ik het ook. Alright. Uit de Aim of View. Maar heren, dan gaan wij even de groen licht ready maken. Dus hou hem in de gaten. Is goed. Ja, helemaal goed, jongens. Hij is een 6, hè? Hoi. MS-13, jongens. Gewoon noodhulp. Is gehoord. Maar het collega's gaan in mijn auto zitten en dan kan groen licht 1, 2 geven. Yes, onze collega's ready voor groen licht. Oké, laat de motoren voorop, jongens. Die nemen we zal de gele trek aan. Ik geef groen licht 1 binnen. Dit wordt wat. 1200 kijkers, zoals we niet te liken, man, boys. Moest even alle doden, maar leef ik hem ook zo meteen oplezen, jongen. En Nigel, nou ben ik weer lang niet gezien. Nigel, waarom doneer je bro zoveel, man? 2. Dankjewel, Nigel. Groen licht 2 is gegeven. Schrijf nog maar een keertje groen licht 2, ze hebben niet gezien, denk ik. Staat dat ding niet? Ja, groen licht werkt niet. Ik vind de motor echt niet, volgens mij. Zien ze benzine wel op? Ja, nee, ze moeten weer U-spieren aanzetten. Ja, ja, ze gaan motoren leiden. Is voor de Zulu, je kan de lucht in. Ja, is genomen, dank wel. Voor jullie collega's zat er wel een soort van sarcastische opmerking te maken dat er een uitdaging tegemoet komt. Dus ja, ik geen idee wat het is. In een blauw RSZ aan. Welke richting gaan jullie op? Gaan jullie richting Lopping? A1 tanks. Wat zou die uitdaging zijn, jongens? Je kunt inhalen, je hebt het nog rode namelijk. Sorry? Ja. Nee, ja, onze andere, de andere ook. Oh. Gaan daar links af. Wat zou die uitdaging zijn, jongens? Je wapen, ik heb hem bij me, jongens. Kijk maar, in de toolbar. We hebben de gannoes. Laten we even die tas even aanzetten, jongens, snel. We zijn nu voor op graafplaats. Als ik uit een bocht ben, dan kan ik dat wel even doen. MS-13, jongens. Daar rechtdoor richting golfbaan. We zijn wel bezig, man. Dat is hard. We zijn nu voor golfbaan appartement. Dat is wel af en toe een hoofdpijntje. Ik hoop niet dat ik zo'n collega omver krijg. Blijf in veder. Nou, daar. Ik doe heel veel mijn lampen uit. AOP. Misschien dat het wat minder. Gaan we het steegje in naast Luxury. Hoi joh. Als motor kan je communicatie overnemen. Ja, is positief. Gaan we richting HB, politie HB. Zulu kan ook wel communicatie overnemen als je wilt. Zou het top zijn? Ja, staan linksaf richting rode garage. Linksaf richting achterkant de rode garage. Dan rijden wij alsmaar rechtdoor, gaan rechts langs die zijkant van de garage. Dus gaan we links, voorkant rode garage. Onder de brug gaan we weer rechts op parkeerterrein tegenover rode garage. Yo, what's up, man? Best GTA Play, what's up, kerel? Nog broer. Ja, positief. Ik kan de motor overnemen, want ik heb geen zicht meer met de Zulu. Dus rijden de motor heel gewoon rechtdoor. Waar naartoe? Ze rijden daar. Zwaar is mijn job. Ze rijden wel gek, hoor. Gaan weer de snelweg op. Bovenkant UWV komt uit. Ik kan ook wel weer aparte communicatie overnemen. Nee, stop. We rijden nu op de bovenkant snelweg. Ze rijden wel gek, jongens. Hey, beste GTA Play, thank you very much voor de Euro Superchat, jongen. Naar de afslag toe richting. Ze gaan hier weer af. Let op, ze gaan door dat gat daar rechts. Negatief. Ja, gaan we de jump nemen, achterkant rode garage. Gaan we rechts een tunnel in bij naast Spacebank Tower. Weer een tunnel in richting BP Garage. En dat zo? Ja. Ik zie hem nu niet in de Zulu. Ze rijden onder de tunneldorf, onder ziekenhuis. Richting de A2 rijden ze nu. Ze rijden nu bij Chinatown, bij de kledingwinkel. Komt je kant op. Ze gaan hier door de steeg, jongens. Ze kan de motor erachteraan. Precies. Helemaal goed. Gaan daar links af richting. Wat is dit? Ah, klopt, joh. Nee, gaan de waterbeuker in. Ik ben nu in de In de sewers? Ja, is precies. En daar richting casino. Kan de Zulu snel weer erboven vliegen? Ja, positief. Zijn ze snel ook daarheen gaan. Gaat hij de tunnel in daar, collega? Is positief. Verdomme. We zijn nu in de tunnel. Kut, ik wist het. Ze gaan de sewers in bij Middelpark, jongens. Als de voorste motor de hele tijd contact kan houden, ga ik er ook mee naar binnen. Thanks, Dani. Dat is gehoord.
blijven in de tunnels rijden. Oh, dit rijdt zo kut, deze auto. De offroaders in de tunnel rijdt echt bizar kut. Kijk, oh, dit is echt niet te doen. Dat remmen ook, dat glijdt. Zeg maar gewoon zo een beetje waar jullie boven rijden. Ja, nu bij het ziekenhuis ongeveer. Het rijdt echt voor geen meet, jongen, die offroaders. Zo'n stappen af. Zo'n schieten. Hé? Ga je een noodknop? Wel nog een noodknop. Volgens mij onder het ziekenhuis zijn we aan het schieten. Doe maar anders noodknop, ja. Ik zie de collega nog niet. Ik rij nu iets later. Ik heb ze nog niet gezien. Welke kant zijn ze opgegaan? Ik denk hier. Hierin? Ja, dat is kut, sorry. We zijn op dit moment de verdachte uit het oog verloren. Wit shirt achterop, jongens. Ja, er stond een paarse R6 klaar bij uitgang A. Ja, we zitten, hij is bij auto B eruit. Rijdt richting Groot Street. Ze hebben geschoten op een collega, jongens. Dus ik ben niet meer in zicht. Dat we net langs komen rijden. Richting Maria's winkeltje voor laatst zien bij CBR daar wel. Volgens mij is hier treinspoor, man. Ik hoorde hem stuiteren. Volgens mij is hij de A4 ergens of op het treinspoor. Treinspoor? Ik ga omstappen naar Evercat, fuck it. Oh. Dylan en Rus hebben hier meer controle. Ja, klopt, maar ik ben te hitsig, man, voor die achtervolging. Zijn dit ze? Nee, hè? Niet schrikken. Is er nog zicht? Zie je een Evercat rijden? Wat had de persoon aan? De verkleding? Wit. Achterop zat een wit shirt. Had ook een helm op, volgens mij. Nee, negatief is deze persoon niet. Verdomme, man. Ja, dan denk ik dat we ze helaas... Er rijdt een Evercat nu richting CBR. Ik weet niet of hem dat is, maar ik heb hem gezien via de camera van de Zulu. Ik zie hem in de laatste locatie, want ik rijd bij CBR. Richting Veldersman. Ja, richting Veldersman, ja. Richting Veldersman? Ik ga er snel. Nee, richting ja, jongens, het is altijd in de donus op deze mannen. Hij gaat veel te snel. Het is een ZX-10 waarschijnlijk. Richting Arena, zei je? Op Coca. Kom eens uit. Waar naartoe dan? Als de Zulu nu... jullie vliegen boven mij. Nee, negatief. Het was een... het was deze collega. Ja, daar ben ik het. Heb jij nog meer 1-1 luisteren voor koppelprioriteit? Door, man. Veiliging ziekenhuis. Ja, zijn vrij, man. Voorkeur. Oh. Ja, ik denk dat ze helaas ons galoes zijn. Ik zie wel hier een Evercat met een witte voorop. Ja, ik ook. Waar? Ik zit er ook bij. Ik weet niet of ze zijn. Oh, dat is desync. Waar hebben jullie locatie? Heel die stad heeft op. Karel, kan jij 722 mogen helpen? Hij is verkiezing aangegeven door collega. 722. Yes, stop. Helemaal goed. Verdorie, man, jongens. Ik denk dat ze kwijt zijn. Fuck, man. Ja, het is iets. MS-13, jongens, zijn vergaande. Zo zie je maar weer, je komt echt makkelijk. Nou, makkelijk. Je kan echt wel wegkomen. Nou, GG's, hoor. GG's. Nee, het zijn ze nu niet. Verdorie, man. GG. Hey, maar Dani, maar dit is echt altijd leuk gehost. Ja, ik had met die Supreme trui in de bank. Ik ga stuk, man, ja, Dani. Ik zou aan jou, Dani, voor de liefde. Was dat dan trouwens? Die jullie hadden aangereden, of niet? Nee. Okay. Nou, ik denk dat het s'avonds 4 moet gaan, jongens. Die gaan we nooit meer vinden. Ja. Ik zie ook weer een schoon melding, dus... Ja, zo wordt het. Zulu koppelt af. Ja, is helemaal goed. Nou, jongens, helaas binnenkaas. Dus volgende keer beter, boys. Helemaal goed. Alright, GG's. GG. Dus schotenmelding, jongens. Smashing varken! En Corpulent Shadex. Met een 3 met de 4. MS 13 is de baas. Bro, wat een naam heb jij om te doneren, broeder. Dankjewel voor de 3 met de 4. Maar even een dikke shout naar MS 13, bro. Hey, ook. Hoi, sexy achtervolging, dat wel, man. Ik wist dat jullie die riolering ingaan. Ik wist het gewoon. En dankjewel voor de achtervolging, man. Was wel hard, man. Dit was wel netjes. Goeie shit. Wapens op aan de plaats. Die was achter de grote bank. Richting Villa Wijken. Achter grote bank, Villa Wijken. Oké, dan. Achter grote bank, richting Villa Wijken. Om wat voor voertuig ging het ook weer? Een zandkleurige Cayenne GT. Zandkleurige Cayenne GT. Zandkleurige Cayenne R. Cayenne GT en een roodkleurige. Zand en rood. Zand en rood, jongens, op de laatste locatie. Zand en rood. Ja, dat was nice, man. Ja, GG naar MS-13, man. Ze hebben het gehaald. Ze zijn weggekomen.
Ja, met die sewers, hè. Oh, wat een kut, sorry, bro. Ja, het is gewoon best wel lastig. Om met een auto zo ze bij te houden. Maar ja, we hadden maar één off-road motor die erbij zat. Dus ja, dat is een beetje kut. Dus ja, de andere collega's, ik weet niet waar ze waren. Maar helaas, die konden er niet op tijd bij. Dus dat was... Het is gewoon helaas, jongens. Helaas, Wat werd daar weggezet? Rood... Ik pak mijn bodycam erbij. Wat was dat voor een rode auto? Kom, inladen. Smashing varken, Levi! Het werd ingewerkt. Het is gewoon helaas, jongens. Helaas, Oh, kut. Ik moet dat zien. Dankjewel, maar Levi. Het is gewoon helaas, jongens. Helaas. Ah, jammer. Het is een ram. GG's. Ik dacht even dat het een KM was of zo. Hé, hey, Levi, meneer, zeg, kan je nog een donut? Sorry, maar Levi, dat ik iets later was, man. 100%. Ik ga ze nu even oplezen, mannen. Shout out aan jou, maar Levi. Levi, wat wil je zeggen? Doe nu MBO 1 nog 2 Nederlandse examens en een paar opdrachten. Dan ben ik klaar. Dan beveiliging. Kan ik uw huis goat beveiligen of niet? Ik ga stuk, Levi. Ik stikte daar. Levi, dit wordt de euren, man. Goeie shit, man. Blijf zo bezig, man. Levi, lekker bezig, man. Lekker bezig, jongen. Smashing varken. Nice, man. Oh, woning in baasje. Is er nog steeds. Oh, what the fuck? Oh, hier, joh. We zijn een winkeltje. Ga even bij die winkel kijken. Oké, okay, rode Cayenne GT, jongens. En een zandkleurige. Dus als we die zien, dan gaan we ze even raten, jongens. Gaat lekker, man, Yassima. Hoe gaat het met de gymming staan, bro? Ben je al begonnen met gymmen dan? Of alleen op de chaps nog aan het letten? Nou, eigenlijk, Yassin, moet je eigenlijk gewoon snaaien wat je wil, man. Natuurlijk een beetje gewoon extra eten op kwark en misschien eiwit shake, oké? Maar broeder, je bent nog pas... je bent pas 15, bro. Alsjeblieft, ga nog wel gewoon even Mackie chappen en dat soort shit, man. Gewoon wel goed eten. Hey, wat is up, Lim? Welkom bij de stream. Weet je wat me wel opvalt, jongens? Je ziet, omdat we geen lag spikes en die buffer issue hebben, dat de stream steady gaat en dat we veel meer kijkers hebben. Het is gewoon zo jammer dat die... Ja, buffer issue oprecht de streams nekken, man. En dat is ook logisch, want ja, als je om de seconde heet en die stream moet refreshen, daar word je gewoon moe van. Dus shout naar iedereen dat jullie zijn, wat sap. Hey, Bomber Giant, winnen tegen een ene, man. Wat is je advies? By the way, ik kijk al 2 jaar je streams, ik ga stuk, man. Mavo nog steeds, jongens, Mavo. Smashing varken! Hey, CDX Changes, laten we de 3 zeggen, ik val op, mannen. Dat is gay, man. Maar dat is gewoon letter, toch? Het is gay. Ik ga er vandoor. Fijne avond. Yo. Je spreekt de politie, handen omhoog als er iemand is. Politie! Nee, helemaal niemand, joh. Penis. Nee, we hebben nooit. Straks was er een smashing varken hier, je weet toch? Smashing varken! Met een dingetje namelijk, hoe zeg je dat, een melding. Hey, Levi, maar ik moest van een vriend zeggen dat we eigen stad hadden. Bla bla bla, hopelijk net zo groot als jou, man. Levi, sorry kerel, ik promote niet zomaar dingetje. Maar ik gun iedereen een succesvolle stad, bro. Hey, Levi, goeie shit, man. Ja, heel veel succes, broeder. 525 man weer in de stad. Bizar, man, bizar. Jet toch. Hey Sylvie, thank voor de sub. Dankjewel. Nee, shout naar iedereen voor de abonnees, bro. Oprecht die subcounter. Mannen, wajo. We gaan oprecht echt fucking snel naar die 270.000 abonnees, hè. Oh. Dat is echt nice. Hoe begin je eigenlijk met push-ups als je het nog nooit hebt gedaan? Heb je nog tips? Zwiebertje, begin eerst met op je knieën zitten. Dat klinkt heel raar, want ja, nice. En ga dan push-ups gooien. En probeer dan wel af en toe met gewoon de normale push-up houding. En het is eigenlijk best wel simpel. Ik zou wel even op mijn bed doen. Ja, dat klinkt gay, maar waarom is... Ah, poeien. Kijk, dit is een goede houding. Je gaat gewoon zo zitten. En je handen compact bij elkaar. Dus niet helemaal breed. Kijk, heel veel mensen doen dit. Die gaan met hun armen zo. Ah, maar je moet gewoon... Je moet zeg maar je armen niet te wijd doen. En je moet niet zeg maar met je schouders en ellebogen zo naar buiten. Maar gewoon lekker compact pushen, man. Dan heb je het makkelijker. Let's go, man. En natuurlijk, je hebt allemaal verschillende vormen. Je kan ook de diamond push-up doen. Of één arm. Of wel juist heel wijd. Maar dat zijn jou. Ja, ik kan het niet anders doen dan op mijn bed, man. Zie je dit niet? Ja, toch. Ja, Lars, jongens. Shout naar al die sponsoren, hè. 457, bro. Dat is toch bizar veel, hoor. Echt ziek. Echt heel ziek. Dit vind ik wel kinky. Jij vindt alles kinky, bro. Wat vind je ervan dat je stad offline combat is? Offline combat is? Wat vind je ervan dat je stad offline combat is? Bro, heel eerlijk. Welke RP-stad is niet combat, bro? Leg maar uit. Gooi een stadnaam boven de... Nou, laten we zeggen 300 spelers die niet combat is.
Gooi gewoon één naam. Meer hoef je niet te weten. Je hoeft niet iemand zijn stad helemaal uit te leggen hoe en wat. Gooi gewoon een naam. Welke stad met 300 plus spelers is niet combat? Qua roleplay dan, hè? Qua roleplay. Ik ben benieuwd, man. Bij de push-up for chess, 100%, man. Hoe wijder je gaat, hoe meer chess je aanspreekt, man. TDA. TDA is ook net zo combat als onze stad. Geen één. Elke stad boven de 200 man is combat. Springbank. Woensel is geen combat. Woensel is toch letterlijk Woensel combat, toch? Amersfoort. TDA. Mensen zeggen TDA. Ja, kijk, jongens, shout-out naar TDA. Maar TDA is ook echt wel gewoon... Alle grote steden... Kijk, weet je hoe het is? Alle grote steden hebben veel spelers. En dat is de meerderheid wilt gewoon schieten. Dat is het zo. De meeste mensen die 5M opstarten, die doen dat om te schieten. Dat is gewoon zo. Dus ja, alle grote steden hebben gewoon de meeste shooters, zeg maar. Dus ja, TDA, een Maarseveen, een Future. Tuurlijk, we hebben... What's up, Rick? Tegen voor de 1 euro. Kijk, ik ga alleen maar over mijn stad praten. Ik wil wel liever dat mijn stad meer RP wordt, man. En daar bedoel ik meer mee van video's. Hè? Dat mensen echt RP-video's maken. Dat vind ik heel vet om te zien. Ik zelf ga daar ook zeker mee aan de slag. Maar we hebben het er wel eens over gehad. En ik hoorde het hier en daar wel vallen. En ik vond het eigenlijk best wel een logisch ding. Het komt door de streamers, man. Vooral. Want ik weet nog heel goed toen een TDA net de piek had gepakt met QC en zo. Dat waren allemaal van die gasten die ook gingen RP'en. Kijk, heel eerlijk, QC is echt een goede guy. Maar was hij heel goed in schieten? Mwah! Het was geen combat RP'er. Laten we eerlijk zijn. En iedereen was toen meer van de vette bankjes en juist de leuke scenario's. En het schieten boeide niet heel erg. En niemand was er echt mega op aan het oefenen. Maar omdat de streamers... Oh, nee, we zijn op zoek naar een donkerblauwe RSS. Laatst zien elektricien. Donkerblauwe RSS. Of sneekwapen. Alright. Maar omdat op streams op een gegeven moment mensen veel meer gingen schieten samen en wilden rippen, hè. Ik bedoel, alle kijkers willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk actie zien. En de streamers werden soort van geforceerd om juist de actie de hele tijd op te zoeken. En daardoor is er een beetje... De combat vibe is een beetje de shit geworden. Is de hype geworden, laten we het zo zeggen. Dus vandaar. Maar kijk, uiteindelijk, ik ben gewoon van mening, schieten en combat hoort er gewoon bij. Maar het zou daarnaast gewoon heel dik zijn als de RP. Kijk, ik mis bijvoorbeeld een ESB-achtige gang. Zoals, ja, GSF is eigenlijk zo'n gang die op van die parkeerterreinen lopen te dealen. Een beetje lopen te hangen. Ik heb nog heel erg zo'n Shireni guy in mijn hoofd, weet je wel. Die gewoon als een goon over de straat gaat. Dat zie je inderdaad niet veel... En dat zou wel dik zijn als er evenementen worden georganiseerd zonder een hele organisatie en een plan. Ga gewoon ergens klaarstaan met een paar bakkies en ga gewoon een beetje wiet smoken met z'n allen. Doe dat of zo, weet je. Dat is gewoon grappig. In ieder geval, dat zou ik wel doen, man. Dat zou fucking hard zijn. Beetje de Amerikaanse vibe in Nederland brengen. Dat zou dik zijn. Hey, Bomber Giant, wat denk je voor de fucking 249, bro? Hey, Rick noemt iemand en zegt, yo, dit is misschien leuk kleine spam bij Rick Jalisco te doen, aangezien die vandaag jarig is. Die man doet veel voor de stad. Daar heb je gelijk, jongens. Laten we allemaal even een gefeliciteerd spam gooien bij Rick, man. Is hij nog live? Ja, man, hij is nog live. Ah, jongens, kom allemaal even bij de stream even gefeliciteerd zeggen, kerel. Kerels. Let's go, man. Want hij is nog live, man. En hij is net uit de... hij is ook aangehouden, volgens mij, of niet? Ja. Hey, George. Oh, kut. Ik moet niet in zijn chat... Wacht, heb ik nou de link van hem gekopieerd? Gooi allemaal even een gefeliciteerd spam, boys. Gooi allemaal even een gefeliciteerd spam. Waarom kan ik dat niet wegdoen? Zo. Let's go, boys. Allemaal even deze stream gefeliciteerd zeggen, boys. Kom, kom. Gefeliciteerd. Zo, gefeliciteerd. Even een likeje ook, jongens. Gooi ook even een likeje. Let's go. Die pet van je bal. Nee, maar je hebt nu toch een hele weg. Ja, toch, als we kijk die chat, kijk die chat! Dankjewel allemaal, dankjewel. Geen banden schieten, alsjeblieft. Ah, nou, Gimma for real. Thanks, man, allemaal. Sta je dan, sta je dan. Wat was het mee, hè? Moet hij aangehouden. Ja, ik weet wat ik wil. Moet ik een achtbak? Ah, jongens, knal die likes even naar de 3 bar, man, makkelijk. Nee, we gaan in deze mooie auto. Ja, shout naar Rick, jongen, shout naar Rick. Goeie shit, man, goeie shit. Hey, ring nog niet even de euromaat. Oh, lekker, man. Sta je dan, zegt hij. Ik gestink, bro. Nice. Ja, hij is aangehouden, jongens. Hij is aangehouden. Voor een persoon in het ziekenhuis staat een pistool op een kameragent. Is dat een mobiel? Smashing fuck. Fuck, de gamer, maat. En een 305, ja, ben er weer bij, jongen. Wat saaap. Ja, dat komt door het in. What, dit? Is de assistentie er benodigd?
Er wordt iemand gehostes aan. Nou, om wie zou dat nou gaan, jongens? Ja, ik weet het voor zeker. Om wie zou dat nou gaan bij de ziekenhuis? Hey, de gamer, welkom bij de stream, kerel. Als je er weer bent, jongen. Gaat hij maar landen. Oh, wat een geluksboef is dat, hè. Heb je die bus meegenomen naar fucking Hogwarts ofzo? Hogwarts, ik ga hierheen. Heb je die bus meegenomen naar Hogwarts? Ik ga stuk. Allright, let's go man. Allright, we gaan heel even kijken bij het ziekenhuis jongens. Ja, we weten donders goed wie er nu zit. Verdomme. Wat een kutzooi. Wat een timing ook. Nu heb ik zelf eigen gemetagamed. Zonder dat ik het wilde doen. Oh, gekhuis. Ja, er wordt iemand gehandsupt daar man. Kaken. Gewoon een beetje shadow en rijden man. Fuck dat. Ik ga niet gelijk uitstappen en ratelen. Nou, het ziet er behoorlijk rustig uit hier. Ah, die Mustang is wel dik trouwens. Nou, ik denk dat de hele ketel al vertrokken is, jongens. Ja, die zijn al weg. Nou. Helaas pindakaas, jongens. Helaas. Verdorie. Mm-mm, hij is al weg. Ja, jongen. Ja, jongens. Niet met dat game, boys. Ja, ik deed net ook indirect. Maar ja, ja, helemaal kut dit, jongen. Ja, ze zijn al weg. Het is iets. Ja, man. Met de game is ook game. Dat is zeker waar, jongens. Zeker. Moet zaken, man. Oh, de G65. Blijft een dikke bak, man. Het is alleen jammer dat ding gewoon best wel wack rijdt nog, man. Hier moeten we echt even een metabak. Eigenlijk moet die G65 gewoon net zo rijden als deze. G-Wagon 800 of zo. Het zou gewoon dik zijn als het een beetje een metabak wordt. Maar alle auto's gaan ook weer anders rijden, jongens. Ook daarom ben ik heel hyped ervoor, man. Dat alle auto's weer een soort van anders aan gaan voelen. Dat het allemaal weer een soort nieuwig wordt. Dat is wel dik, man. Daar heb ik echt zin in. Ik moet wel zeiken, jongens. Oh, jongens, laat me heel veel pissen, man. Anders kan ik niet concentreren. Geef me een seconde. Right, ben benieuwd. Let's go! Yo, I'm back, jongens. Let's go, man. We zijn er weer. Alright. Ja, soms moet je zeiken. Ik moest eigenlijk voor de stream al... Oh, mijn hand is nog nat van anders. Hoe zei dat? Ik moest eigenlijk nog pissen voor de stream. Maar ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon, jongens. Let's go, man. Brabus pakketje. Ja, dikke bakkie, hè, jongens. Zo'n G800, hè. Ik heb het nog niet... Smashing varken! Hey, Rick met de euro zegt Marcel op naar jou, maat. Doe je vriendin de groeten. Dat klinkt heel raar, Rick, maar is goed. Ik pak je aan als je het probeert. Hé, hey, maar Rick, thanks voor de euro, man. Thanks voor de euro. Oh, dit. Man, doet gek. Ik ga stuk, man. Gyro, spreekt goed uit, maatje. Ja, broeder, als je moet slapen, dan moet je wel slapen, kerel. Potje Brawl Stars, ik ga stuk. Ja, Brawl Stars heb ik nooit gespeeld, man. Ik voel die hier maar niet. Handig was hij. Ja, voor het eerst wel, jongens. Voor het eerst wel. Het was wel een snelle, dus het is niet een hele goed gewassen vibe. Maar boeien, het is wat het is, man. Wanneer komt de carpack? Is dit nou een maand of nog een half jaar? Ja, kijk. Degene die eraan sleutelt is een guy die het snel wilt hebben. Maar het is ook een guy met perfectie. Dit, hè? Time is gewoon een gast die dat gewoon goed wil maken en noem het maar op. Daarmee wil ik ook even in detail even zeggen wat er allemaal is gebeurd. Het is niet alleen de nieuwe carpack die gemaakt wordt. De huidige carpack, deze auto, alle auto's die ik heb, die zijn ook allemaal aangepast. Dus vandaar dat er zat gewoon ook veel werk in. Want ja, alle auto's die wij nu al kennen moesten ook veranderd worden. En dat was ook wel een flinke klus. Dat is al af. Kut, sorry. Ik ga deze auto even moeten omtunen trouwens. Anders, dus dat is al af. En nu worden de nieuwe auto's goed gefine-tuned. De handlingen even goed aangepast. En ja, er is al heel veel af. Laten we het zo zeggen. En dat houdt dus ook in dat er nu een soort van eindpunt in zicht komt. Laten we het zo noemen. Maar de perfecte datum. I don't know. Time is ook een guy. Ja, I don't know wanneer, man. I don't know wanneer. Het is alleen maar goed dat het langer duurt. Je weet het is, het heeft te lang geduurd omdat, ja, ja, hier en daar ging het gewoon niet soepel. Er waren hier en daar issues, er waren hier en daar ook, ja, mensen die, ja, helaas niet 24/7 aan konden sleutelen. En vandaar, we hebben nu iemand erop gezet die dat wel flink mee bezig kan zijn. En, ja, het ook doet, man. Nieuwe auto's toevoegt. Ja, Tim is gewoon een guy die heel veel extra ook doet, man. Dus hij, bijvoorbeeld als voorbeeldje, hij heeft uit zichzelf ook gezegd van, yo, weet je wat? Deel 1 aan de opkoop.
Hij zei ook van, laten we ook gewoon even off-roaders goed off-road rijden en on-roaders ook shit off-road, snap je? Dus stel, ik rijd met een R6 dit, kijk, dit kan ik. Ik kan op dit grasveld gewoon goed rijden, zie je dat? Kijk, bob, 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 bob. Je ziet geen gezeik. Ik kan ook gewoon remmen direct hierop. En met de nieuwe update kan dat niet meer. Kunnen de on-roaders niet echt meer goed off-road rijden. Waardoor je veel meer realistische achtervolgingen krijgt. Je ziet hier en daar, yeah, we hebben dat gisteren nog gezien, hè. Zag je een RS6 of een M5 was dat crashen op een off-road plek. En rijdt daarna gewoon klakloos verder. Ja, als hij nu per ongeluk crasht off-road. Dan kan het waarschijnlijk zijn dat hij of heel ver glijdt en crasht uiteindelijk. Waardoor je veel meer realistische achtervolgingen krijgt. En dat niet iedereen zomaar er van tussen rijdt off-road met een on-road, snap je? Het zal niet zo erg zijn dat je, als je één blaadje aanraakt, dat je helemaal spint. Maar je voelt nu echt, als je met een on-roader off-road rijdt, dat dat dus niet goed kan, zeg maar. Dus dat is nice. Ja, man, jongens, kunnen we... Het zou fucking fris zijn om die 1000 likes aan te tikken, jongens. Vergeet niet te liken, boys. We zitten oprecht er echt bijna op, ouwe. Dat is nice. En de off-roaders daarentegen, die moesten ook verbeterd worden, man. Er zijn gewoon heel veel off-roaders die gewoon shit rijden. Ook off-road. En ja, dat kan eigenlijk niet. Dus de off-roaders gaan ook meer waard zijn. Wat krijg je nu heel erg? Dat meer nagedacht wordt om welke voertuigen er gebruikt worden. Meer diversiteit, meer... Ja, gewoon meer chillings en zo. Dat wordt gewoon wat leuker. Ja, die zijn ook wel leuk. Dus dat. En heel... Oh, mijn ramen tieven eruit. Verdomme. Just a motto. Champagne bottles. Van de motto. Die fucking rijdt eruit. Even kijken, dikke velgen. We doen deze lelijkerts. Let's go. Meneer, ik ga heb. Hey, viva melding. Ik crash hem heel even hier tegenaan en dan repair ik hem weer. Want die ramen heb ik gewoon gerepaired net. De ballen. Viva melding. Jezus. Oké, let's go. Gaas, jongens. Hoppa. Pik mijn pijp. What the fuck? Dat is lijp, man. Die uitspraak is wel fris. Oprecht. Pik mijn pijp. Dat ratelt, jongens. Oh, die RS6 rijdt zo overpowered, hè. Wat een bak is dit, jongen. Maar eerlijk, ik vind de normale RS6 een beetje een saai geluid hebben, zo. Kijk, hij klinkt een beetje als een soort stofzuiger. Ik weet niet, het zou wat dikker zijn als er wat meer kabaal onder zit, maar goed. Misschien moeten we het wel zo laten dat de ABT dan juist de kabaalversie wordt van deze. Dit is de ladder. Oh! Ja, je moet even die brightness wat lager zetten. Ik zie het bij die RS6 een beetje heftig. En bij die Cayenne was die wel heel weinig. Dus vandaar dat ik hem wat hoger had gezet. TDA RS6 is beter. Ja, die heeft een ander geluid inderdaad. What the frick? Hey, what the fuck? Band is sowieso raak. Band is sowieso raak van hem. Het staat 7, collega's. Oh. Collega's, er is net op meerdere noten opgeschoten. En een X7 rijdt er vandoor. Ja, helemaal goed. Ja, kom opnieuw 1. X7 heeft vuurwapen. Heeft de collega doodgeschoten. Ik heb er geen off-roader. Dit is kut. Dit is heel kut. Hij gaat off-road zo. Karel, zit jij nog achter de X7? Positief, zou jij mij kunnen slepen? Ja. Ik moet swappen, zo. Hij gaat op rood. Als hij gesleept wordt? Nee, ik kan jou niet slepen. Hij gaat op rood bij, hoe heet die theater ook weer? Vinewood Bos, ik kan daar helaas niet achter. Hij kan mij niet slepen. Hij heeft die rechten niet. Oh, jezus. SRT. Negatief. Karel zit er niet meer achter. Ik moet helaas slapen. Ja, positief. X7 zwart gekleurd. Collega is overleden. Nick, hebben we de 3 maatje. Er zit volgens mij 1 in zittende. Ik heb ook geen idee waarom ze schoten eigenlijk, maar dat zal wel. Nick, dankjewel voor de 3 maatje. Ik ga zitten oplezen. Ik ga uitkijken naar een blauwe X7 met blauw. Roze velgen. Met een grijze verstand. Roze dollarvelgen. Hij is fijn met bollen, dat ben ik in ieder geval of niet. Positief. Hij kan overal zitten. Neem maar de 3 en ga er weer van tussen. Even nog anderhalf uur gym. Succes met het teammaatje. Nick, succes met de gymbo. Dat je nog gaat gymmen nu, joh. Lijp beest, man. Hey, Nick, shout-out jou voor de liefde, kerel.
kloten, man. Weer een keer een RS6 gaat hij off-road. Een X7 ook. Wat een wagen om te kiezen. Waar zou hij heen rijden, jongens? Waar zou hij heen rijden? Shit, man. Hey, 820 lijstjes was insane, man. Insane. Dus daar komen we sowieso random tegen ergens. Verdorie. Nou, dat zou die X7 van gisteren ook weer kunnen zijn, hè, jongens. Die ook zat te raten in dat riool. Of in de metrotunnel. Niks meer in zicht, of? Nee, ik ben nog een beetje aan het rondkijken, maar ik zie hem helaas niet meer rijden. Zwarte X7 ging het, hoor. Ik zie hem met een dollarvel, hoorde ik net ook in de algemene poort, hoor. Ja, er is wel een collega overleden bij die winkel van TDA, bij die ANWB. Positief, ja, hij is geheadshot. Is er nog een vuurwapen ook neer, of wat hoorde ik? Negatief. Nee, we stonden bij een winkeloverval en ik ken toevallig de persoon, of ja, eerder een gijzeling, ze konden hem niet starten. Oh. En ik kende die persoon, ik heb hem net even gebeld, naar die persoon die beschoot, die hoort niet bij hun. Maar hij stapte gewoon uit en hij knalt gewoon een collega headshot en hij rijdt verder. Heel apart. What the fuck? Kunstig. What the fuck? Noodknal? Ga je die andere kopieel? Ja, klopt. Ja, ik heb geen idee. Hij is weg. De mensen van de winkel zijn daardoor ook weg. Gevlucht. Kom zo, AMB wapens. Ja, oké. Ja, dat is wel kut. Er zijn ook wapens bij de AMB, zo te horen. Ja, ik zie het. Ja, meerdere wapens? Ben je er al te plaats? Nee. De melding. Ik ben 700 meter uit daarvan. Weet je toevallig wat rijdt hier rechts? Volgens mij was het een X7. Een beetje bij Jalisco-terrein. Ja, ik zag hem naar rechts gaan. Ik weet niet zeker of het X7 is. Ja, die is ook helemaal weer pleiten, denk ik. Is dat ding een metalwagen geworden of zo? Ja, die zie ik niet meer rijden. Sorry. Jalisco. Alright. Even naar AMB kijken, jongens. Nog een melding. Het was een Chrome RS6. Chrome RS6 met twee mensen in de ANWB. Die zouden met grijze kleren ook. Jezus. Hey, dankjewel man. Die zouden een URP wijzen. Hey, MS-Z23 met de fiets. Yo, maatje, was leuk. Maar toch een makkelijke achtervolging bij het bankje van net. Fijne avond, FNSC met die DC-dienst, man. Hey, shout aan jullie, man. Ja, dat was een gekke achtervolging, inderdaad, man. Dat was een gekke achtervolging. Hey, shout aan MS-13, man. Goeie shit, man. Tenminste, we de 3 met de fiets. Ja, ik ben met jou kapot. Wie was dit? Oh, Dino. Ik zit wel op een zwaar lichte motor, man. Op een lichte? Ja. Moet ik dat omschalen naar een lichte? Ja, dat is alleen even voor... Ik heb het gevoel als ik weer omschakel. Dit gebeurt. Ik blijf gewoon in de eerste tegenrijden, jongens. Zwaar motor. RS6 Chrome. Was dat op locatie misschien? Deze melding is... staat 4, of zit hij nog ergens achter? Ja, negatief. Ja, dan is staat 4. Dan is hij weer terug. Yo. Karel, ben jij zelf terug, of? Ik, ja, ik slim mezelf. Ah, top. Hey, oh, kut. Verkeerde knop. DSC. Right, jongens, let's go, man. Hey, jammer, man. Ik wilde even één catchen, man. Chrome RS6, man. Wat vind je van Wave Test Server? Ik heb al eens een keer mijn mening erover gegeven, bro. Dus ja, dan moet je dat even terugkijken. Om de hele tijd de mening overal. Kijk, ik geef niet graag mijn mening. Kijk, weet je wat het is, jongens? Tegenwoordig heb ik het gevoel dat iedereen zijn mening altijd geeft. Over iedereen en wat dan ook. En ik hou daar gewoon niet zo van, man. Wat boeit het wat ik vind over iemand of iemand zijn stad of iets? I don't know, Bonnie praat. Maar mij maakt daar niet zoveel uit, man. Kijk, iedereen moet lekker zijn ding doen. Ik heb het al super vaak uitgelegd. Dit en dit is de reden hoe en wat. Hoe ik er naar kijk. Maar ik respecteer iedereen zijn grind en hossel en noem het maar op. Alleen ja, ik weet niet, man. Ik heb niet echt meningen over mensen of zo. En als ik ze heb, dan, ja, dan hoeft niet iedereen die per se te weten of zo. Ja. Even kijken, die gaat wel van alles rond rijden. M3'tje, geel. Just the motto. Wat vind je van een future remake? Ik vind het een compliment voor onze stad, maar kijk, ik hou er gewoon niet van als onze scripts genakt worden. En dat gebeurt wel. En in die situaties vind ik het
vind ik het jammer. Want het zijn mensen die bloed, zweet en tranen in de stad gooien. Dan wordt het zomaar genakt en gemaakt om geld op te verdienen. Snap je? Dat vind ik niet chill. Maar ja, ja. Laat wel zien dat onze stad iets van iets goeds heeft, toch? Dat is wel weer zo. Just a motto. Ik wacht op een schietmelding. Ja, er wordt wel hier en daar wat geknald, man. Dus dat is wel hard. Ja, er zijn wel mensen bezig. Dus dat is wel leuk. Ja, man. Heb je het via hier van een JP gezien? JP? Moet je heel even helpen wie dat is. Ja, dat klinkt heel dom. Een JP-afkorting. JP, JP. Oh, volgens mij is er een Marje naar beneden gegaan. What the fuck? What the fuck? Oh. Chrome RS6. Ben nog steeds een beetje aan het kijken, jongens. Zo, hier ligt een Miel op de zijkant. Oké, man. JP Crips. Ah, nee, die heb ik nog niet gezien, man. Waarom is die game zo grijs? Ja, ik weet niet wel. Ik vind de game gewoon realistisch gewoon mooi eruit zien, man. Anders heb je de hele tijd zo'n overcolored dingetje, man. Is JP Merville? Heeft hij zijn naam veranderd? Ja? JP, heet hij JP, ja? Oh, oké. Is dat veranderd laatst? Oh. Geen bericht. Er wordt geschoten bij grote bank. Witte X7, kom op video 10. Man is lek bij TFT. Is hij maar gehoord? Zou iemand mee kunnen slepen die kant op? Stapt over naar een rode SUV. Oh jezus. Ik ben helaas volgecrashed. Ik kan helaas niet aankoppelen. Verdomme. Oh my god, sorry Taikam. Oh jezus Christus. Oh, excuseer mij kerel. Wat een heftig ongeval. Gaat het kerel? Excuseer me. Jezus Christus, wat een ram. Zo. Oi, 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 oi. Gaat het met u, kerel? Oh. Zo, hé. Wat een ongeval. Blij dat je nog aanspreekbaar bent. Ik heb hier sowieso een repair kitje voor jouw voertuig. Hoe gaat het met jou? Oh, dankjewel, meneer. Ja, ik heb een beetje last van mijn nek, maar... Dat is van je een nek. Beetje duizelig. Dat is geen goed teken, kerel. Nee, dat heb ik door. Ben je in staat nog om zelf iets te doen, anders ga ik een ambu op te roepen. Nou, ik ga wel even weer zitten. Ja, lukt dat nog? Dat was geen niks. Oh. Ja, excuseer me, kerel. Ik moest snel naar een melding toe en dan knal ik vol tegen jou op. Oh, maakt niet uit hoor. Ga maar naar de melding. Is goed, jongen, kerel. Hier ligt die respectje voor jou. Veilig houden. Hey, is goed, jongen. Dankjewel, hè. Hoi. Yo. Wat een legend. Oh, oké, dit is roleplay. Ja. Kon ook doorrijden, joh, de ballen. Ja, kut zo. Hij is overgestapt in... Ik weet niet meer wat. Hij is overgestapt. Een man reed wel weer spook. Of reed ik spook? Eigen schuld. Deed ik dat? Ik weet het niet. Ik heb niet eens goed gedaan. Hé, vrouw, ik denk maar de sub. Is die schotenmelding koppel nog gaande? Ja, maar is in periode 10 rode SUV. Ik heb een sleepkarel zitten nog steeds achter de SAT Lombank nu, richting Lombank. Kut. Appartement Lombank. Hoort? Gaat er een rode SAT, is één set opgezet. Drie man erin. Rode SAT. Zo, remt af. Richting A1 negatief, richting Pier. Pier. Beetje kalm rijden jongens, Pier. Geen extra andere kopje. Staat stil, voorkant Pier, gaat linksaf richting Filmstudio's. Weer rechtsaf richting voorkant politie AB. Politie AB. Wat is de locatie? Gaat linksaf A4 op richting ziekenhuis. Nee, niet cashen. Maar rooi RCT met vuurwapen. Prima. Hij heeft AK, dat je weet. AK? AK. Ja, okay. Hij heeft ons beschoten. Ja, maakt niet uit. Zit er A4, gaat er A7 op. A7? A7? A7, kijken gaat er... Zo, heel veel schakelen. Of dat nou hier of hier? Geen vuilnisman. Wie? Mozoel heeft geen zicht. Hij neemt de afslag bij vuilnisman. Wel deze afslag. Laat linksaf voorzijde vuilnisman. Ja, wij hebben weer een zicht. Voorzijde tankstation gaan linksaf richting UWV. Zat... voorkant UWV. Gaan naar linksaf parkeerplaats UWV op. Dit loopt volgens mij dood. Klopt, loopt ja, dood. Dit loopt dood. Blokkeer allemaal op. Nee, ingang af. Wordt uitvoerder. Oké. Uitvoertuig.
Dat weer linksaf. Oh, gaat de volgende parkeer op? Nu kan je hem insluiten. Er zijn twee ingangen. Nee, er zijn drie ingangen. Hier is het. Je ziet, je hebt toestemming om band te schieten. Schiet uit, voertuig. Momenteel op UFV richting voorzijde. Voorzijde van de garage. We hebben toestemming om band te schieten, man. Hier rijden. Richting Blokkenpark Bank nu. Rechtsaf weer voorkant UFV. Dit is welk voertuig ben jij? Ik ben een soort Bordeaux-rode RCT. We gaan weer richting Oud-Politie-AB. Hey, dat is die! Ja, voorkant Oud-Politie-AB nu. Kijk, dat was die zag ik rijden toen. Dat was wel die flits die ik zag rijden, man. Toen met die Amarok achter mij. Ik zweer het, ik zag die combo. Oh, dat heb ik dat wel goed gezien, man. Ik wist het. Negatief. Rechtsaf richting Luxury. Ja, man, die... Linksaf A4 op richting Ketteltunnel. Nou, een zalm die mee rijdt, jongens. Twee keer uit het voertuig. Wie zou dat nou zijn? Door Ketteltunnel. Ja, door Ketteltunnel heen. Kan iemand vertellen als hij eventueel omdraait? Ja, positief. Ik denk dat dat Rick is. Doorrijden richting A1. Oh, jezus. Ja, Ketteltunnel uit. Zien we rijden. Even kijken of wat klaar staat bij A1. We zien tot nu toe niks. Nee, nog steeds niks. Gaat de afslag richting begraafplaats. Wat gekte. Die X7 rijdt goed, man. Kijk hem rijden, man. Sinds wanneer is dat ding zo lijp? Kijk hem. Huh? Ik ga deel. DC toestemming om die band te schieten. Jo. Wordt geschoten. Ja, uit de voorkant begraafplaats richting rechtsaf richting Lombank. Je moet gaan schieten. Die X7 is ook Lombank garage. Rechtsaf richting Lombank appartement. Ik rijd door hier. Gaan we weer rechtsaf waarschijnlijk naar de. Nee, gaan we naar begraafplaats weer. Ik moet een setup gooien, jongens, op hem. Voorkant begraafplaats richting Borendlaan. Borendlaan, kut. Ja, Borendlaan op. Dan zoek ik even voor een setup. Jo. Ga echt op de kontjes zitten. Nog steeds op Borendlaan. Nou ja, setup, fuck dat, man. Ja, ik kan het, ja, niet zo makkelijk doen. Tot nu toe niks gezien op de bergen of tankshops, dat helemaal niks. Ik rijd gewoon mee. Ik denk dat hij echt een crashje, man. Af richting villa. Oh nee, dat wordt wat. Toen kan wel los uit stadion. Het is echt niet meer deze. Ik ben helaas de enige. Ga je misschien die dat melden maken? Ja, dat is nogal moeilijk op de motor. Oh, ik heb een beetje. Wat moet je hebben? Ja, meer deze. Ja, ik zou wel kunnen omschakelen. Ik weet niet of ik die call mag maken, dat is het ding. Ja, in-game alleen. Door richting open huis te spieken. Een gek huis, man. Dikke achtervolging. Open huis langs. We gaan richting theater, is dit, als het goed is. Ja, rijden boven het meertje langs. Nu bovenzijde filoe. Kijk dan, het is wel dik, man. Gaan we weer naar beneden, zuidelijke richting. Komen ze zo meteen uit bij je achterkant. Hier gaat een setup klaar zijn, let maar op. Ergens hier. Die X7 is namelijk afgekoppeld en de SRT ook. Gaat ergens staan. Ook nog niks qua voertuigen die klaar staan. De keten is wel afgekoppeld, dus mogelijk dat iets gaat komen zo. Nee. We zijn net allemaal hier bij DTMC terrein. Let op dit, jongens. Bij je Longbank ofzo, of weet je dat? Eclipse. Ik dus gaat iedereen op dat kruis met maaien, let op dit. Even afstand nemen voor zekerheid. Rechtsaf het kiezen. Ja, waarschijnlijk hier. Ik ga even kijken. Let op. Tot nu toe nog steeds niks. Ik heb er veel voor over. Er staat wel een voertuig bij de villa. Oh, hij schiet ook gewoon. Niet stilstaan, Amarok. Hij kan uit de auto schoten. Hij kan uit voertuig schieten. Ja, dat is leuk. Deze T had ook. Rijden omhoog, staat nog steeds niks tot nu toe. Ik ga die SRT even aflaten. Yo, thanks Merville! Het kruispunt hier ook niet, helemaal niks. Onthouden, er zitten 3 vuurwapens in, 1 automatisch. 3 vuurwapens daar, poeh! Merville, dankjewel voor de 3, jongen. Waarschijnlijk dezelfde goed doen als net. Insane. Thanks Merville. Richting Albuis weer. Ik lees hem zo meteen op, kerel. Merville! Meer nu. Merveel! Gaat een setup komen waar je u tegen zegt. Er wordt gerateld en geschoten.
loodvliegt om onze oren. Zit en dat wel op een kwart kruispunt. Zit, gaat hij weer rechtsaf, zuidelijke richting. Komt weer uit de achterkant, grote bank. Ah, daar gaat dus grote bank aan, jongens. 100% dat er iets gaat komen. Ja, ik ben wel de. Nou, er zit ook nog een ander op. Ja, hier staan die voertuigen weer klaar. Hier staan ze klaar. Hier. Nou, gebeurt niks. Ja, ah, ik ben de schot. Stap uit. Gaan we op Lefferket. Eentje. Ja, eentje is overgestapt in F-pakket. Probeer wel bandlek te schieten. Mogelijk een Gladiator zijn bandlek, die heeft geschoten net. F-pakket eruit, grote bank. Achterzijde. Ja, wil je de F-pakket of ST? ST is twee man, pak die ST. Waar is de ST? ST reed nu langs Feyenoord Wall, dat theater ding. Zulu, geef mijn kop. Waar is die Gladiator daar? Gaan we richting... Gaan we stil op Feyenoord kruispunt schieten eruit. Zullen we die laten gaan? Hij heeft gelukt, jongen. Die als het bandlek was, had ik hem gepakt. We focussen toch hierop, jongens. We hebben wel gedaan. Daarom zat in SRT, donkerrood ST zat hij. Ja, klopt. Ik had net iemand geschoten. Locatie. Richting ziekenhuis nu. Ziekenhuis. Kijk wat hij daar gaat doen. Kruispunt A2. Gaat daar richting bovenkant ziekenhuis. Bovenkant ziekenhuis. Oeh, jezus. Bovenkant ziekenhuis. Freskapsel, ja toch, Kansie. Oei. Ik doe geen zicht. Dankjewel, Kansie. Rechtsaf. Rechtsaf, richting uitval. Uitval. Oud-uitval. Onderkant uit uitval, moet toch geen zicht. Ja. Onderkant uitval, ik ga even hier. Weer rechtsaf, richting AWB. Achterkant, door de garage, richting AWB. Richting AWB. Langs AWB tunnel, noord... Ah, AWB tunnel negatief, niet in. Noordelijke richting. Hier redt de BMW weer van net, X7. Ja, ik heb BMW aangekoppeld. Langs taxi, richting Basic Fit. Daar rechts. Ik ben al zo naar die Gladiator weer, jongens. Zuidelijke richting de bovenkant ziekenhuis. Ik neem wel leiding aan. Bovenkant ziekenhuis richting Blokkenpark, moment er geen zicht. Rechtdoor richting car dealer. Ja, weer gezien. Car dealer. Richting Maria's winkel nu. Oeh! Aan daar Carswap. Richting CBR, negatief langs CBR weer richting Blokkenpark. Ja, nu nog niet, jongens, nu nog niet. Komt er geen zicht aan. Weer kruispunt Blokkenpark richting A2. Deze hebben ook vuurwapens. Is het goed? Ja, twee. Oh, die X7. Als je links af tunnel. Ja, maar ik heb toch geen zicht. Hij gaat vliegen door. Uit vol weer, denk ik. Negatief gaat rechtdoor. Gaat de A4 op. A4 weer op, we hebben zicht. A4 in kettletunnel. Uitweg naar een rode kant is mogelijk. Daar gaat tunnels in. Hij is de tunnels in gegaan. Is gehoord? Ik ga bij UWV staan. Kijken naar een beige Jeep Gladiator. Een wit X7. Hey, collega heeft ook gevecht. Oh. Ja, volgens mij bandlek. Oh. Laat me door, Amaroes. Heb ik een band of niet? Nee. Heb je hem nog in zin? Oh, ja, bandlek. Eentje stapt over in Afrika. En de ST bleef door. Ik mijn bandlek. Ik denk niet dat hij bandlek heeft. Eentje is wel overgestapt in Afrika. Andere bleef de ST doorrijden. Is er bij u? Ik zie hem staan. Zijn er extra eenheden misschien? Er hoogte van waar is meerdere vuur. Ja, in de tunnel zonder 32-0, nee. Ze zijn nu overstapt in die X7 ook. Die SRT sta je nu in de tunnels. Ja, pak maar iedereen buiten een uitgang. Is hij opgepikt door die wit-zwarte X7? Ja, positief. Die is ja. Volgens mij bij Oud-HB, bij die, hoe ga je dat uitleggen, bij Impound erin gaan. Misschien dat ze daar ook via weer uitgaan. Even iedereen de uitgang pakken. Metrotunnels, bij Lombank, bij Juwelier, UWV. UWV is ook nog een uitgang, Oud-HB en Middelbar. Oh, en Friket bij Oud-HB, bij de tunnels. Hij schiet op ons, hij gaat er weer in. Yes, omdraaien, wegwezen. Hij gaat er weer in. Wegwezen. Ja. Bij, wegwezen, instappen, wegwezen, tempo. Blokkenpark HB gaat hij erin. Iedereen uitgang houden. Nu is nog maar twee uitgangen toch? Onze RCT die staat bij UWV. Ik weet niet of die wat heeft gedaan. Ik zit daar binnen, ik had hem net onderschot inderdaad. Wat is dit? Is dat mijn auto repairen jongens of niet? Ah boeien. Straks komen ze ofzo. Iedereen gewoon de uitgang houden. Waar blijf je in de dus kerel, instappen, wegwezen, kom, tempo. Het valt van de rode RCT of niet? Wegwezen, kom. Tempo. Nee. Sorry meneer. Hey tempo, kom luister dan, we gaan dan ook weg. Kom, rennen. Karel, dat ze kloten bij van een kever. Op kopé, kom luister meneer.
10-8-7. De Supra, hebben wij toestemming voor een pit als het onder de toegestaande snelheid is, op een veilige manier? Gewoon voor een dag, ik weet niet of die echt van plan was om iets te kloten. Ja, is goed gekeurd. Heeft iemand ze nog geen zegt? Zijn collega zegt dat ze kloten met de kever. Hebben ze nog die auto repair rond? Ik denk het niet, gewoon bij een uitgang. Hey, maar we hebben er drie niet voorlezen! Ik sta bij golfbaan Daro. Ik sta bij Lombink. Maverick, ik ga even kijken die video, man. Goeie shit, man. Hey, Tim, maar de drie, ik ga het even kijken, probleem. Dankjewel, kerel. Dankjewel. Dankjewel. Oké, goed. Nou, ik denk niet dat ze hiermee uitkomen, jongens. Hier is een kever. Ja. Ik neem aan status 4. Ja, ik denk het wel. Nog heel verwachten. Kutje, maar ik denk dat ze er inderdaad al uit zijn. Ja, bij UV is ook niks naar boven gereden of iets. Jammer, man. Oké. Ja, GG's hoor. Fuck, ze zijn nog ontkomen ook. Shit, man. Shit. Nou, GG's hoor. GG's. Ja, dat hebben ze snel gedaan. Even die ST omkleuren, jongens. Nou, als ik zo'n voertuig hier zie rijden, zou wel lijp zijn nog. Maar die X7 was hier ingereden. Ja, dat is hier dan. Genomen. Yo, Miff met de fucking 5, man. Hey, na anderhalf jaar gestopt met de mainstad om Future te spelen, misschien wel beste keuze gemaakt. Na anderhalf jaar gestopt met mijn mainstad om Future te spelen. Oh, zo bedoel je. Dus je bent gestopt bij een andere stad om een Future te spelen. Bro, maatje, iedereen is welkom, kerel. Als jij hiervan geniet, dan vind ik dat alleen maar goed om te horen, broeder. Maat, speel gewoon de stad waar jij... Uiteindelijk, jongens, 5M is super breed en je hebt van allerlei soorten steden. Speel gewoon iets waar jij plezier uit haalt, bro. Mij maakt het echt niet uit welke stad het beste is, bro. Als de mensen die op een stad spelen gewoon maar naar zich zin hebben, bro. Uiteindelijk zie ik het gewoon als een game. Het is een game die je speelt. Je gaat niet een game spelen die je niet leuk vindt, toch? Dus ja, goeie shit, man, Miff. Denk maar de 5, kerel. Heel veel speelplezier, bro. Lijp. Ja, dat is echt belangrijk, boys. Echt belangrijk. Oh, die hoe zeg je dat? Die strijd onderling wie de beste stad is. Poei, oh, kan mij dat verrekken, joh. Speel gewoon de stad die jij leuk vindt. That's it. Dat is het belangrijkste. Let's go. Mijn naam, man. Ja, kut dat we ze niet hebben. We moeten heel veel naar het ziekenhuis snel, man. We pakken een RS6. Ja, het ding is, ik heb het gevoel dat de meeste mensen vanavond in de off-roaders rijden, man. Dus, ik blijf nog heel even in die SRT beuken, man. Het is wel een chille auto. Dit ding is namelijk best wel snel op topspeed. En hij rijdt gewoon echt goed off-road. Dus dit is eigenlijk... De SRT is de beste auto die je nu kan pakken, man. Maar ja, het is gewoon jammer dat er niet meer van dit soort auto's zijn, hè. Dat er een Camacho ook chill is om te pakken. Of een G65 of een verzinnen een off-roader die een beetje onderlow is. En Range Rovers. De Range Rovers zijn ook echt wel heel underrated. Die, ja, die gewoon jammer helaas niet zo heel veel gepakt worden. Via BTK naar de stream gewoon verbeterpunten voor de stad. En dan... Ja, is goed man, Dario. Laten we laatst, is goed. Dan gaan we straks even de video live kijken van Merville, is goed. Ja, man. Ja, want kijk, bro, ik ben altijd in voor verbeterpunten. Maar kijk, ik heb hier en daar iets gelezen ook. Kijk, tegen cheaters vind ik het lastig. Kijk, cheaters verneuken de stad. Oké, eens. Maar jullie moeten ook, kijk, daar wil ik even eerlijk in zijn, ons perspectief begrijpen. Stel je voor, iemand wordt verdacht van cheats. Hij wordt verdacht. Deze man speelt raar. Het ziet eruit als dat hij cheat. Laten we het zo zeggen. In het echt ga jij... stel iemand is verdacht van een ongeval of een dodelijk iets. Of is gewoon een verdachte in een zaak. Het lijkt erop dat hij het is, maar zonder bewijs kan je niks. En zo werkt dat ook met cheats, man. Als wij niet daadwerkelijk bewijs hebben dat iemand cheat, kunnen wij diegene ook niet straffen. En dat is op dit moment het nadeel. Want heel veel cheaters komen daardoor mee weg. Dan zie je bijvoorbeeld niet dat ze cheaten of iets. Die RCT is niet de verdachte 100%. Die reed daar ook bij je UWV. En dat is het ding. PC-checks voeren we echt dagelijks uit, bro. En
Tuurlijk worden hier daar, bro, laatst helaas iemand geband van Jalisco, man. Met cheats. Ja, dat is fucked up, maar ja, dat... Ja. Het gebeurt wel. Dat, daar wil ik mee zeggen. En het ding is... Omdat wij zo'n grootschalige stad hebben, want dat is gewoon een feit. We hebben gewoon veel spelers. Nu spelen er ook 400 man op een doordeweekse dag om 10:50. En daarom is het zeg maar heel moeilijk om iedereen te pakken. En het ding is, ja, er zijn helaas gewoon veel cheaters, man. En dat is kut. En die verpesten het. Maar wij als Future zijn er, kunnen niet toveren. En dat is een beetje het ding. We kunnen niet iedereen zomaar bannen die er verdacht uitziet. En als het daar overal iets gaat, kijk, ik heb geen idee waar mijn video over gaat, maar die issue is er vaak, man. Die is er echt vaak. 10:50, ik bedoel 11:10. En ja, dat is gewoon kloten, man. Tuurlijk, ik wil ook een stad zonder cheaters. En ik zeg het ook, uiteindelijk word je gecatcht, bro. Maar ja, dat is helaas, dat duurt soms gewoon lang. En heel veel cheaters worden ook echt gecatcht. En, maar het is een 5M ding, bro. Maar ja, kijk, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Wij zijn niet een stad die... op vermoedens doe mensen bannen, zomaar. Dus stel, we hebben het gevoel dat jij cheat, maar we hebben geen bewijs, gaan we je niet bannen, weet je wel, dat, ja. Veel zetten. Yes. Dat is het een beetje, man, en dat is heel lastig. Wordt geschoten, kop prio 3, ja. Zou je ermee kunnen slijpen? Dat denk ik ook, bij die beukte mij net volledig van de weg af, maar die reed gewoon luister, verder. Luister, locatie? Een papierfabriek. Reden negatief richting Veldman. Ja, man. Er is al meerdere keren een setup gepleegd. Setup! Gepleegd! Kut, ik heb bijna geen pakketjes. Oh, dat ging bijna wel. Dus de bandje is toegestaan. Bandje is. Mag enkel door de DC worden ingezet, een bandje. Welke kant rijdt het op? We rijden momenteel richting taxi. Om welk voertuig? Hij rijdt niet snel. Ja, het gaat om een RS6 Air Mod. Oeh. Een RS6 Air Mod? Ook outsiders volgens mij. Wij was nog SRT jongens, want. Veel outsiders ook. Er is er één neder, dus de Lamborghini doet steeds setups voor de auto's. Lamborghini. Er zijn ook heel veel auto's aangekoppeld. Zie je Zalm rijden, jongens? Zalm. Locatie? Grote bank rechtsaf richting Middelpark. Die Zalm komt wel overal aan, hoor. Richting Middelpark. Grote bank. Spannend! Gaan we richting spannend. Diamond Casino. Mannen, bijna fucking 1000 lives, boys. Insane, insane. Hij is weer gepit. Wij zullen locatie overnemen, wij zijn zo. Probeer die RS6 ook te pitten, die blauwe. En die zit ook wel zo heel ja, die... weg, op. Ik doe locatie. Oh, La Venta. Pinewood kruispunt, gaan La Venta Blanca weg op richting Moor. Ik rijd vast vooruit, mogelijk setup. Pinewood, oké, let's go. Ja, jongens. Ja, man, bijna 1000 likes weer. Welke RST volgen, nou de grijze of de blauwe? Positief, setup. Setup. Gaat hij weer keren waarschijnlijk, gaat hij weer keren? Hij staat stil. Keert om. La Venta weg? Ja. Ik kan even een setup gooien op hem. Richting, ja, doe maar. Richting 5 voor kruispunt? Ja. Wat voor voertuig hier nog, Maas? RS6, grijs RS6. Kut, ik ben er net. Oh, ja. Juist, nu Finewood kruispunt. Het is een beetje een grijs-goudige RS6. Ah, ja, kut, ik zou wel rijden. Er zit één man in. Gaat wordt weer geschoten, hè? Oh, wordt weer geschoten, inderdaad. Kan niet lekker. Niet oogt van het Casino kruispunt. En Casino brug kruispunt richting Basic. Shit. Het was hem wel, die gouden. Ik dacht goud. Het was geen grijs, maar... Basic kruispunt. Het was hem wel, het was hem wel. Taxi. Helaas. Links omlaag richting uitval, uitval. Rechts richting taxi. Daar rijdt hij. Onderkant taxi. Gaan we door Rockford Plaza heen richting ANWB. Dat is hem, dat is hem. Heel even geen zicht meer. Ja, hij gaat weer rechts omhoog, In Rockford Plaza. Hij komt hieruit op de weg weer, denk ik. Hij zit in die steren net. Ja, hij staat er stil. In Rockford, oh ja, ik zie hem. Bovenkant Rockford Plaza eruit komen, bovenkant ANWB. ANWB bank gaan we richting Lombank. Onder. Nu bij Metro Tunnel Juwelier. Metro Tunnel Juwelier richting Leidenveder. Onderkant Golfbaan, langs Leidenveder richting Lombank bank. Langs Lombank bank richting Lombank. Geen zin in een headshot, bro. Ik heb echt geen zin in een headshot. Lombank richting Lombank Appa. Linksaf richting de pier. Langs de pier. Zijn jullie die range achter mij? Ja. Top. Het is Hassan volgens mij. AB. Volgens mij is dit Hassan. Voor langs politie AB gaan wij richting Bovenkant Rooi Gruis. Dit is
Blue ook in deze port ook? Ja, ja. Ik heb altijd komt. Bovenkant er weer garage. Huh? Gaan we richting oud uitval. Gaan we richting voorkant rode garage. Laat ze even niet beschikbaar. Gaan we richting Politia B. Ik weet niet waar het is. Linksaf voor langs oud Politia B. Bent u een ANWB? Helipad. Echt even, is er niet een ANWB? Helipad Stankstation. Ben je? Nee, ik ben afzet op die brug. Ik ga zoeken die huis. Ik zal kijken. Toch ver, ik zie niet. Papierfabriek richt de tweedehands arena of meestal een arena. Ik ben wel ding. Voorkant Meesbank arena. Zal de chauffeur overnemen? Ja, positief. Meesbank arena op. Ja, daar halen ze dadelijk in via links. Rest met een voertuig. Daar gaat hij. Voorlangs Meesbank arena. Achterkant Meesbank arena. Rechts staat snel op, wordt geschoten. Gaat om een zwarte Cayenne. En een Jurus goudverkleur ook. Kijk, zwarte Cayenne rijdt daar achteraan. Zwarte Cayenne gaat omlaag. De RSF die repair is echt overpowered. Die gaat gelijk ook repairen. Oh, die dingen moeten eigenlijk echt niet meer zo OP zijn. Ik gebruik het zelf ook hoor. Bandje van de Jurus toevallig. Zo, dat was een fully AK. Dat is terug richting helipads. Zo, what the fuck. Tegenwoordig zitten mensen in goud te schieten. Helipads nog steeds. Ziek. What the fuck, bro? Is nu toogd van voorkant helipads. Wat helipads? Links helipads, Akatsuki huis richting helipads tankstation. Die zalm rijdt wel echt overal mee. Voor langs oud Politia B. Oud Politia B? Maar richting Politia B. Kia, nu leef je nog? Ja. Oh. Weer geschoten? Niet bij helipads ons. Niet op ons. Niet bij ons. Politia B. Is in Gouwe. Richting filmset Lombeng. Wat de fuck gebeurde hier dan? Ho! Lombeng Bank. Kaas, jongen, ik schrik me de penis, man. Hey, dankjewel voor de 3 man. Donenbalkje vol, jongens. Donenbalkje vol. Insane. Insane, dank jullie wel, mannen. Insane. Dank jullie wel, boys. Kaas, geweest me zo meteen op, maat. Jullie zijn dat groene voertuig? Zorg met de penis, man. Ja, dat ben ik. Dankjewel, jongen. Dan gaan we A1 richting Noord. Oh, yo, man. Dankjewel, boys. €201,50, jongen. Hé, hey, Kaas, dankjewel, wow, maat. Nou, deze moet zijn heel pro. Max. Lof. Ja, daar ga ik niet meer bij. Voorlangs A1 Bank, nog steeds richting Noord. A1 Bank. Misschien een car swap, jongens. Nu wel. Tjus. Langs het tweede startje op de A1. Er wordt geschoten bij de A1. Gaat die richting de Westpost. What the fuck? Heel die... Hè? Wat gebeurt er allemaal? Ja, bijna één. Ik heb geluk, jongen. Westpost tankstation. Het auto stap gooien, jongens. Westpost tankstation en 42 op. Bro, er rijden heel veel gouden bakjes hier allemaal, jongens. 42 richting achterkant legerbasis. Achterkant legerbasis. Ze zijn onrood, hè? Zo, wat de fuck? Het erg langzaam mogelijk zetten. Motorrood. Motorrood. Staat de voertuig op de afslag. Gebeurt niks. Motorrood, dan moet het tempo zetten. Rijdt door in 42 richting achterkant legerbasis. Rijdt aardig slow. Er zit één man in. Hij is uitgevallen. Oh nee. Wat ben je tank leeg? Ja, steeks leeg. Ja, steeks leeg. Komt stilstaan bij voor- of achterkant legerbasis. Amrok gaat ervoor rijden. Ja. Maar niet te voor het uitgeschot. Zometeen als legerbasis brug op. Legerbasis brug op. Als hij zo daar tot stilstand komt. Die brug. Ja, dat is echt een goede 360 graden uit. Kan je niet beter stilzetten op de brug? Zet hem ervoor, BTV. BTV stapt uit. Dus is, hij valt in. Huh? BTV hem. BTV op de achterkant legerbasisbrug. Heeft zijn handen omhoog. Pas op de brug. Is ver die hoor. Ik ga einde, ja positief. Ja, de Limburger heet die. Wie gaat hem afboeien? Ik blijf hier. Ik zal wel afboeien. Ik heb 360. Blauwe R6 is er ook weer, pas op. Dus ik sta bij de ingang, sta ik weer in de bergen. Zit drie ben je man in de blauwe R6. Ja, ik ben die witte. Ik ben nog niet meer stappen. Rijdt weer weg. Momenteel eenmaal AT. Blauwe R6 komt oprijden nu. Ja, zit drie man in, pas op. Rijdt weer terug.
Blauwe R6 rijdt richting M24. Hey Mika, dankjewel voor de 3, jongen! Smashing varken! Smashing varken. Dankjewel, boys. Hey, KV3, hoi! Hoe is het? Ik kijk op mijn telefoon en op mijn tv en van mijn PS5. Ik ben er elke dag weer bij, man. Kaas. Ik ben een voertuig vanuit de legerbaas deze ben jij kant op zoveel lijkt op een dingen aan het Martin. Kijken tegelijk? Stuk, Mika. Spoiler. Of Kaas, denkt voor de 3 maatje. Dankjewel, maatje. De legerbaas verderop. Klopt inderdaad. Geen hey, Kaas, shout out voor de liefde, man. Net als je elke dag kijkt, jongen. Gerateld, boys. Gerateld. Hier is de witte SRT aan de andere kant van de brug, aan de Sandy kant. Oké, top. Nice. Penis. Mieke maar erin. Yo man, er moet echt verandering komen in de stad. AUB. Meer devs aan. Kan niet. Want zoals de video van JP al zegt. Speelplezier wordt minder man. Carpack duurt al te lang. Er moet meer verandering in komen. Sowieso SO naar Tom voor zijn werk. Ik heb dat verhaal super uitgelegd jongens. Wij zijn zo vaak in onze rug gestoken door nieuwe devs. Dat beginnen we niet meer aan. Het spijt me man. Helaas moeten we het met de mensen doen die er nu zijn. Die toppers zijn. Het ding is jongens. Een 5M stad. Maken, runnen en runnend houden is niet leuk. Het is gewoon niet leuk, man. Het is niet leuk. Want je hebt alleen maar boze ogen, man. En niks naar jullie en zeker niet. Het is echt wel... Ik snap de kritische oogpunt, maar er wordt niet logisch gedacht naar mijn mening. Ik heb al super vaak uitgelegd... Je bent dat Karel, ja, neem ik aan. Positief. Ik heb al super vaak uitgelegd... Wij hebben zo vaak... mensen aangenomen die goede bedoelingen hebben. Yo, ja, laten we dit doen, want de spelers dit, dat. We laten veel updates gooien. Nooit iets van gekomen. Meerdere personen, zelfs dezelfde personen, zijn meerdere malen teruggekomen. En uiteindelijk alleen maar gezeik, chaos, meer issues. Waardoor het alleen maar langer duurt. De carpack is meer werk dan verwacht. En helaas liep dat niet soepel. Is iemand anders opgezet en het is nu bijna af. Punt. Daar zetten we gewoon een punt achter. En het is eigenlijk opnieuw opgepakt. Dus vandaar... Het zijn mensen die eraan werken. En helaas, ja, er gebeurt niet altijd dat het soepel gaat. Zijn er andere voertuigen nog in de omgeving? Het ding is wel... ergens? Tuurlijk wil ik ook meer updates. Ik bedoel, BMW aan de voor mijn streams is dat ook alleen maar beter. Maar we hebben mensen die fulltime baan hebben. Wij hebben geen neuzen als devs. Het zijn personen die echt succesvol zijn op hunzelf al. En dit gewoon ervoor bij doen, snap je? Er is namelijk één van de voortvluchtige... Maar devs zonder toegang tot files dan, Merville, zo vaak al gedaan. En de devs zelf die aangenomen worden, die willen dat weer niet. Die zitten dan weer te zeuren. Ik heb niet genoeg toegang, dit, dat, zo, zo. Dus uiteindelijk, het is een... Helaas, het cirkeltje is rond. Het ligt echt aan... Helaas is niemand te vertrouwen meer in deze wereld. Dat is trouwens ook zo. Rechts in de gaten. Te weinig manschappen en een te grote stad. Ik heb het al vaak gezegd, genoeg gezegd. Onze stad is te vroeg opgeblazen. Het is te vroeg groot geworden met wat we hebben. Dat is gewoon zo. Als je het TDA als voorbeeld neemt, alles werkt daar. Alles zit in de details, nice. Dikke voertuigen erbij. Alles wordt helemaal aangepakt. En ja, helaas, wij zijn daar nog niet, jongens. Maar oprecht, boys. Al had ik 30 nieuwe devs nu aan kunnen nemen die echt... Zoals Tom, Tijmen, gewoon dat soort boys zijn, had ik het al lang gedaan. Maar die zijn er niet, man. En dat is helaas de schaduwkant aan een stad runnen. Je ziet helaas ook waarom het niet leuk is en waarom het niet werkt. En helaas krijgen jullie dat gewoon niet te zien. Dat creëert... Het is, ik snap het echt wel. Het is logisch dat jullie deze kritische dingen stellen. 100%. Alleen jullie moeten ook begrijpen dat ik en de rest niet kan toveren. Ik heb ze schieten. Het zijn boys die gewoon niet 24-7 hier... het is niet hun main job. En ja, heel eerlijk. Als jij gewoon een normale baan hebt en een normaal leven... dan ga je niet 24-7 aan een carpack sleutelen. Negatief. Ja, man. En dat is het zo. Kijk, heel eerlijk, hadden we juist maar devs die 24-7 op Future als baan hebben. Hadden we dat maar. Maar ja, helaas jongens, onze stad is niet gebouwd om goud rijk te worden, man. Dat is het gewoon. Wij verdienen geen reet met de stad. En ja, de boys die eraan sleutelen, het is niet hun main job. Dus ja, dan krijg je zeg maar... Ja, stel je voor... Ik trek een pistool aan. Stel je voor, we zouden, ik zeg maar, 20.000 euro per maand binnenharken. Dan haal je natuurlijk de BTW eraf en de rest pay je aan iedereen. Tuurlijk zouden dan meer mensen meer tijd in Future 100%, dat is ook een ding. Alleen ja, het is helaas, het cirkeltje is niet perfect rond en daar moeten we aan sleutelen. Maar ja,
Dat is de reden waarom we in de beta zitten, jongens. Want iedereen zegt al, ja, waarom nog steeds beter? Dit, dat. De stad is gewoon nog niet rond. Het is nog niet af. Het is nog niet dit. Dus ja, helaas, jongens. Maar is het goed, hè? We zijn ermee bezig. Alleen helaas hebben we maar een handjevol mensen die eraan kunnen sleutelen. Ja, want Merve, dat weet ik sowieso. Het is ook niet dat ik dit als een aanval voel. Ik ben juist blij dat jullie gewoon eerlijk zijn. Alleen het ding is wel, ik ga wel dan ook eerlijk terug zijn naar jullie. Hij woont heel goed op de brug. De server verdient echt wel. Tuurlijk verdienen we wel wat, maar het is echt niet... onze wachtrij is niet bizar strak. Je kan gewoon joinen eigen wanneer je wilt. Wij hebben geen bots bijvoorbeeld. Stel je voor, we zouden echt op geld uit zijn en veel willen verdienen. Dan moeten we een nep bot... Deze is zo'n pistol kan afnemen. ...ding erin zetten. Hè? Dat jullie verplicht in een wachtrij standaard komen. Meer wapenpacks bijvoorbeeld. Hè? Heel veel andere steden hebben wapenpacks. Dat je die kan kopen. Dus wij hebben dat allemaal niet. We hebben gewoon een stad om voor plezier te hebben. Maar ja, helaas... Jullie zijn die range, toch? Ja, we zijn niet met duizenden devs, yeah. Man. Dat is een dingetje. Wat denk je van stagiairs? Nee, maar Ralf, ik heb er geen vertrouwen meer in, man. We hebben gewoon gezeten, hè. Ik zit ook met Tom en Tijmen gewoon. Ik ben hier daar wel een beetje aan het rondsnuffelen. Bijvoorbeeld... Die zwarte kern staat aan het einde van de brug. De afslag. Die had net geschoten. Mag ik een band raken op die kerel of wat wil je ermee doen? Hij heeft 100% geschoten. Ja, wij zagen heel veel zwarte kerns op, hè. Ik sta boven op de berg, ik kan een band raken. Wacht maar, dat is een afslag. Gewoon een band geraakt? Wordt geschoten? Ja, dat was ik. Het is heel lastig om vanaf hier een band te raken. Ik weet niet of ik hem heb geraakt. Dan ga je het richting Sandy nu. Gaan we even achteraan. Er staat iemand boven jou, pas op. Nee, dan blijft hij me staan. Maar ja, die rode ST, ja. Verdorie. Ik ga hem even wegvoeren. Ja, Skerry, je mag even van de berg af. Niet meer achter me gaan zitten. Kom even wezen. Waarom geen ID-verificatie, dan kan je niks maken. Helaas wel, Jarno. Je moest eens weten. Ik bedoel, we weten allemaal die Shah-periode en de hackers en Marcello. Mensen zijn zo sluw op 5M-gebied, jongen. Oh my god, Kaas! Dankjewel, jongen. Dankjewel, man, Kaas. Insane, broeder. Kan je een handstand doen, AB? En ik ga weer, man, later. Want ik moet morgen gewoon naar school. Want ik ben 13. Stop met doneren, Kaas. Als je 13 bent, niet meer doneren. Ik ben morgen wel... ben er morgen wel weer. Ik weet niet of ik morgen doneren... Kaas, stop met doneren. Je bent fucking 13, bro. Hou die centen voor jezelf, handstand. Goed, ik... mijn ouders gaan echt op mij haten. Ik sta vol op de vloer. Sorry. Oké, ja, ik ben te zwaar, man. Ik ben te zwaar. Hey, shout aan jou, Kaas voor de 11. Maar niet met doneren, bro. Je bent 11. Ben je dek, bro. Ja, ik ben oké. Ik was even een handstand aan het doen in mijn hoofd. je moet gewoon zeggen van... Stuur iets van privégegevens en... Nee, man. Oké, jongens. Oké, dit is één ding. Mensen delen niet graag hun privégegevens. Logisch, snap ik. Mensen hebben... alt-accounts op Discord. Die zwarte keer rijdt hier ook. Dus ze zijn indirect gewoon stiekem in dat. Dit stiekem is dus zo. Sommige mensen zijn gewoon oprecht niet te vertrouwen. En wanneer ze dan weinig access geeft. Dus ja, je gaat natuurlijk. We hebben nog nooit iemand access gegeven zo goed. Dat hij de hele server kan platgooien. Als in. Behalve mensen die we vertrouwden. Dus laten we het zo zeggen. Maar je gaat nooit die full access krijgen bij ons. Dat is gewoon een regel. Kun je de zuidelijke richting over de berg in rijden? Nee, joh. Misschien kunnen we een betere VF zijn. Opletten, jongens. We gaan zo wel verder. Hij staat naast jou, of... ik zie ze rijden. Ja. Ik heb nog niks rijden. Waar die kun je? Mis ik rij achter jullie. Hij rijdt helemaal weg, nee. Ja. Heb je tips om met YouTube te beginnen met GTA roleplay als crimineel? Wil gewoon niet saai overkomen. Stitches games. Oh. Gewoon vibe, bro. Kijk, al ga je plukken als beginner. Ga gewoon plukken en maak er gewoon een vista van in je stream, bro. Al heb jij dikke muziek op of je bent gewoon een beetje aan het praten met mensen. Je connect gewoon. Dat is belangrijk, bro. Het draait niet alleen om de game, bro. Kijk, in het begin natuurlijk, je moet het ook gewoon voor jezelf leuk maken, bro. Bro, laat iemand anders wat bouwen zonder access kan alsnog doen. Klopt, Anonymous, maar oprecht, we hebben dat soort mensen al, hè. Yo, Mello, what's up, kerel? Ja, ik ga stuk maar Mello. Ja, 100%. Ik ben hier en daar echt wel gewoon aan het neus, bijvoorbeeld met voertuigen, hè. Ik bedoel,
We zijn hier en daar gewoon een beetje bezig van andere mensen die daar ook... Vervoeren agenten of wat? Die ook daar verstand van hebben om misschien eventueel iets over te kopen of ja, ik zal mijn auto. We vragen echt wel hulp aan andere mensen. Qua cardevs bijvoorbeeld, maar echt deffe systemen maken is gewoon... Dat durven we gewoon niet meer uit de handen te geven. Want Tom is de guy die dat doet. Kijk, Marcello is echt een strijder, die deed dat ook natuurlijk. Maar dat soort topdevs vind je niet meer en je vindt ze helemaal niet meer die te vertrouwen zijn, man. Bas, jongens, kijk, we geven hier en daar gewoon access genoeg, toch? Dat mensen, kijk, dat heet een GitHub, zeg maar. Jij maakt iets in je eigen stad, je pusht het naar die GitHub en dan kunnen wij kijken of het goed is en dan eventueel in de stad, eerst in de devstad zetten en dan naar de main. Zo werken wij. Dus je gaat eerst gewoon, hè, een nieuwe dev gaat eerst zijn eigen gangetje, maakt iets en vervolgens kijken of het goed is. Zo ja, pushen het door. Het ding is dat het nooit goed was. Ik kan de persoon niet mijn voertuig zetten, collega's kunnen niet anders testen. Dat het nooit afgemaakt werd. Het was oké, we hebben geen access, dus eigenlijk kunnen we niet echt veel doen of zo. Dus de motivatie zakt weg, dat was het gewoon heel erg, ja. We hebben echt wel mensen dat al gedaan, jongens. Geloof mij, we hebben het al zo vaak geprobeerd, maar het ligt echt bij de motivatie bij mensen. En vervolgens kloppen ze bij iemand anders aan om het te verkopen voor een paar honderd euro. Hey, zuigen met de drie, man! Yo, man! Klein vraagje mij, voor mij. Volg ging eerst 260? Oh, golf bedoel je? 260 nu, maar 2,34, hoe kan dat? Maar loopde jou? Zuig! Iemand telop roept toch? De golf ging eerst 260, nu 2,30. We hebben nog niks van voertuigen doorgepoest, dus zuig, I don't know wat gaande is, man. Ik wacht op mijn collega. Yo, maat is met een euro! Yo, dit is een nieuwe Gang of Future genaamd Mercy! We zijn allemaal nieuw en komen van Amersfoort. Mattis, bro, welkom in de fucking stad, broeder. Maak wat geks in de stad, bro. Laat me die naam alsjeblieft vaak horen, man. Sowieso nieuwe gangs is hard, man. Als een nieuwe gangs een beetje de macht grijpen in de stad, dat is fucking dik om te zien, bro. Smashing varken! Hey, Merv van Timmer de Drie, man. Deze mag je voorlezen. Ik heb vandaag die gerbensappige heading gegeven. Die kun je wel op stream checken. Heb je short van gemaakt. Ik ga stuk, Merv. Je wordt flink gemaaid, Sandy. Toot van 707. En een noodknop. Op de kant op. Hey, Merv van Timmer de Drie, man. Ik ga, is goed, man. Ik ga straks even kijken. Ik wil eerst even die video bekijken. Wat is de locatie? Meldkamer. What the fuck? Dus, wat is dit dan? Mijn raam 42, snelweg. Ja, maar die wordt er actief geschoten met Sandy Airfield. Sandy Airfield, let's go, man. Kaas. Meerdere SRT's, Range Rover. Hop, aanrecht. Meerdere SRT's, Range Rovers. Just motto. Wie rijdt er in die Amarok hier nog op de brug? Ik. Kan jij anders de verdachte meenemen, want ik moet wachten op Damien, die zijn zelfs even bezig. Ik kan hier niet vertrekken, zeg maar. Ja, dat is Ram? Dan blijf ik op het Lambo? Rosse Lambo. Als de Sif mee kan rijden met Amarok voor een escort. Ja, 100% dat die er vandaan komen, maar even kijken of er nog iets gaande is hier. Just the motto. Ja, de eerste T rijdt echt best wel shit op zand, man. Wat fuck, ouwe. Gyro, heb je voor mij een postcode toevallig ook? Want de navigatie moet niet doen. Dit daar ook. Postcode 709. Mijn collega die range. Oh nee. Op dat bruggetje vanaf de N240 richting Airfield. Military. Wat de frun? Yo, Dolph, vinden we de drie maatje. Zien je nog wat gaande, collega's? Hij werd actief beschoten. Twee SRT's, daar is één van. Twee Afrika's en een Range Rover. Een Range Rover. Rode Afrika trekt nog rond hier. Oké, is helemaal goed. Nou, onbekend. Rode Afrika. Ik heb even de bodycam gepakt. Moet even die repackage bijvullen, jongens. Ja, wordt gek van die smashing, hè? Smashing varken! Hey, Domineo zegt nog eens, dan hoop ik voor een tijdje een betere PC die Future wel aan kan. Dan kom ik zeker even naar Polymagen bij het Corps. Kusjes mij, ik ga stuk, Dolphin. Hey, als jij bij het Corps komt, bro, laat dat weten, bro. Ik ga stuk, man. Als jij erbij komt ooit... Oh, jij bent zo'n meme guy, jongen. Ja, er komen wel veel meme guys hier natuurlijk. Ik ga stuk, bro. Smashing varken! Nice, man. Insane. What the fuck? Hey, Vin, dankjewel, man. Dankjewel. Smashing biggetje! Snap je hem? Biggetje, varkentje. Oh! Kom opschieten! Gadverdig. Oh, sorry. Volgens mij praat ik vol in die dinges. Aha. Geef even of de Giro van ons. Geef nog maar eens. Penis. Hey, range.
Ah, oké, okay, Dolphin. Nee, maar ga dan niet doneren, Finn, man. Ga dan niet doneren, man. Door welke middelbare school baas was dat je vroeg? Ik zat op Meepak als middelbare en de Zonderwende als basisschool, man. Dat was fucking lang geleden, bro. Je moet beseffen dat Tijm en Tom B gewoon heel de server plat kunnen leggen. En dat, maar dat doen ze niet. Daarom zijn ze te vertrouwen. Tom maakt eigenlijk de server, bro. Ik heb eigenlijk helemaal geen aandeel erin, weet je wel. Kijk, tuurlijk kan Tom dat. En Tijm heeft ook access hiernaar. Ja, tuurlijk kunnen ze dat, man. Maar tegenwoordig, aan hoe meer... Tuurlijk zouden ze altijd het kunnen doen. Alleen die twee guys zijn gewoon real. Dat zijn gewoon... Ja, ik weet niet, man. Dat zijn hun hebben het ook niet nodig, laat het zo zeggen, weet je. Ik ben niet overtrokken. Dat zijn gewoon van die guys die denken van, ja, man. Die denken nog wel na, die hebben geen oordeel over iemand. Waarom duurt zo lang? Schelden niemand uit, zijn gewoon netjes. Dan moet ik het nog iets aan het vragen. Dat zijn guys die gewoon met respect hebben geleerd. Die zijn met respect. Nou, is iedereen ready? En je hebt gewoon zoveel zoute appels ertussen zitten die alleen maar denken aan zichzelf of mensen naaien, bro. Dat is echt ja, Sif blijft achter. Tom bereikt mee met maar ja, man, tuurlijk. Dachten. Tuurlijk, 100. Ja, man, Mark, 100%. Het zijn gewoon boys die gewoon. Ja, gewoon ja, dat niet nodig hebben om te doen, man. Die gewoon, ja, dat ook niet willen, die dat, ja. Ja. Maar ja, dat is helaas, er zijn er weinig van, laat het zo zeggen. Oh, die tits. Let's go. We gaan ze, jongens. Er rijdt wel een voertuig achter ons aan, ik weet niet of het bij ons hoort. Ja. Ben ik dat, die SAT, of niet? Ja, zo kan ik weer lastig zien. Zijn jullie Borrentlaan een beetje naartoe aan het rijden? Nou, we rijden links van Borrentlaan. Boven nou, Kielerwijk, ja. Dit zijn links. Boven de Kielerbar. Alright. Ik ga even die kant op. Penis. Scoot up with Davis. En we gaan zo meteen wel Merville's video even kijken. Ik ben wel benieuwd. Run the lotto. Military base was het op de brug? Ja, positief op de brug van military base. En dan nog echt een rechte brug van N42 of van de A1? Ja, N42. Oké. Okay. Wat vind je van dat er meerdere commandleden zijn geband vanmiddag? Wat is de reden, bro? Want ik ben echt sinds de stream, ben ik pas achter mijn PC. Ja, maar Mel, kom zo nog kal. Is goed, man, de GG's, man. Is goed. Maar het is al bijna 10:45. Ik ga even mijn auto hier in een steen zitten en ga even die file van Merville kijken. Mocht ik een spoedmelding krijgen, dan knal ik gewoon in die game in. Dan kunnen we even een beetje nog... ik weet niet, ik heb wat... Oh, wauw, ik speelde heten met primair nog open. Domme kneus. Goh, dat vraagt zoveel van die PC ook weer. Ik begin mijn speelvisie te verliezen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. De video vandaag, zoals jullie aan de titel kunnen zien, is het een beetje anders dan normaal. De stad Future. Een mooie stad. Die ik zelf graag verder wil spelen. Maar naar mijn idee moeten er dingen veranderen. Ik hoop dan ook dat er niet wordt gekozen voor de gemakkelijke weg van... hij heeft kritiek, dus laten we hem bannen. Mensen met kritiek worden niet zomaar gewend. Ik hoop ja, dat dit wordt gezien als een noodkreet. En dat er ruimte komt voor gesprekken, dat de burgerraad ergens actief mee bezig gaat, het bestuur en alle betrokkenen. Want voor mij begint het spelplezier erg minder te worden. Is dat van? En nou ja, ik ga jullie in deze video op de hoogte brengen van een aantal dingen die jullie waarschijnlijk nog niet wisten. Allereerst is er een heel groot probleem in de stad. De mensen die cheaten. Wilde men niet gebruik maken van advocaat? De reden van de mensen die ik hoorde die cheaten was voornamelijk andere doelen. Internal Arsenal Zanko komt uit. Toen het heel je wilde cheaten, de verdachte dus... trouwens nog gebruik maken van advocaat of niet? Positief. Maar moet de persoon in voorarrest of niet? Want ik ben nog niet echt 100% mee. Hmm. Kijk. Ja, doe maar. Merville, kijk, ik vind dit moet lastig. Moet ik daar wel nog een advocaat voor oproepen? Want jij zegt nee, dus dat heel Jalisco cheat. Kist, heb ik begrepen. En ik wil niet lullig zijn, maar tuurlijk, we hebben iemand van Jalisco geband laatst. Tuurlijk, ik ga wel eerlijk zijn. In elke gang zit een cheater. 100% minimaal, hè. In elke gang zit één cheater. 100%. Maar heel Jalisco cheat vind ik
Ja, best heftig, man. Ik vind een hele gang zeggen die cheat. Dat is er. Kijk, stel je voor. Jij hebt letterlijk van heel de gang een opstel van screenshot dat ze allemaal eigenlijk live laten zien dat ze cheaten. En jij zegt dan heel je Lisco cheat, oké. Okay. Maar het is puur op geruchten, op clips, op mogelijke clips voor cheaters. Om dan heel je Lisco als cheaters uit te maken vind ik heftig, man. Kai, commissaat. En moet ik voor zo'n voorarrest zo'n arrestantenformuliertje invullen? Staat, dit is al wacht. Moet wel heel veel uit de mensen ook dat hij hier voorarrest zit, dat hij niet dat vrijgelaten wordt. Ik zet mezelf wel beschikbaar, maar zo helemaal afgerond. Kijk, het ding is heel erg, en daar moet je onze perspectief bij doen. Wij kunnen niet, omdat mensen denken dat die cheat, hun bannen. Dat kan niet, dat kan gewoon niet. Nee, maar vergeet het zo, ik probeer gewoon een beetje te onderbouwen. Oh. Het ding is, ik zelf heb oprecht, ik denk van weet ik hoeveel mensen al gehoord hun cheaten. Maar hoe moeten wij dan zeggen, oké, okay, ja, je hebt gelijk, we cheaten, we bannen hun. We moeten echt pas grondig bewijs hebben, dan pas kan diegene geband worden. En bijvoorbeeld bij iemand van Jalisco is dat het geval geweest. Heet daad gezien dat hij heeft gecheat, bewijs, pats, en hij vliegt eruit. Zo moet het gaan, jongens. We kunnen niet van, oh ja, die cheat waarschijnlijk, in die gang, die gang cheat, kunnen we zonder bewijs bannen wij niet. Wij zijn een stad die spelers zien als mensen en niet als, oh ja, doei. Dat hebben we wel heel erg. Ja, en je krijgt toch een tweede of een derde kans. Waar eerder het principe was van, eens een hacker, altijd een hacker, je komt niet meer terug. Dat is nog steeds zo trouwens. Ja, zie je dat er toch heel veel mensen wel terugkomen. Die tweede kans is echt een hele strenge procedure die pas na een x aantal maanden ingaan. Dus stel je hebt nu gecheat, bijvoorbeeld degene van Jalisco, ik ga zijn naam niet noemen, dat zijn jullie. Degene die geband is, als die zou willen, zou die over bijvoorbeeld een half jaar, I don't know, een unban kunnen unban ticket kunnen aanmaken. En dan is het vanuit ons nog, laten we dat toe. En dan moet je echt een hele procedure eerst weer door. Dan krijg je een account wipe, moet je helemaal van scratch weer beginnen, noem het maar op. Dat soort shit. Dus dat is echt niet dat je zomaar, als je gecheat hebt, dat je weer na een dag of een week terugkomt. Ik weet niet of dat echt verstandig is. Het is niet aan mij om dat te bepalen. Ik heb wel het idee dat deze keuzes van invloed zijn op mijn spelplezier. Dan vraag ik aan jullie. Hoeveel actieve cheaters denken jullie dat er op dit moment viewtjes spelen? Veel, heel veel. Dan geef ik jullie heel even de tijd om na te denken. En dan kan ik jullie vertellen dat er redelijk zorgvuldig onderzoek mij vertelt dat er op dit moment om en nabij de 200 mensen actief cheaten in Future. Realistisch dat zijn er heel veel. Realistisch getal. Realistisch getal. En ik moet zeggen, ik schrik daar ook van. En daar heb ik een kleine uitleg bij. Ze kopen een programma als script voor een maand voor €20. Dan, als je het geld hebt of een pistool hebt, dan hoef je niks meer te doen. Maar anders koop je er ook nog een pistool bij voor €30. Dan heb je €50 geïnvesteerd. Mm-hmm. Daarna wordt er geript. Een pistool verkoop je weer door voor 30, 35. Een score op voor 15. Een AK voor €75 en een fully AK voor meer dan €100. Ja, bij de vakkenvullen of ga je cheaten en wapens rippen van mensen die er legit hard voor hebben gegrind. Ik vind het jammer. Wat hij hier zegt, 100% logisch. Cheaters rippen mensen die niet cheaten, waardoor hun ook weer willen gaan cheaten. Maar heel eerlijk, wij kunnen niet alle dat is gewoon het indirect de struggle. Wij kunnen niet mensen die mogelijk cheaten gelijk instant bannen. We moeten eerst echt bewijs hebben dat ze cheaten. En dat gebeurt echt vaak. Dat gebeurt echt vaak. We bannen echt wel veel mensen. Alleen tuurlijk zijn er nog zoveel mensen die het nog steeds doen. En nog steeds cheaten. Maar kijk, heel eerlijk. Ik pak Mervin nu natuurlijk als voorbeeld, omdat hij hier een video over maakt. Als ik even dan naar in Mervin zijn schoenen ga staan.
Wat verwachten jullie van ons als stad zijnde dat we gaan doen? De 200 man die mogelijk cheaten allemaal nu instant een ban gaan uitschrijven. Dat is niet reëel. Maar dat is de enige, denk ik, oplossing die mensen zoals Mervil in hun ogen hebben. Van de cheaters die waarschijnlijk cheaten, allemaal eruit knallen. Want dan PC-checks. Ja, maar Tom doet de PC-checks. Die vist er echt heel veel uit. Alleen ook hij, ja, hij kan niet 24-7 PC-checks gaan doen. Want weet je wat er dan is? Wie gaat er dan deffen? Huh? Snap je? Het is gewoon een constructie die niet chill werkt. Al hadden wij 6 andere Toms, hadden we 1 Tom op dit kunnen zetten en de hele tijd cheaters konden aanpakken. 100%. Maar we hebben dat niet, man. Tom is een guy die de cheaters hun nek omdraait. We hadden eerst Marcello die daar ook heel goed in was en die meehielp. Marcello is helaas gestopt met Defo. En Tom staat er alleen voor alle tweede taken, man. En Sammy zegt ook, je kan niks zonder bewijs, maar zijn er clips bijvoorbeeld over persoon PC-check, Klaascase. Die doen we nu wel, man. We doen echt veel PC-checks. En het is bizar. Tom werd ook helemaal gek van hoeveel. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de cheaters. Die verneuken het voor iedereen. En is het onze taak om het zoveel mogelijk aan te pakken. Maar wij kunnen niet 24-7 dit gaan bestrijden. Wireless erop gooien, maar ook dat Breno werkt niet, man. Wij zijn een open, grote server. En als je een whitelist erop gaat knallen, ga je heel veel spelers verliezen, man. En cheaters zitten ook in andere steden. En helaas kunnen we daar gewoon niks aan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de cheater zelf. Die verneukt het voor iedereen. En wij doen ons best met alles wat we kunnen om zoveel mogelijk aan te pakken, man. Dan komen we nog op het punt dat ik echt gewoon feitelijk heb gezien en gehoord dat er zelfs staf is die dit verdienmodel heeft ontdekt. Of dat oude staf... Als dit zo is, stuur mij en Tom screens en bewijzen. We moeten bewijzen hebben, dan pas kunnen we er iets mee doen. Staf is of recente staf, dat ga ik hier allemaal niet vertellen. Want smashing varken! Bro, Frankie, het hebben we de fucking 3, man. Je zegt net, we bannen alleen met goed bewijs, maar mijn toch... Wordt Stinna geband voor verdenking van cheese en gewoon... En is gewoon... het K-woord... Kijk, Frankie, als je het K-woord in die dono gooit, neem ik het dan niet serieus. Broeder, het is niet aan mij. Ik heb hem niet geband. Dan moet je bij degene zijn die dat zegt. Just Games, mijn 3 zou graag niet te luid opzeggen. Je hebt me geïnspireerd en ik wil zelf nu ook beginnen. Vanwege dat mijn vader een paar weken geleden is overleden... Gecondoleerd sowieso, Just Games, man. Jij hebt me zoveel mee geholpen, zit er soms mee. Maar je tovert altijd een lach op mijn gezicht. Just Games, je bent een fucking strijd, bro. En volg je hart, bro. Ga die uitdaging gewoon aan, bro. Just Games, zijn voor de fucking 3, man. Dat doet er ook niet toe. Heel veel sterkte, broeder. Wow. Maar het abusen van de macht die ze hebben. Burms. Ja, vind ik ook erg jammer. En nogmaals... Ook hiermee, kom met bewijzen, dan draaien we de nek om. Dat is gewoon... Als je één keer een bewijs goed hebt zitten, dan kunnen we daar echt iets mee doen. Gewoon feitelijk bewezen. Niet hard worden bezig. Sorry, tot man. Zover het deel over de hackers just en het sorry, man, kerel. Ik zie dat dan heb niet. Ik nog het volgende punt. Ik ben echt heel erg dankbaar dat ik content creator mag zijn voor Future. Alleen ik vind het zo enorm lastig om te streamen binnen de onderwereld. Nou, als Merveld ook zegt, jongens, dit is ook puur de reden. Ik weet nu al wat hij gaat zeggen, waarom ik het ook niet doe. Zoveel locaties moeten geheim blijven. Yep. En er zijn al niet veel locaties waar je echt wat kunt. Daarnaast krijg je... Ook hierbij, het probleem ontstaat door metagamers. Heel veel mensen kijken streams en daardoor, dat heb je gewoon. Als iemand je ript door een streamsnipe... Die krijgt 1 week ban. Maar als iemand je RDM't, is de straf vele malen hoger. Dus ja, het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Je krijgt maar 1 week voor streamsnipen. Ligt aan wat voor streamsnipen. Het ding is, in heel veel gevallen kan je streamsnipen, hè, met wapens rippen, kan je het niet bewijzen. Dat is ook een hele lastige. Dus ja, ook dat vind ik best wel... een dingetje. Dat ik denk van... Je hebt het behaald... tot de plek content creator. En nogmaals, deze video is niet bedoeld... om Future slecht te zetten.
Het is voor mij meer om even ja, mijn frustratie te uiten. Ik gewoon en een hopen luisteren. Dat het vanaf dit punt echt, echt beter gaat worden. De updates. Ja, ik wacht zelf al een hele tijd op de nieuwe carpack. Alleen als ik het heb over de auto's die er vanaf dag 1 in zitten. Een Cayenne GT, een Ferrari Roma. Ja, de kofferbak werkt niet. En hij heeft ook nooit gewerkt. Hij staat open. Mm-hmm. Ja, het zijn misschien kleine details, misschien grote details. Maar het ziet er gewoon ja, niet fraai uit. Mm. Ik heb ook op kleinere steden gespeeld. En daar was zoveel meer te doen. Je kon goud zoeken, omsmelten, je kon vissen. Allemaal extra dingen. Bij sommigen moest je materialen zoeken. Om daar vervolgens een wapen of een attachment van te maken. Crafting systeem. Ja, beetje. Er zijn heel veel dingen te bedenken, heel veel dingen te doen. Er moet gewoon simpelweg meer te doen zijn. Want bij veel mensen zie je gewoon ook dat de verveling toeslaat. De ene die kiest ervoor om dan de stad uit te gaan. De andere die kiest ervoor om te kloten. Ja. Eens. Dat, maar doordat er niet heel veel te doen is. Hier wil ik even op inhaken met dingen te doen. 100% mee eens. Een casino. En daarmee bedoel ik niet zoals een Mello. Shout out Mello. Al in op groen en je verliest je hele rekening. Maar meer... beetje blackjacken met vrienden. Gewoon hier en daar de inzet winnen. En in, niet en een cap op met wat je kan inzetten ook doen. Dingen zoals bowlen. Dingen zoals... ja, mij lijkt het heel vet om die races te doen met markers. Dat je door de stad met elkaar als vrienden gewoon kan racen. Gewoon kleine fun item dingetjes. Een daily. Ook dat je een... ben ik ook heel erg fan van. Het daily script doen zoals we gewend zijn in andere steden. Dat je eventueel een Lucky Wheel ticket kan krijgen. Niet meer naar die plugs toe. Leuk concept. Lange termijn. Eerlijk, het werkt niet. Het is saai. Je wilt gewoon eigenlijk steeds daily doen wanneer je inlogt. Je krijgt zo'n Lucky Wheel ticket en je kan hem inwisselen. Weet je wel, dat soort dingen zijn gewoon chill om te hebben. En waar we ook mee bezig moeten zijn. En dat soort... plezier items zitten nog niet in onze stad, omdat wij de basic meningen nog steeds helaas niet perfect hebben. En daar zit gewoon tijd overheen. Een onderwereld kan je niet perfect direct maken. En wat ik dus ook nog steeds wil zeggen, we zijn niet met heel veel mensen die daaraan kunnen sleutelen, bro. Dus dat is gewoon een fucking dingetje. Maar Tom is fucking hard aan het strijden. Time is die carpack af aan het maken. Dus niet hij is hem aan het maken, hij is hem af aan het maken. Hij komt er. En hij zelf heeft dat op zich genomen omdat hij het ook te lang vond duren. En het is gewoon helaas pindakaas. En het komt nu af. Punt. Dus die vinken we sowieso af. Er zijn een paar deeltjes wat nog moet gebeuren en dan komt hij erin. Maar dingen zoals hele systemen, dat soort dingen, daar zijn we echt afhankelijk van alleen Tom, bro. Tom carryt die stad met alles. Met updates voor zieken, voor ambulance. ANWB, onderwereld, politie, DSI, taxi. Hij moet alles maken. Ja. En ik ga even kijken of ik een gesprek kan inplannen. En ja, dat is het ding. Je kan niet alles op één persoon doen. Dat is het gewoon zo. En dat is de reden waarom er niet veel van die leukheidsdingetjes inkomen. Die ideeën liggen er allemaal. Alleen de uitwerking is gewoon bizar veel werk. En niet lullig bedoeld, ik ga zeker in andere steden bash of iets. Maar heel veel steden gebruiken bestaande scripts. Hebben een dezelfde inventory. Die betalen hier en daar gewoon zelf mee. Of betalen scripts. Maar ja, wij maken heel veel dingen gewoon zelf. En daar zit ook een tijdsverschil in. Al pay jij dit... Stel je voor een casino script. Zoals we kennen. Zoals hè, met die daily. Zo'n rad. Koop je één keer daar. Flikker erin. En het werkt. Moet je misschien een paar aanpassingen doen. Maar wij maken dan weer met dat oogje. Wij hebben dan weer een andere layout. Een andere notifier. Je moet gewoon... Wij moeten dat hele script ombouwen. En daar zit ook weer tijd in. En daarom hebben heel veel andere steden inderdaad... dingen veel meer om te doen. Als voorbeeld, shout-out TDA, maar ja, die bestaan al heel lang. Dus die hebben al heel lang de tijd gehad om allemaal updates te doen en dingen erin te gooien. En ja, wij hebben dat niet. Wij zijn nu een jaar live. En na een jaar vind ik dat de stad ergens echt wel goed staat.
Natuurlijk wil je meer, maar ja, dat zeg ik. De stad is te vroeg groot geworden. En dat is een beetje een ding. Is mijn mening. Is het is het niveau van roleplay ook erg laag? En vind ik dat de mensen die echt lage roleplay vertonen, dat die echt veel zwaarder gestraft moeten worden. Okay. Tips meer dev aannemen. Niet dat ze permanent... Daar wordt er niet, jongens. Devs zijn niet meer te vertrouwen, boys. Het spijt me, man. Te vaak al gezien, te vaak gesnoerd, te vaak geen product... Hè? Stel je voor, als voorbeeldje, de EUP. Eigenlijk feitelijk voorbeeldje. Leg je bij iemand neer. Persoon zegt, we gaan hem afmaken. We gaan dit, gaat ermee bezig. Dus je gaat ervan uit dat het afkomt. En uiteindelijk, meneer piept eruit en doet niks meer. En dan moet jij het... Iemand zoeken die met iets anders bezig was, maar die moet dan ook weer dat doen. Snap je wat ik bedoel? Heel veel devs nemen die wij hebben gehad, hebben taken op zich genomen, maar nooit afgemaakt. Waardoor wij weer met de handen in het ons haar zitten. Want ja, we zeggen van, ja, we gaan nieuwe kleding erin knallen. En uiteindelijk, degene die dat maakt, die zegt, de ballen, yo, de ballen. Snap je, dat is zo vaak al gebeurd. En vandaar ook dat er zo lang op updates worden gewacht. En het ding is, die EUP... Sean en Max, die is daar nu opgedoken samen met Tijmen. Tijmen heeft heel de EEP moeten doen, terwijl hij in Cardiff is. Is nu met de Carpack bezig, terwijl hij ook de EEP moet doen. Snap je? Te veel mensen die dit doen en het niet afmaken en eruit piepen. We hebben gewoon helaas pindakaas te vaak gezien dat mensen gewoon helaas niet hun woord nakomen en dan zitten wij met de gebakken peren. Dat is het, man. Weg moeten. Dus ja, maar man. Ja... Er moet iets voor. Ik weet ook niet of taakstraffen daartegen gaat helpen. 100%. Laat ze een toelatingstest afleggen. Er moet iets van... hoe zeg je dat? Hoe heet dat nou? Want, ja... Hoe heet dat nou? Die warns. Die warns. Naar mijn idee gewoon echt omhoog. Mm-hmm. Dan ben ik laatst gekickt uit Lost. Eerst via een berichtje op Discord. Vervolgens kom ik de stad in zijn de rollen. Ja, 100%. Ook al weggehaald. 100%. Ik ben voldoende aanwezig geweest om dit soort dingen in-game op te lossen. De staf was daarvan op de hoogte. Die staat erbij en die kijkt ernaar. En dat is dan een officiële groepering die, ja, die via Discord iemand kickt. Hiervan weet ik zelf niks, man. Ik tegen mezelf nee. gezegd, ga je hier niet te veel over zeggen. Laat ik alleen zeggen dat ik daar echt mijn mening over heb. Niet alleen naar de los toe, naar de mensen die daarbij betrokken waren, maar ook naar de staf toe. Bijzonder jammer. Het volgende punt. Daarnaast worden wapens uitgeschakeld door politie, maar raken ze vrijwel nooit kwijt. Het lijkt wel... Door politie. Het volgende punt. Daarnaast worden wapens uitgeschakeld door politie... Maar raken ze vrijwel nooit kwijt. Smashing varken! Yo, punt hebben we de 3 met de vies, man. Ik ga zo meteen... hoe zeg je dat? Oplezen. Wapens worden uitgeschakeld, maar je raakt ze nooit kwijt. Als in de politie kwijtraken. Punt met 3 zeggen, wat vind je ervan dat mensen worden ontslagen voor onzin als mensen met het K-woord schelden in game? Blablabla. Vast wel, en die doet er niks mee en lacht gewoon bij ontslaat commandagent omdat... Wij in een vriendengroep zitten. Wat vind je van dat mensen worden ontslagen voor onzin? En als mensen met het K-woord schelden in game? Als je met het K-woord in game scheldt, dan word je gewoon geband. Dat is een regel. Dus dat is geen onzin dingetje. Maar die doet dan niks mee en lacht gewoon. Hij ontslaat... Hij ontslaat Kamar-agent omdat wij in een vriendengroep zitten. Punt voor, Hassan, duidelijk. Kijk, heel even, als je met K-woord scheldt in game, verdien je gewoon een ban. Wie er ook bij staat, noem het maar op, I don't know. En het is ook een in-game kwestie. Sommige dingen vallen ook buiten staf dingen om. Dus ja, dus dat is ook een ding, punt. Het lijkt wel alsof een groep zoals Jalisco onbeperkt toegang heeft tot AK's. Geen idee. Ga ik niet vanuit. Jalisco is een gang die slim speelt.
Jalisco is een gang die, wanneer er andere groepen of andere wapens worden geneutraliseerd door politie, dat Jalisco daarop duikt om te rippen. De recherche daarna ript of een hostage situatie. Ze zijn gewoon heel erg op het zoeken naar wapens en vinden ook veel wapens. Ze zijn, daar ben ik het mee eens, heel erg gefocust op dat. En je ziet, ja, weinig Jalisco RP. Daar ga ik wel in zijn. Maar ik denk dat Jalisco is de langst bestaande gang. Jalisco heeft meer uitdaging nodig. Er moeten meer gangs tegen Jalisco kunnen opdurven. Maar niet alleen dat. Het is ook, er moet wat meer te doen zijn. Het punt wat Merville uitlegde, van er moet wat meer te doen zijn, 100%. En Jalisco moet ook meer te doen hebben, zodat ze minder dit doen. Het feit is, Jalisco is de langsbestaande gang. En de mensen die er zitten zijn er ook heel lang al, zeg maar, daar. Dus dat betekent dat en de sfeer in de gang goed zit, dat het een hechte groep is. En dat ze ook heel veel ervaring hebben. Een nieuwe gang die joint kan niet opboksen tegen Jalisco. Want Jalisco zit al een jaar te hunten op wapens, te schieten. Die hebben alle kutscenario's al... vroeger was... What's up, Jess? Thema de 3, bro. Ik lees hem zo meteen op, maatje. Dus Jalisco is gewoon een groep die gewoon... Ja, sorry voor de andere criminelen. Gewoon heel erg goed zijn. En inderdaad eng zijn om tegen te boksen. Maar ja, het zou wel chill zijn als dat een keer gebeurt. Zorg ervoor dat Offergames 2/3 RP's per maand moeten doen. Zo niet gewoon strijken die handel. Ik vind nu, een beetje uit de kat uit de bomen kijken van, die wapeninkoop moest erin zitten voordat ik dit überhaupt aan wil denken. Er moet een verplichting op RP-scenario's komen voor RP, voor officiële gangs. En dat is ook een ding, het moet ook los van vuurwapen gebruikt zijn, maar ja, meestal wordt dat wel gebruikt voor RP-scenario's. Maar er moet een verplichting op komen, zodat je... eigenlijk aan de stad laat zien dat je of je waardig nog steeds bent. Kijk, je kan wel heel goed schieten en wapens hebben, maar je moet ook je thema onderbouwen. Je moet dit aanpakken, je moet dit doen, je moet zus en zo aanpakken. Goede hossel hebben als gang. Dus je geld verdient, dat je de klant hebt, noem het maar op. Dat soort dingen kunnen wat netter. 100% man, 100%. Just came in de 3. Trouwens, geeft niks, iedereen kan het erover komen. Zo ben ik ook... De moeilijkste niet. In het begin sowieso met YouTube. Ik wil het heel lang. En heb een PC gegeven van mijn ouders. Om mijn droom na te jagen. Dus dus dat ga ik nu zeker doen. Just Games gaat fucking doen, bro. En maak het waar, bro. You got this, bro. Tegen de 3, bro. Ik drie. Heb het zelf meegemaakt. Waarom huur je geen developers? Jongens. Wat ik ook zeg. En onthoud alsjeblieft wat ik nu zeg. We hebben het al zo vaak gedaan. We zijn al zo vaak belazerd. Dingen zijn niet afgemaakt. Dingen zijn, mensen zijn gewoon pleiten gegaan. Ze doen niks meer. Ze laten niks meer van horen. Als ze vragen van, kan je dit doen? Dan doen ze even 10 minuten iets en dan gaan ze weer weg. Developers zijn er niet meer. 5M, goede, nette mensen zijn er niet meer. En al zijn ze er wel, zitten ze al bij een andere stad. Er is niemand nu meer te vinden die betrouwbaar is, die normaal communiceert, die ouder is en volwassen is om verantwoordelijkheid te nemen, die zijn er niet. Dat is er gewoon niet meer. TDA, fucking goede stad, heel veel updates. Dat zijn de developers die daar al heel lang zitten, volwassen zijn, die daar al helemaal bezig zitten. Die gaan niet meer voor andere steden weg, dat doen ze niet. En dat zijn de mensen die eigenlijk je nodig hebt, maar die vind je niet meer. Dus je moet eigenlijk, zeg maar... devs inhuren voor één opdracht. Maakt hij het af. En dan hoop je dat hij het afkomt. Maar wij hebben heel vaak gezien dat het niet gebeurt. Dus dat is het ding. Ik ga toch het balletje opgooien bij Tom. Laten we kijken of we inderdaad hopelijk mensen... Kijk, uiteindelijk zie ik de tactiek van, we gaan gewoon kijken of devs kan aannemen. Een betaalde opdracht doet. En dat ze alleen dat afleveren en betaald krijgen. Niet meer dat ze helemaal... in onze dingen gaan en vaker dingen gaan. Ik denk dat de beste optie is om op bestelling bij iemand iets te betalen en dat hij het maakt. En verder niet meer in onze Discord qua hoe zeg je dat? Qua channels en dit en helemaal, want dan gaan ze allemaal meer willen gezeikt, man. Vecht we gaan tussen door. Jalisco en Mokko Mafia. Daar lag een fully AK op de grond. Alle agenten die die nacht in dienst waren, waren dood gegaan door Jalisco.
wat gebeurt er? Er wordt een melding gemaakt. En diezelfde agenten die koppelen eigenlijk aan hetzelfde scenario weer aan. Okay. Nemen de AK in beslag. Ze waren maar met z'n vieren. Ze dachten dat ze veilig waren. Nou, heel, heel simpel wordt die AK weer teruggeript. Terwijl dat het eigenlijk zoiets groots is. Maar kijk, wie kan je hiervoor aanwijzen? Kijk, dat er agenten zijn die aan dezelfde scenario koppelen. Okay, dat mag niet. Zorg dat je daar bewijs van hebt en stuur het door in het ticket. En dan worden ze geband voor een x-aantal tijd. Maar dat mag niet. Maar ja, het kan ook zijn dat een agent het niet meer wist. Of aardig wat van vibe eroverheen is. Maar ja, dat die wapens weer geript worden. Dat, ja, dat is dan weer een extra ding. Dat ligt gewoon aan, ja, dat kan dan weer gebeuren. Dat is gewoon ja, het spel, zeg maar. Op die manier raak je ook niet snel wat kwijt. Dus ja, dat vind ik ook. Zo raak je niet snel wat kwijt. Ik zit nog steeds daar een beetje mee van. Dus er worden wapens neergeschoten. Politie neemt ze af en worden weer geript. Dus je raakt de wapens niet snel kwijt. Als in dat de wapens niet snel uit de stad verdwijnen. Is dat het, zeg maar? Ik wil het even begrijpen, want ik begrijp het niet. Dus er worden wapens neergeschoten door politie. Die worden afgenomen en die worden weer geript. Dus de wapens verdwijnen niet genoeg uit de stad. Is dat... Laat even weten, ik weet het niet. Wel even een dingetje waarin... Ja, ze verdwijnen niet uit de stad. Ja, ze verdwijnen niet uit de stad. Dus er zijn te veel wapens die weer in de stad blijven. Neem Rick als voorbeeld. Hij gaat geen ticket maken voor iets. Heeft al te veel waarde. Smashing varken! Thanks Dolphin, man, voor de 3. Die AK boeit hem niet eens. Niet elke crimineel gaat meer de wachtkamer in. Daar ben ik ook eigenlijk blij om dat niet iedereen een wachtkamer... Uiteindelijk is het ook soms de L pakken. Hoe kut het ook is, man. Ze verliezen en weer terugkrijgen door weer gewoon te rippen. Je bedoelt dat de wapens krijgen de crimineels weer terug. Maar oké, dan ga ik heel even inhaken. Want ik krijg ook superveel te horen dat de DSI te sterk is. Hoe zit dat dan? Want als er niet genoeg wapens verdwijnen... Wat is het dan met dat de DSI te sterk is? Want die heb ik echt veel horen vallen. Dus het... hoe zeg je dat? Het moet zeg maar zo zijn dat wij... Als wij een crimineel neer hebben... Dat we altijd die wapens eigenlijk in beslag moeten nemen. Is dat het? DSI Field Combat. Deze moet meer zijn. Deze is soms niet te sterk. Deze is totaal niet te sterk. Deze is te versterk. Niet te sterk. Het korps is veel te groot. Huh? Gijsling en jij hebt er weer waar. Oké. Dan ga ik even mijn mening erin gooien. Let op deze mening. Ik ben van mening. En ik vind het echt een kutregel. De recherche moet 10 minuten ronddraaien om een wapen weg te mogen leggen. Ik vind dat persoonlijk zelf. En ik ga er zeker daar geen vriendjes mee maken. Een kutregel. Ik vind dat dat draaien moet. Dat is hoe ik ernaar kijk. Heel eerlijk. Tuurlijk, combat stash is kloten. En je moet niet zeg maar hebben... Oh, wapens neer. Gelijk afpakken. Wegrijden. Tuurlijk moet er een zorg toegediend worden bij de criminelen. Foto's gemaakt worden. Dat riedeltje moet eraan. Oh, hè? Een recherche moet bewijs maken. Deze guy heeft dit wapen gebruikt. Punt. Maar het gaat me om daarna. Het is dus zo dat de recherche verplicht 10 minuten uit het zicht of wat dan ook moet rondkloten voordat ze hem pas weg mogen leggen. Wat krijg je dus? Wat Merville aan geeft hier en wat ik meerdere mensen in de stad zie of in de chat zie zeggen. Dat de criminelen dus te vaak de vuurwapens, of ze nou van hunzelf zijn of van anderen, terugrippen waardoor ze niet de stad uitkomen. En Ik ben eigenlijk altijd... Ik heb heel lang TDA gespeeld. Het is de TDA manier. In het echt ook. Al heb je een vuurwapen neer. Moet je zo snel mogelijk beveiligd. Onklaargemaakt worden. En weg. Dat is gewoon realistisch. Tuurlijk is dat kloten voor de onderwereld. Hè? Dan heb jij dus een vriend. Die is vermoord door de politie. Weet ik het. Aangehouden. I don't know. Wapen in beslag. En dat wapen is direct al weg. Tuurlijk is dat kut. Alleen het is wel logisch. Want die wapens. Als die op die plaats nog zijn. Wat je dus krijgt is een chaos. Veel schieten. Veel chaos met mensen die er omheen circuleren. En mijn mening is heel erg... Als die wapens gewoon niet meer die timer hebben... Is het aan de onderwereld om zo goed mogelijk op tijd in te grijpen. Dus een soort moeilijkheidsgraad erbij. En voor politie en RP en minder chaos...
is het denk ik veel beter en netter. Zo snel mogelijk vernietigen die handel desnoods op locatie met een iemand van 40 seconden. Ja, ik ben gewoon van mening, geef de criminelen wel een kans. Hè? Rip de recherche, maar die timer, echt, ik voel die niet, man. Het is gewoon raar. 10 minuten niks doen en nog geript. Het is gewoon zo, een gang zoals Jalisco ript gewoon eigen 9 van de 10 keer hun situaties, de wapens gewoon weer terug. Dat is echt, dat is oprecht, gewoon oprecht knap als je dat kan als gang, maar... Ik vind die 10 minuten wegleggen shit echt een kutregel, man. Het spijt me. Ik vind het echt een raar iets. En ik snap het. Als ik crimineel nu zou zijn... en ik zou mijn wapen... Ik zou neergaan en mijn wapen wordt direct al vernietigd. Tuurlijk is dat kut en helemaal ruk. Maar je ziet het, man. Bijvoorbeeld die scenario van gisteren met Jalisco... met die 6 boys die daar neerlagen. Bro, er komt me toch een fucking... Kate omheen. En het is natuurlijk Jalisco, de mensen die er echt iets mee te maken hebben, maar ook zoveel rende mensen. Het moet gewoon zo snel mogelijk weg, zodat er wat meer veiligheid ontstaat. En ik denk oprecht echt dat die regel eruit moet, man. Ik vind het echt kut, man. I don't know. Ja, dus dat. Dolphin met 3 zegt, als je toevoegt dat je bij elke warn 50 taken krijgt, doe mensen al voorzichtiger. Dolphin, 100%. Ik ga ook met Tom praten van... Laten we die warnsysteem erin knallen. Hij is er echt al wel mee bezig. Dingetjes aan het kijken en zo. Als die warnsysteem erin gaat, kunnen veel meer mensen straffen op een nette manier. Iemand bannen voor iets, een fout, vind ik kut raar. Liever niet. Maar dat warnen, een neus die inrijdt op die. Een guy die Ardy, of weet ik veel, iets zegt wat dom is. Warn. Niet iedereen die stad uit bannen, maar gewoon... Laat ze maar even gewoon in de stad gewoon zitten op de blaren en daarna weer verder spelen, man. Niet bang zijn om een band te geven, want dat gebeurt ook veel. Denk mensen van, als ik iets fout doe, word ik ontslagen. Ja, dat is... We zijn allemaal mensen. Kijk, ja, ik ben er niet 24/7 bij, maar ja, je wilt natuurlijk gewoon zoveel mogelijk... Ja, het is gewoon lastig, man. Ik laat er heel veel verder kijken, man. Ik niet meegehouden moet worden. Maar ik zie heel veel mensen ermee eens zijn, hè. Ik vind die regel van 10 minuten... die regel van 10 minuten niks doen is niet realistisch voor recherche. Ik ben er zelf mee eens... En tuurlijk, het is kloten. Ik heb het heel vaak in TDA meegemaakt. Je wapen verlies je. Je ligt op de grond, je wordt geholpen door de ambu. En jouw wapen zie je uit je inventory gehaald worden. En je ziet die guy direct naar de hekkerij van het politiebureau. Tuurlijk is dat kut, maar uiteindelijk... Dat is ook een risico van een wapengebruik. Je kan ook genaaid worden, dat man. Om af te sluiten, wou ik de reacties van deze video gebruiken... Voor mensen die op een positieve manier ideeën hebben om de stad te verbeteren. Negatieve, onzinnige reacties zou ik dan ook verwijderen. Maar ook krimis kunnen geen één shooter tegen elkaar gaan, want de korps is dan binnen 2 minuten. Ja, we hebben gewoon een heel groot korps, 100%. Alleen ja... Ja... Dat is ook een moeilijkheidsgraad, maar heel eerlijk, de onderwereld... Ik vind echt wel dat de onderwereld bizar goed het korps handelt, hoor. Dat we echt wel... Kijk, de bank-OV van MS-13 van vandaag. Kijk hoe simpel ze met z'n tweeën... paar setupjes, paar... Nee, hebben ze een setup gehad? Niet eens, volgens mij wel. Ze hebben zelf geschoten, dat was het. Kijk hoe simpel ze ook weer kwijtkomen. Terwijl we met best wel een flinke ploeg erachter zaten. Een Zulu erbij, hè? Heel eerlijk, het is gewoon ook puur durven, man. Durf gewoon dingen te verliezen. En dat zie je bij heel veel games niet. Maar Jalisco heeft het... MS-13 heeft het vandaag laten zien. Krips heeft dat ook. Krips heeft ook. Die zijn in zijn offie. Helaas dat ze wat minder actief zijn. Misschien motivatie iets. Maar die hebben zoveel vuurwapens. Terwijl ze niet eens een inkoop hebben. Op het spel gezet. En nog weggekomen ook. Politie is echt niet bizar overpowered. We zijn met veel. Het is altijd spannend als er veel mensen aankoppelen. Maar 9 van de 10 keer worden we alsnog geowned. Dat is echt zo. Het moet gewoon. Je hebt echt een grote koers, maar alsnog worden jullie gisteren aangepakt door 2 man. Ja, daarom. Het is daarom, maar ik snap het. Het is echt een meningding. De ene vindt het wel, de ander vindt het niet. Sleep is gestopt. Ja, ik denk dat het een motivatieding is. Ja, maar ja, dat is gewoon het ding. Het is gewoon puur doen. En Jalisco heeft ook scheid aan de politie. En die wint ook zo vaak. Ja, het is puur die knop omzet van fuck it, man. Het is een spel. Het zijn pixels die we verliezen. We hebben weer een inkoop. En dat hoop ik dus heel erg met die wapeninkoop. Dat mensen... regelmatige wapens krijgen, zodat ze het ook durven, man. Oké, let's go. Beter worden voor iedereen. Voor ons allemaal.
je kan dan ook gebruik maken. 100% Teun. Ik wil eigenlijk dat die hele burgerraad moet op de schop, man. Ik wil alle leiding van alle partijen erin hebben zitten, man. Staf erin. Alle politieleiding. Of één misschien. Of alles. I don't know. Gewoon alle leiding van gangs, taxi, ANWB. Alles erbij, zodat we samen die stad een beetje gewoon, hè, met z'n allen kunnen maken, man. Met regels. Van het duimpje omhoog, duimpje omlaag. Bij mensen hun reacties. Als je het een goed idee vindt. Ja, Bart, hebben we er 3 kerel. Ik ga hem zo meteen oplezen, maatje. Een leuk idee leest van iemand. Alleen gangs maak houden zelf. Er is nog steeds geen... hoe zeg je dat? Geen... Of te weinig misschien. Te weinig handen op on-offie gangs vanuit Offie. En dat is een dingetje wat ook aangepakt moet worden, man. Ik wil meer on-offie mensen zien schieten. Op zich, ik zie best wel veel dat gebeurt. Maar, of het wordt meer, maar... Ja... Ik ben niet goed genoeg, man. Want ik ben er toch wel vrij zeker van dat deze video bij mensen terechtkomt die daar invloed op hebben. Die ik eigenlijk normaal zelf niet makkelijk kan benaderen. Anders had ik daarvoor gekozen. Smis je varken. Ja, maar nu wil ik eigenlijk jullie mening bundelen. En dan hoop ik dat ze bij mij komen. Roep mij op in de wachtkamer. Ik ben gewoon bereid om te praten. En ik blijf het zeggen, ik hoop niet dat ik, doordat ik mijn mond open trek, gelijk een perm ben krijgen. En ja, doei. Wie onze grote vriend Mervil permt, die heeft een probleem. Wel feiten. Dit is gewoon je mening uiten, dat mag. Tuurlijk mag dat. Ik hoop oprecht dat er verbetering komt. Zeker hoe dus, Mervil het hier in deze video aanbiedt. Bro, hier gaat echt geen ben voor. Nogmaals, roep mij op in de wachtkamer. Vraag me naar mijn mening. Vraag me wat je wil weten. Right, oké. Okay. Ja, check sowieso. Laat sowieso een reactie dan onder. Van, yo, wat willen jullie graag veranderd zien? 100%. Wat ik heb begrepen is van de anderen dat Kamar niks te doen heeft. Vaak in het noorden. Dus gaat Kamar zomaar de stad in en lijkt het alsof het korps heel groot is. Er zijn gewoon heel veel dingetjes. Hier is sowieso weinig te doen voor Kamar. Dat is gewoon een ding. Ik denk dat sowieso... Ik weet niet waar de plug zit. Oprecht geen idee. Maar ik denk dat vooral... Hier de plugs moeten komen. En niet meer hier. Dit is Olde. Vuurwapenmelding. Wacht, dat is best wel dichtbij. Ah joh. Dit is even belangrijk. Dit stuk moeten we eigenlijk vermijden. Met plugs. Ik weet niet of ze daar zitten. Want hier gebeurt al zoveel. Zelfs als dit. Deze wijk ook. Hier gebeurt al heel veel. Maar hier moeten meer garages komen. Meer plugs. Meer... Weet jullie nog dat die pluk midden hier zo was? Dat hier een pluk was. Hoe actief dit stukje van de stad al was. Door een pluk daar neer te knallen. Dat was gewoon nice. Ik zelf vond het ook dik. I don't know. Dit is gewoon een drugsgebied, vind ik. Het voelt daar ook alsof hier... Hier moet een offie gang zitten en een drugspluk. I don't know. Zoiets voelt gewoon als dit gebied. Daarnaast... Ja, Palito. Ik weet niet, man. Ik vind Palito echt een saaie bedoeling. Is zelf om daar te komen. I don't know. Dit winkeltje wordt echt nooit meer overvallen. Bijna zie ik dan. En deze linkersnelweg te veel. Ik ben eigenlijk van mening de bank en de winkel eruit. Oprecht, ik vind het echt saai hier. Het is altijd dezelfde route. Kutplek. Het wordt te veel gedaan. Eigenlijk moet je de makkelijke plekken eruit. Er zijn gewoon MLO's te vinden. Dat je hier bijvoorbeeld bij deze garage gewoon... Een winkeltje erin kan proppen. Laat hier een winkel OV gebeuren. Gewoon een beetje variatie. Dit wat meer levendiger maken. Zet er nog een garage bij hier. Plukje hier. En zorg dat mensen met mules van hier weer naar de stad moeten. Veel meer verkeer. Ik zie bijna geen mules meer rijden. Hoe zeg je dat? Op de snelwegen. Dat is ook jammer. We hadden ooit een keer een systeem gehad. Dat de pluk daar dus zat. Bij Gravesheet hier zo. En dat je heel veel off-roaders zag rijden naar de stad. Wat krijg je? Kamar kan hier lekker die grensposten dicht flikkeren. Mensen controleren, meer achtervolgjes, meer te doen voor Kamar dus. Hetzelfde geldt voor deze grenspost. En de onderwereld moet veel meer nadenken voor het gevaar. Kut, Kamar. Dus we moeten binnen doorrijden. Daar staan weer rippers. I don't know, noem het maar op. Snap je? Het moet, ja, dat moet gewoon beter. Dus vandaar. Verder de daily. I don't know. Naar mijn mening eruit halen. Ook die andere deze. Gewoon slash daily type. Je krijgt zo'n minuutje in beeld. Je drukt erop en je hebt prijs. Zoiets gewoon simpel. Verder. Bootgarages. Visser slash... berging. De UWV jobs. Laat gewoon een goede... Misschien een berging zelfs.
dat Berging supergoed verdient. Weet je waarom? Dat, stel, Berging is het best verdiende baan, zoals in TDA was dat. Wat krijg je? Iedereen gaat daarheen rijden. Meer verkeer op de weg. Sowieso de UWV-jobs moeten gewoon meer verdienen. Dus je hebt veel meer neuzen en mensen die gewoon aan het grinden zijn. Op de snelweg rijden, daar rijden. Er is gewoon veel meer gaande. Kamar kan daar weer bekeuringen uitdelen op verkeerd geparkeerde auto's. Snap je? Er is gewoon veel meer te doen. Dus de UWV-job hier moet gewoon goed zijn. Goed verdienen, meer mensen deden. Achtervolgen is leuk, papapapap. Dat is mooi. Yo, Karel. Yo, man. Kan je koppelen achtervolgen in Rolls ST? Ja, positief. Waar rijden ze momenteel toe? We rijden op de Dam. De Dam. Ah, hij mag heel veel aankomen, jongens. Gaan zo verder. Van achtervolgtje. Oh! Rijden rechts van de Dam. Zo, ik moet even weer met rijden. Rolls ST, vierman, half uur apenvaren. Ja, de UWV-jobs moesten wel eens een schep, door een... Maar ook eerst meer verdienen. Ze moeten eerst meer verdienen, man. Die berg, dat ze weer in een bandje. Ja, waarschijnlijk. Rij maar gewoon een beetje achter, man. Ik weet niet of ik de foto aan ga. Ja. Ik de enige van een kopje. Hé, laat hem, Mathieu, laat hem, man. Wij zitten momenteel nog in scenario's. Achtervolging, etc. Alright. Ja, maar goed, zeg maar wanneer. Kijk, we gaan richting de top van de berg, de Damberg aan de rechterkant, A9-kant. De A9-kant. Oké. De gym ook, moet ook weer leuker worden, man. Die conditieding werkt voor geen meter. Nee, rijden door. Gaat te weinig eraf. Stoppen weer, stoppen. Stap aan, ga uitstappen, pas op maar op. Ik zeg maar, afstap. De A9? Ja, sneeuw op de Damberg aan de rechterkant. Damberg is goed. Laatste noot, dan schiet ook op ons. Te zoeken. Oké. Staat de voertuig achter hem, is dat niet van ons? Stappen in, oh, een AK, wat, ze laten een AK achter. What the fuck? Had er nog een AK? Ja, ja, die staat nu in een grijze Cayenne. AK staat in een grijze Cayenne en die... Holy fuck! Merville, dank je wel voor de 10, zijn we de getver, man. Battles. Let's go, Merville. Dus er zit drie man, gouden AK en een grijze Cayenne gestapt, kijk hier ook. Let's go, Merville, ik lees er zo meteen op, bro. Afstand. Ja, ja, wij zitten er boven. Danberg, stap uit, stap uit. Hij stapt er weer uit. Grijze Cayenne is er ook. Het einde van Damberg. De Dam aan de rechterkant. Is die wit-SCT achter mij? Nee. Ze stappen weer in. Ze rijden met elkaar, zandpad op, zandpad af. Ze gaan nu richting A2 kant. A2? Even aan het luisteren, jongens. Ga hoog. Laatste politie GPS rijden ze nu. Ze stoppen weer, ja. Stoppen weer, Cayenne stapt uit. SCT rijdt door. Naar links. Laatste dus. Kamar. Champagne bottles! Ze lopen nog steeds. Ze holden jullie. Gewoon blijf afstand nemen. Loop via rechts achter. SCT komt terug. Ik ben een witte SCT rechts namelijk. Kan ik ze in hun rug pakken? Dan ga je in je rug gepakt worden door die SCT. SCT stapt nu ook uit. Ze gaan naar Block Defender hier. Ze lopen daar of niet? Bij die allemaal? Ja, bij de laatste GPS. Ik loop er ook. Ik sta aan de overkant bij namelijk. Die Urus. Ze lopen bij die Urus en bij die Cayenne. Ze stappen weer in, Cayenne is ingestapt, Rolls ST stapt ook weer in. Oh, iemand daarboven! Wacht, dit is... Ze gaan waar die Africat stond net. Dat is politie volgens mij. Ze gaan richting afslag, Power Plant. Ja, ze zijn nog steeds op de berg. Jeetje. Stappen weer uit, stukje verder. Ze gaan op ons schieten. Johnny, zeg maar hoog, broer. Mensen aan het back hier op dit moment. Ja, ze zijn weer aan het schieten. Ik zie een Cayenne staan. Oh, er wordt heel veel geschoten. Jezus. Cayenne en SCT. Ik ben een witte. In totaal 5 man. 3 in de SCT, 2 in de Cayenne. Ze rijden door richting Einde Dam. Richting Zandpad A2. Gijske... Oh ja, ik zie ze rijden. Die witte SCT zit er nu recht achter. Ja, daar ben ik. Kijk, pas op die Cayenne links van je heeft een wapen. Jo. Ze rijden dus naar die berg. Gaat nu het zandpad op. Cayenne blijft nog een beetje op de berg rijden. A9 of zandpad? A2 zandpad. Mijn auto is kapot, man. Die kut eraan. Cayenne rijdt nu ook op het zandpad. Kan ik ze achtervolgen, denk je? Hou maar een beetje afstand. Cayenne is uit de stad. Cayenne is uit de stad. Jo, goed, goed. Ik ga hier even naar boven rijden. Net voor die bocht. Ik zie het. Blijft die SRT volgen. Ik rijd nu op die berg daar. Cayenne rijdt door. Ik rij achter jou aan. SRT is nu aan het einde van zandpad. Gaat A2 waterzuivering bij de SIF inderdaad. M5 zit rijdt... Hij gaat meteen rechtsaf. La Venta Blanca of rood. Op La Venta Blanca weg nu. Wow, gaat de berg op richting Firewood zijn. Cayenne momenteel niet in zicht. We hebben wel de SRT in zicht. Cayenne gaat nu ook de snelweg op A2.
Check. Richting Noord. Onze SMP rijdt nu richting Vinewood zijn. Ik denk dat we wel een keuze moeten maken achter de Oakwood. Jij rijdt nog op van snel, Roze SMP. Oké. Ja, Roze is deel niet op. De weg weer op richting moskee, richting theater. Nu onder Vinewood zijn op de weg. Ah, helemaal joh. Jezus. Oh shit, ik ben hier al, what the fuck? Yo, Sam, what's up? Dat is een repair, jongens. Even die ramen fixen. Oh, kut, is heel dom. Waar moet je? De politie geeft. Als we naar noordelijk, zuidelijk, wat doen ze bezig? Nog niet bekend. Omlaag bij Peaky richting Grote Bank achterkant. Kom, WhatsApp, man. WhatsApp. Merfel, ik lees hem zo meteen op, bro. Zandpad. Nou, BMW rijdt er ook weer bij. Nu bij Pantjeshop. Pantjeshop richting Grote Bank. Hier al, joh, what the fuck? Langs Grote Bank omlaag richting deze. Grote Bank. Let's go! Komt deur dicht. Dank u. Nu bij taxi. Taxi omlaag richting oud-uitvalbasis. Grote brang. Die zoede stop, Jen is er ook weer bij. Gaat op de A4 op. Waarschijnlijk weer in de tunnels. Tunnels, kut. Nu de A4 op. Keer gelijk om richting A4 tunnels. A4 metro tunnels in. Nou, die zitten daar weer hoor. Verdorie. Ja. Zijn er 1-1 toevallig daar al naar binnen gereden of nog niet? Nee, ik kan dat nu nog naar binnen rijden, maar ik denk dat ik doodschoot gewoon. Ik ga mee. Gaan we weer ik ga er doorheen. We gaan met z'n drieën. Okay. Volgens mij stoppen ze. Ja, doe voorzichtig. Volgens mij zijn ze gestopt, ik durf het echt niet zeker te zeggen. Ik ben af. Heb jij ook de tunnel heen gereden? Ja, ze staan er nog. Ze gaan weer door. Wie is die witte SCT hier voor jou? Dat ben ik. Ik ga door de tunnels in. Ik rijd niet te hard, want ik kan ze aan het zien. Ik ben die witte SCT achter jullie. Yep, top. Blijf hem steeds doorrijden. Zullen we in de SRT de tunnel en of op de KN? Alle twee volgens mij. Alleen de SRT. Oh, okay. Maar het probleem is, kan elk moment gezet worden. Ja, gewoon voorzichtig rijden inderdaad. Is dat... Oh nee. Oei, joh, zomaar dood, joh. Waar rij je onder? Ik ga wel hier naar rechts. Ik ga wel naar links. Gewoon linksboven. Wij staan bij Auto B. Ja, waar de fuck gaan ze zijn, joh? Spookrijden, fuck it. Anders heb ik het gevoel dat ik daar gehandseld word. Waar rijden nog in zicht, of niet? Smashing fucking. Yo, Spijker, dankjewel, neef. Dankjewel, Spijker. Zullen we spiegelen ook aan anderen? Dankjewel, maat. Ik lees er zo meteen op, kerel. Mijn face ook gedekt. U wapenmelding over van Lombank. Misschien is dat die in de tunnels. Er staan wel allemaal voertuigen bij Mirror. Auto B ook bij niks. Grijs KN rijdt hier ook weer trouwens bij Mirror. Ja? Dan zijn ze misschien daar. Mirror Park? Hoe kom ik hier makkelijk omhoog, jongens? Spijker, lees er zo meteen op, man. Mervel geldt ook voor jou, bro. Of Lost MC. Lol voor de donors, boys. Lol voor de donors. Wordt aan het zien op parking, staat hij stil. Nergens eruit, wel. Champagne bottles. Ja, hij rijdt gewoon een beetje rond bij je uitgang van die meter. Dat zei ik ook. Wat voor even tot die kun je een beter geven. Ja, is dus wat duurde lang voor de uitkomst. Als je wegrijdt, mag je bandje. Er rijdt ook een Taycan, een RS6 en nog een Taycan bij. Van een gele Taycan? Ja. Wat is er ook de hele tijd mee? Geschoten. Oh, motor is als een ding afgeschoten. Wow. Ja, Cayenne stapte uit een geschoten motor. Oh jezus. Waar kan ik hier omhoog, jongens? Even zien. Cayenne rijdt nu voor een kappershop. Waar ben ik? UV, top, hè? Oké. Okay. Nice, nu ze kunnen weer. Gaat er een TDAMB winkeltje door richting Tattoo-shop Olievelden. Pakken we de snelweg, jongens. Ik ben heel veel aan het zweten, jongen. Oh jezus. Wat hier omhoog? Spookrijden op de T. Gaat rechtsaf richting CBR. Linksaf richting Elektromonteur. Ben je erachter de perspect? Ja. Merk ook. Karel, ben je er bijna? Ik ben er bijna. Weer linksaf richting Tattoo Shop Olievelden. Gaat om Jalisco. Jalisco? Ga je Tattoo Shop Olievelden kijken? Ja, er staat één voertuig die daar kan. Ja, ja, ze gaan zetten. Ik ben nou in hun rug. Ja, meerdere setup. Oh, okay. RS6'en. 3 RS6'en. Noah is schedule. Ik dacht dat deze criminelen alleen maar op fucking bankjes mochten.
Ik heb rode R6 en Bainty Tattoo Shop Olievelden. Rode R6 Bainty. Als goed is. Ik zie ook een gele nog staan. R6 stapt uit. Midden op de kruis. Midden op de kruis met Amor. Pas op. Helemaal omhoog. Rode R6 omhoog. Ik ga terug richting kruispunt. Terug richting kruispunt. Ja, die gele is helemaal kapot. Ja, die moet van dit bandje lekken. Ja, door hele kerk. Dus ga overstappen op die bruine. Ze stappen op elkaar over. Rode R6. Wat? Rode R6 rijdt richting deze. Ik gebouw 2 man erin. Zijn hele keet volgt ook hoor, dus kut. Ze crashen allemaal, wat een sukkels. Zo. Ik zit nog steeds daarachter, als de Zoelen daar achteraan kan. Of, welke? Die rode R6? Ja, die rijdt nu met deze gebouw. Ja, ik ben die witte SVT daarachter. Kijk. Ze gaan naar Noord. Yep. Het keert om, gaat weer richting stad. De A9. Er rijdt ook een Taycan achter jullie aan, die heeft ook geschoten. Oh, hij keert om. Hoop dat hij uit de auto gaat schieten. Richting? Taycan heeft ook geschoten. Ja, kijk, Taycan, ja, dat is hem. Ook een shit ofzo. Bij de vuurwapens, Taycan heeft ook een vuurwapen. Jou in, collega Lins? Yes. Ze remmen weer af. Gewoon pitten die handen hoor. Ja, er staan mensen op het spoor. Alsof. Probeer in te boksen. Schiet van het spoor. Gewoon door. Alles gemist. Rosse kan je. Probeer in te boksen. R6 stopt. Oh ja, nice. Nou, schiet dus uit voertuig, jongens. Kut. Hop. Rosse KM3. Welke richting? We gaan weer terug, jongens. Terug. Druk richting de setup weer. Staat weer een setup spoor. Klaar? Ga maar vanuit van wel. Kan Jezus, ja. Ik klauw vol op beneden, joh. Rijden door, rijden toch niet door. Stoppen, stap uit op jou. Stap uit, pas op. Ik doe maar. Karel is... Ja. Penis. Ja, goed. Nice. Hey, en Merv met het die zeggen, lof hoe je het oppakt als kerst op de taart. De short die Gerber Harry krijgt en dan kan ik heerlijk slapen. Merv, ik zal hem er even bij pakken, man. Alright, let's go. Even kijken. Merv wil. NL. Zo. De short. Short. Ik moet zeggen, jongen. Shorts. Gerber. Ja, Eilen. Of niet? Waar wacht ik? Jawel. Rechts van jou, bro. Ja, hij rijdt nu. Hij rijdt goed, nu daar kaartjes. Ja, ik zie hem. Dood. Dood. Maria's. Eén pist. Oh, ik ga stuk, joh. Maria's. Hey, maar even shout naar jou, bro. Je moet eerder uitstappen en dan bukken. Ja, nee. Ik weet niet, man. Dat is, ja, is gewoon kut. Bro, je ligt eerder op de grond dan dat je... Ja, het is wat het is. Ja, ik weet niet, man. Ja, ik wil gewoon niet zo combat zijn, maar jezus. Soms moet het gewoon, man. Maar waarom eigenlijk handen? Je crasht er niet. Ja, ik weet niet. Ik was sowieso dood. Het stond de hele keten. Ach ja. Hey, Spijker, ik zeg, morgen ben ik weer van de partij. Alleen een beetje laat spijken. Geen stress, bro. Sowieso het lof dat je nog überhaupt de moeite neemt om te doneren. En dat je nog even langskomt, man. Shania, bro. Let's go, broeder. Let's go. Ja, man. Je moet combat doen, bro. Ja, maar ik wil dat niet, man. Ik vertik het om zelf combat te worden, man. Tuurlijk, af en toe schiet ik ook wel. Maar ik ga niet... Ja, nee, man. Al word ik genekt... En verlies ik, dan accepteer ik het, bro. Ik heb liever dat ik... Ja. Ik kijk, heel eerlijk. Deze situatie zag ik dat ik doodging. Dus dan doe ik mijn handen omhoog, bro. Dan heb ik liever van... dat ik zeg maar zelf denk van fuck it. Ik geef het op, want ja, opgeven klinkt ook weer zo depri van... Oh, je geeft het op. Maar gewoon meer van... Ja. Dat had nul zin om nog... Bro, mijn band was lekker. Er stonden 16 man omheen. Ik denk, fuck it, ik geef hem over. Kijk of ze het op tijd zien, maar nee, helaas. Is wat is, man. Dit is te aardig. Nee, maar nee, ja, ik weet. Ik hou er niet van om iedereen dood te schieten, man. Ik heb liever die achtervolging lang en actie. Dan dat ik iemand zomaar kill of zo. I don't know, man. Maar ja. Het was wel een zakelijk pitje dat je gaf. Verdomme.
Jamie, wie de fuck was jij? Was jij die RS6? Ja, man. Ah, goed. Goeie shit, man. Bart, dan nog een drieorganiseer. Bestaat er niet iets dat het wapen uit elkaar gehaald moet worden en dat de criminelen dat eventueel terug kunnen rippen? En dat ze dan dat op een bepaalde locatie in elkaar kunnen zetten? Is iets diks. Alleen ja, ik heb wel het gevoel dat mensen gaan campen op die locaties, man. Maar tuurlijk, bro. 100% voor in de toekomst, man. 100% in de toekomst, bro. Let's go, man, Bart. Denk voor de drie, trouwens. Sorry dat ik hem weer wat later was, man. Ja. Ze moet zeiken, bro. Hartslag 7. Oeh, dat wordt dan moeilijker. Ik moet echt zeiken als een gek, bro. Ik zeg mijn broek gewoon vol boeien. Jutso. SCT of Cayenne? SCT gaat sneller, man, ratje. Dus ik zou wel aanraden om een SCT te kopen. Waar zijn die woorden op je banden? Ja, ja, ja. Kijk in de achtervoor. Kijk uit, ik vind het ene kant vind ik het logisch dat ze me gewoon afmaken. Maar de andere kant is wel kut of zo, man. Het is gewoon kut. Maar ja. Ja. Ik weet niet. Ik neem ze ook niet kwalijk. Het is gewoon jammer dat ook collega's van op een motor dan ook dood zijn geschoten. Zijn we ook bedoeld? Het is meer de opstapeling van. Hoe ze mij hier hebben gekild vind ik niet eens erg. Maar het is meer van, waarom moet iedereen dood? Of zo. Maar ja, dat gebeurt. Ja, ik weet niet. I don't know. Over het feit dat we er minder zijn, klopt half. We zijn elke dag vrijwel elke dag shootout met Jalisco. Alleen in de avonden vinden we het minder leuk omdat er veel politie iets is. Nou oké, okay. Nee, dat is een logisch dingetje. Oké, okay. Nee, ik was gewoon benieuwd. Ja, ik zag het wat minder. Maar mag je als crimineel geen headshot meer geven? Tuurlijk wel. Het is alleen niet altijd nodig. Maar ja, het is zo. Ja, het gebeurt wel vaak. Dit is waarom Hedy. Kijk Rick zijn stream. Die Zulu turnt gelijk op Rick. Kijk zijn stream. Dus ik snap waarom. Oh. Ja, ik. I don't know. Ik ga accepteren. Ik ben hier gewoon genekt hoor. 100%. Ik moet zeiken, jongens. Ja, dat snap ik, Bakje. Ik snap het ook echt, maar ik vind het gewoon jammer, man. Dat is het meer. Ik heb gewoon meer... Ik weet wat het is. Crips is gewoon een gang die gewoon ook durft. Het zou gewoon dik zijn als hun gewoon een beetje Jalisco aanpakken. Dat lijkt me gewoon... Ook voor Jalisco zelf. Dat ze gewoon een gang hebben of misschien twee gangs die gewoon een beetje... Het voor Jalisco een beetje moeilijk maakt, man. Zodat ze een beetje... Ik mis gewoon die competitie, man. In Zuiderveen had je dat zo erg. Had je ASB versus Peaky. En had je Wise die aan onze kant stond. En Zetas volgens mij een beetje aan Peaky's kant. En dat was gewoon hele... Zo'n geweld tussen die groepen. En nu zit alleen maar Jalisco, maar vooral. En af en toe een andere. Staan we bedoel af en toe. Dat is gewoon een beetje... Nou, oké, Barkie, oké. Het is ook gewoon dat de politie heel veel regels heeft criminaliteit. Ja, wij mogen geen setup zomaar doen, snap je? Wij gaan niet op een... Ja, we moeten gewoon die spijkermat of iets hebben, man. Gewoon een lichtje, zo'n ding op de straat. Wat? Alles kapot van die band, jongen. Oh shit. Marchet! We liggen hier dood. Het is wel een mooie afsluiter, laten we het zo zeggen. Kijk, het ding is... Ja... We doen ons best aan de stad. En ik hoop dat binnenkort wat updates erin gepoeid... Ja? Wel trusten. Ik hoor het niet goed. Dus ik hoop dat er binnenkort nieuwe updates erin komen. Zodat we inderdaad weer wat nieuwe vernieuwing zien, man. Dus 100%. Hey, thanks voor de liefde, mannen. Vandaag was een gekke stream. Shout out naar iedereen die erbij was zo lang. We zijn 3,5 uur weer live. Dat is insane. Thanks voor de support, man. Morgen ben ik gewoon weer live. Dus dat is super dope als jullie morgen weer komen kijken. Thanks voor alle liefde. Ga nog snel genieten. Of ga nog even genieten van je avond. Ik moet zeiken als een gek. Thanks voor de liefde, jongens. En tot morgen.